van het debat over de Europese top van 15 en 16 oktober 2015 en het toegevoegde onderwerp de toestroom en opvang van vluchtelingen in Nederland. Ik zie de minister-president bij de microfoon staan. Die is klaar voor het geven van zijn reactie in eerste termijn. Gaat u gaan. Voorzitter, dank. Het lijkt mij goed dat ik een aantal opmerkingen maak over die zaken die gaan over het vluchtelingenvraagstuk, die raken aan de situatie in Nederland en daarna aan de samenwerking in Europa en met de partners aan de randen van Europa op dit thema. En daarbij ook de verschillende vragen volgend die hier in de Kamer daarover zijn gesteld. Ik zal daarbij vooral spreken over de afspraken in de coalitie van afgelopen maandag, die we nu nader aan het uitwerken zijn. Dan zal daarna staatssecretaris Dijkhoff, als u dat toestaat, met u verder spreken over de arrangementen rondom de opvang. En daarna minister Asscher van Sociale Zaken over alle vragen die te maken hebben met integratie. Ik zie niemand. Ik dacht dat de heer Pechtold mij aankeek met die blik die zegt dat gaan we zo niet doen, maar ik heb hem verkeerd geïnterpreteerd. Dan ga ik toch langs deze lijn door. Goed, dan begin ik met een aantal opmerkingen, voorzitter, die zijn gemaakt over de binnenlandspolitieke situatie en hoe wij omgaan met die verhoogde instroom. Dat doe ik wel tegen de achtergrond van het feit dat we inderdaad moeten vaststellen met elkaar dat die instroom op dit moment toeneemt, toegenomen is. In ieder geval sinds eind augustus, begin september op een aanzienlijk hoger aantal ligt dan de periode daarvoor. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de situatie in de regio. We weten dat in Syrië al langere tijd veel mensen op de vlucht zijn binnenlands. Maar ook mensen al enige tijd gevlucht zijn uit Syrië naar de landen die daaromheen liggen. Jordanië, Libanon, Turkije. En dat een van de triggers, zo lijkt het, van die toegenomen migratie lijkt te zijn het feit dat in die opvangkampen in de landen daaromheen, zeker ook in Libanon, maar toch ook in Turkije, er problemen waren met betrekking tot de voedselvoorziening. Dat is ook een zaak waar we de vorige keer over gesproken hebben. De noodzaak om extra te investeren in het wereldvoedselprogramma. Dat doet Nederland ook. Dat doen ook andere Europese landen om daarmee ook de komende maanden die directe noodzaak, ook deze winter, om uit die vluchtelingenkampen naar Europa te komen om die noodzaak te verminderen. Daarnaast is er natuurlijk sprake sowieso van grote druk op de regio. Tegen die achtergrond zien we inderdaad die aantallen toenemen. Dan is natuurlijk de vraag die gesteld is door verschillende, had u dat niet kunnen zien aankomen? Nou, daarvoor geldt natuurlijk, als we kijken naar ook wat de internationale organisaties ervan hebben gezegd, er zijn er eigenlijk twee. Ik heb de kans gehad om bij de Algemene Vergadering Verenigde Naties in New York uitvoerig te spreken met de oud-premier van Portugal, thans voorzitter of hoogcommissaris voor de vluchtelingen. Maar ook als je praat met het IOM, dan moeten we met elkaar vaststellen dat ook zij geen signalen konden afgeven dat die asielinstroom deze omvang zou krijgen. Ik denk dat je wel met elkaar een discussie zou kunnen voeren. Zou je daarvoor een soort spare capacity in Nederland moeten houden? Ik denk dat dat heel lastig is, want als je zou zeggen we houden bijvoorbeeld 20.000 huizen leeg voor het geval de asielinstroom toeneemt en daarmee de noodzaak van sociale huurwoningen. Ik denk niet dat er draagvlak voor zou zijn. Als je zou zeggen, we laten AZC's die niet meer nodig zijn, laten we toch open. Want je weet nooit of op termijn die asielinstroom weer toeneemt, zal er geen draagvlak voor zijn. Dus dat is een lastig vraagstuk. Wat je gewoon moet vaststellen is dat het COA wel steeds een buffercapaciteit heeft gehad. Maar dat het inderdaad, wat ik net zei, ook financieel, maar zeker ook maatschappelijk niet aanvaardbaar zou zijn geweest als men ervoor had gekozen om opvangplekken in reserve te houden, terwijl die bedden door niemand gebruikt werden. Dus wat je vaststelt aan de ene kant is dat het sowieso een lastig vraagstuk is. Hoe ga je om met toenemende asielinstroom in relatie tot het capaciteitsvraagstuk, meer structureel, waarbij in dit bijzondere geval de instroom zeker vanaf eind augustus, als je de grafieken ziet, dan is het een hockeystick die omhoog gaat. Het is echt een hockeystick die omhoog gaat. Echt knikkende grafieken, dan stijgt het heel snel. Dat is echt een beeld wat we niet hebben kunnen voorzien. Meneer Roemer. Voorzitter, of de premier moet daar nog op terugkomen, maar eigenlijk in de eerste drie zinnen was hij heel erg snel over opvang in de regio. Komt de premier daar nog apart op terug? Jazeker, als ik dadelijk praat over Europa, kom ik uitvoerig te spreken over de opvang in de regio. Ik schets alleen wel, omdat ik begin met Nederland, omdat daar natuurlijk ook de politieke discussie de laatste vrijdag, het overleg met gemeenten en provincies, het overleg in de coalitie van maandag, ook het debat hier daar toch meer nadruk op legt, leek het me goed daarmee te beginnen.
Dan is het inderdaad zo dat we hebben gezegd tegen elkaar, als je nu kijkt naar de schaarste die er is op de woningmarkt, En tegelijkertijd de toegenomen druk. Als je ook ziet de schaarste die er is in termen van de opvangcapaciteit voor de kortere termijn, dan is het onvermijdelijk dat we werken aan sobere voorzieningen. Dat is een feitelijke constatering, dat is onvermijdelijk. Dat zie je op een aantal punten. Je hebt natuurlijk de mensen die uit het asielzoekerscentrum, omdat ze inmiddels een status hebben, zouden kunnen doorstromen normaal gesproken naar een huurwoning. Ja, dat is op dit moment gewoon illusoir dat dat zou lukken. Dat betekent ook dat we willen toewerken naar huisvestingsmogelijkheden semi-permanent in bijvoorbeeld overheidsgebouwen om dat probleem op de iets langere termijn op te lossen. Daarbij moet ook gedacht worden aan wat hier net besproken is, dat aangepaste bijstandsarrangement waarbij je een aantal elementen meer in natura geeft. Er zit nog wel iets tussen, dat zijn die zelfzorgarrangementen, die gemeentelijke zelfzorgarrangementen die we nu voor de korte termijn nodig hebben om de druk op het COBO weg te halen. Daar praten we over zo'n 10.000 plekken die we snel willen realiseren. Voor die zelfzorgarrangementen geldt dat het ook om vergunninghouders gaat, die daar in terecht komen met overigens, daar moet ik er wel meteen ook bij zeggen, dezelfde hoogte van het weekgeld als een bewoner van een AZC. En dan praat je dus over €45 eetgeld en €12 voor de persoonlijke verzorging. Dat doet zich een maand of zes voor. Is de gedachte. Dat kan eventueel nog wel verlengd worden, maar in principe is het voor 6 maanden, omdat dan de gemeente toch echt in staat zou moeten zijn om die opvang te bieden. En we weten dat het lastig is, vandaar dat we dus in de tussentijd ook werken aan het realiseren van die semi-permanente voorzieningen, waarbij ook de bijstand in beeld komt. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk 3 stappen hebt voor een statushouder, nog in het AZC, ongewenst, want daarmee zit iemand op een plek die bedoeld is voor een asielzoeker die nog geen status heeft. Vervolgens zal de meest logische route zijn uit het asielzoekerscentrum naar een gemeentelijk zelfzorgarrangement. Dat betekent dat de betrokkenen buiten het AZC zit, maar nog wel onder de verantwoordelijkheid, nou, ik zeg onder het financiële regime van het AZC valt. In die zin dat de ontvangsten dezelfde hoogte hebben van het weekgeld als een bewoner van een AZC. Ook de ziektekostenregeling blijft van toepassing. De gemeente krijgt €100 per persoon per week, bedoeld voor huurkosten, onderhoud en inrichting. En daarna is de gedachte om naar die meer semi-permanente voorzieningen door te stromen, waarbij wij die zo willen inrichten dat je waarschijnlijk inderdaad te maken kunt hebben, dat gaan we allemaal precies bekijken, het zal ook maatwerk zijn, dat het kan zijn dat meerdere mensen gebruik maken van 1 woonvoorziening. Dan krijg je bijvoorbeeld dat elementen als de kostendelersnorm in beeld komen. Het kan ook zijn dat daarnaast de gemeente besluit om ook de ziektekostenregeling in natura te verstrekken. Het lijkt dus vanuit die postulaat logisch dat er dan ook geen aanspraak is op, wat ook de heer Samsomen zelfs al meldde, toegang is tot, of geen noodzaak is, laat ik het zo zeggen, voor huurtoeslag of zorgtoeslag. Dus dat is fase 3. Dus in het AZC met een status niet gewenst, tussenvoorziening via die gemeentelijke zelfzorgarrangementen. En daarna is de gedachte na 6 maanden dan door te stromen naar die semi-permanente opvanglocaties. Meneer Roemer. Voorzitter, de premier zegt nog wat. Laten we eerst even één ding bij de kop pakken. Hij zegt er is te weinig ruimte voor huisvesting. Er moeten snel woningen bijkomen, semi-permanente, hoe je het ook allemaal noemt. Er is gewoon een ernstig tekort aan woonruimte. En dat is niet alleen voor statushouders die nu in een asielzoekerscentrum zitten, maar vooral ook voor heel veel mensen die bovenop de wachtlijsten staan. Dus 10.000 woningen daarvoor lossen het probleem niet op. Is de premier bereid om met de Kamer afspraken te maken om bijvoorbeeld te stoppen met het nu verkopen van sociale woningen, wat nu in de mate van 10.000 gebeurt, want dan heb je al het probleem minder, om te zorgen dat corporaties de ruimte krijgen om te gaan investeren, want die kan ook een enorme verlichting geven, en om die 10.000 te verhogen naar bijvoorbeeld wat de Partij van de Arbeid gesuggereerd heeft, toch op zijn minst 100.000 om dat echt op te gaan lossen. Ja, voorzitter, een van de gedachten natuurlijk achter bijstand en natura en het vrijspelen van kosten bijvoorbeeld voor de huurtoeslag, maar zeker ook, want dat raakt direct aan de gemeente, de besparing op de bijstand vanuit de kostendelersnorm. En daarnaast het in rekening te brengen bedrag bijvoorbeeld voor de huur creëert ook mogelijkheden voor de gemeente om samen met corporaties te bezien hoe men tot investering kan overgaan om te komen tot deze semi-permanente huisvesting. Ik meen aanstaande vrijdag, kijk even naar Dijkhoff, is er ook overleg met de corporaties. Ik dacht dat dat is deze week op vrijdag.
Dijkhoff en Blok volgens mij samen praten dan met de corporaties. Ik zeg het juist, praten met de corporaties. Juist ook om dit soort zaken bij elkaar te brengen. Ik denk dat dat verstandig is, omdat je in dat kader ook deze vraagstukken goed kunt bezien en ook kunt zorgen voor het goede investeringsklimaat. Meneer voorzitter, de premier draait er heel erg omheen. Er is een enorm woningnood, met name in de sociale huisvesting. En er zijn een aantal redenen voor. Eén daarvan is nou ook dat er massaal meer dan 10.000 huurwoningen worden verkocht. Het tweede is dat de woningcorporaties die jaarlijkse verhuurdersheffing nu moeten gaan betalen van 1,75 miljard, wat een enorme aanslag is op hun investeringscapaciteit. Er zijn natuurlijk meerdere redenen, maar feit is dat er al enorme tekorten zijn aan woningen. Niet alleen om statushouders te huisvesten, want heel veel gemeenten zijn in de problemen, maar er zijn enorme wachtlijsten bij mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Dus als we nu echt zeggen, we gaan proberen om praktisch de problemen op te lossen, dan moet de premier toch met mij eens zijn dat we dan ook alles uit de kast moeten halen. Dus nogmaals, graag antwoord op de vraag, is de premier bereid om ervoor te pleiten dat er gestopt wordt met de verkoop van sociale woningen en corporaties meer ruimte te geven om te investeren door de verhuurdersheffing geheel of deels om te zetten in een investeringsplicht? Voorzitter, is mijn echte overtuiging dat als je nu alle arrangementen die de afgelopen jaren getroffen zijn rond de woningmarkt aan de huurkant, als je nu allemaal op losse schroeven zet, dat, en dat is de paradox, dat de snelheid waarmee je deze semi-permanente huisvesting kunt realiseren sterk zal afnemen. Dat zal tot heel veel navelstaren leiden, tot heel veel dekkingsproblemen, zowel aan overheidszijde als ook aan corporatiezijde. Ik denk dat dat onverstandig is. Volgens mij moeten we nu de sfeer met elkaar die er is ontstaan en ook het gevoel van urgentie bij gemeenten, provincies en corporaties gebruiken om ervoor te zorgen dat waar we nu ook in zekere mate ook financieel middelen vrijspelen vanuit de gemeente om mee te investeren, om daar maximaal gebruik van te maken. Dat zijn overigens woningen die ook openstaan, laten we daar duidelijk over zijn, voor mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Ook zij kunnen daarvoor in aanmerking komen. Meneer Roemer. Voorzitter, als dat de afspraak is, dan is 10.000 woningen nog minder dan het aantal statushouders dat nu nog in een asielzoekerscentrum zit. Dat waren er 14.000. Het is geen 10.000. Hier is geen 10.000. Meneer Roemer. Dank u wel, voorzitter. In de brief wordt vermeld 10.000 woningen worden er nu gebouwd. Voorzitter, er is een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen. Niet alleen voor de statushouders, wat nog aan zal trekken de komende tijd, er zal groeien die groep, maar vooral ook voor al die mensen thuis die dit debat zitten te kijken en die 7, 8, 9, 10 jaar zitten te wachten op een huurwoning. En het enige dat die van de premier te horen krijgen is huurwoningen gaan verkopen, corporaties gaan we indikken als het gaat om investeringsruimte. Dus die mensen worden gewoon in de steek gelaten. Doe nou eens mee en zorg nou eens dat we daar ook samen optrekken. Niet alleen tijdelijke woningen bouwen, maar de corporaties ruimte geven om te gaan bouwen, zodat al die Nederlanders die op de wachtlijst staan ook eindelijk eens een keer wat vlotter aan de beurt komen. Voorzitter, de heer Roemer haalt echt twee dingen nu helemaal door elkaar. We hebben aan de ene kant de gemeentelijke zelfzorgarrangementen. Daarbij is de ambitie om te komen tot 10.000. Om ervoor te zorgen dat je de eerste druk op de asielzoekerscentra, op het COA, kunt verminderen. Dat is één. En als ze in die opvang zitten, gelden ook de financiële arrangementen van het COA. Na die 6 maanden wil je dat mensen kunnen doorstromen. En dan is de realiteit dat er sprake zal zijn niet van sociale huurwoningen naar verwachting, maar eerder van dit type semi-permanente bewoning. Daar hebben we niet over 10.000 gesproken. Daar ligt de ambitie vanzelfsprekend hoger. Daar hebben we nog geen aantallen voor, omdat we dat ook echt willen bespreken met corporaties en gemeenten. Dat gaan we ook doen. Maar die 10.000 regardeert dus het aantal GZZA's en niet het aantal semi-permanente woningen via die semi-permanente huisvesting. Tot slot, kort graag. Voorzitter, dat is duidelijk, maar dat blijft erbij dat corporaties geremd worden met investeringen door een verhuurdersboete van 1,75 miljard op jaarbasis. Zet die nou om in een investeringsplicht, want heel veel Nederlanders die staan 7, 8, 9, 10 jaar op een wachtlijst. En dan moet je dus, als er te weinig woningen zijn, niet 10.000 sociale huurwoningen nu in de verkoop doen. Daar gaat mijn pleidooi over. Daar draait de premier steeds omheen. Willen we mensen helpen op de wachtlijsten, dan moet er gebouwd worden. Maar dan moet je corporaties de ruimte geven om te bouwen. Ik snap het pleidooi, maar dat is een politiek verschil van mening, wat natuurlijk al langer tussen de coalitie en de socialistische partij zichtbaar is.
En mijn pleidooi is nu niet heel uitgebreid dat debat wat we ook een paar keer bij de algemene beschouwing hebben gevoerd te hernemen, maar vooral ook vast te stellen dat als je al bereid zou zijn, wat ik niet ben, na te denken over het aanpassen van die al gekozen arrangementen, dat dat naar mijn overtuiging paradoxaal eerder zal leiden tot een vertraging dan een versnelling. Dus ook al om die reden, los van de financiële dekking en alle politieke vraagstukken en beleidsmatige doelstellingen, ben ik er niet voor. Maar ik wijs ook op het paradoxale effect dat dat eerder zal leiden tot vertraging. Dank. Wat de minister-president opnoemt is een heleboel wat moet gebeuren. Mijn vraag is wanneer de Kamer duidelijkheid krijgt over de invulling van de voorstellen. Er zijn denk ik nog veel vragen te stellen. En vooral ook de financiële invulling daarvan, want dit kost allemaal nogal wat. Ja, dat doen we zo snel mogelijk. Overigens is het natuurlijk zo dat door te kiezen voor deze C een permanente huisvesting en ook de sociale zekerheidsarrangementen die daarbij horen, speel je ook een beetje geld vrij voor gemeenten om te investeren met corporaties in die huisvesting. Simpelweg omdat je bijvoorbeeld stelt dat de kostendelersnorm van toepassing is, je iets geld vrij speelt. En daarnaast is ook de huurtoeslag niet nodig. Die raakt overigens de Rijksoverheid, dus vers 2 is nog even in hoeverre die inzetbaar is. Maar dat geeft wel wat extra investeringsruimte. Dat past ook in de brief die Stef Blok, de minister voor Wonen en de Rijksdienst, aan de Kamer heeft gestuurd begin oktober. Meneer Buma. Ja, dank voor het antwoord. Hoe wordt omgegaan met zeg maar de 7000 hervestigers in dit hele voorstel? Want we hebben een aantal mensen in de asielzoekerscentra hier. Maar er komen ook mensen die volgens mij al heel snel een status krijgen van buiten Europa. Vallen die onder diezelfde regeling of krijgen die ineens wel een woning? Kijk, iedereen die een status heeft of krijgt, die willen wij natuurlijk zo snel mogelijk uit het COA hebben, uit de asielzoekerscentra. Nogmaals, het is onvermijdelijk dat we eerst toewerken naar die tussenvorm, dat gemeentelijke zelfzorgarrangement. Dus dat betekent niet dat mensen meteen in aanmerking komen voor helaas, het gaat gewoon niet. Los van wat je daar precies van vindt en hoe wenselijk je het vindt, het gaat gewoon niet lukken om mensen aan een huurwoning te helpen. Daar zijn er te weinig voor, vandaar dat je werkt aan die tussenvoorziening. Daar zijn de gemeenten ook zeer voor gemotiveerd. We hebben daar vrijdag met ze over gesproken. In die fase, hoewel statushouder, ja, heeft dat wel zijn effect natuurlijk op de financiële middelen die je ter beschikking staan. Dat zijn gewoon de regels zoals die gelden. Daarna stroom je door, wat ons betreft, zo snel mogelijk na dat half jaar naar zo'n CM permanente bewoning. Dan is er, komt de bijstand in beeld en die willen we dus zo organiseren dat we ook geld overhouden om te kunnen investeren weer in die woningen. En zo proberen we op een rechtvaardige, maar ook sobere wijze dit geheel te adresseren. Meneer Buma. Dank. Misschien kan dan later, want dat hoeft echt niet nu nog aangegeven worden. Ik kijk ook even naar de staatssecretaris hoe precies dus die 7000 herplaatsvluchtelingen zich hiertoe verhouden. Want ik neem niet aan dat die zelf zorgarrangement krijgen of iets dergelijks. Maar dat wil ik graag nog eens later horen. Eén ding is mij vanochtend nog niet duidelijk geworden. Er komt ook een wijziging van de huisvestingswet om de voorrangsregeling af te schaffen. Is er nu een politieke afspraak waarin gezegd wordt eerst moet een aantal huizen worden gebouwd voordat die wet ingaat? Of kan er, en dat zou de voorkeur zijn van de CDA-fractie, gewoon zo snel mogelijk gewerkt kunnen worden aan het afronden van het wijzigen van de huisvestingswet? Dus voorrangsregeling werk. En niet een politieke deal op de achtergrond dat er dan minimaal weer een aantal huizen gereed moeten zijn. Nee, we doen alles zo snel mogelijk. Akkoord. De dingen niet op elkaar laten wachten. Meneer Pechtold. Voorzitter, ik kan me herinneren dat bijna 2 jaar geleden ik in een debat ter voorbereiding van zo'nzelfde raad aan de premier vroeg, wat doen we nou met de vluchtelingen? En dat hij zei, staat niet op de agenda, we houden het in de gaten. En de vraag vandaag is natuurlijk, waren we nou goed voorbereid? Vorig jaar, en ik nam het ook al met de collega's door, kregen vanuit het kabinet grote getallen te horen, 65.000. En nu zit het systeem muurvast op het moment dat we de helft bereiken. Vindt u dat u met het kabinet goed was voorbereid? Ik vind dat we het maximale hebben gedaan wat we konden doen. Die aantallen die toen werden genoemd hadden te maken met de instroom van Eritreërs. Dat was ook waar Teven toen op extrapoleerde. Zijlstra heeft dat net in de interruptie met de heer Pechtold, voorzitter, volgens mij ook juist geduid. Uiteindelijk is het gelukt om die instroom weer te stelpen, zodat uiteindelijk die aantallen niet materialiseerden. Wat we nu zien is natuurlijk een effect in een ander deel van de regio, in het Midden-Oosten zelf, in Syrië. De effecten, nou, ik heb ze net een paar van geschetst, een paar van die oorzaken van die toegenomen migratie in een conflict dat natuurlijk al veel langer loopt. Maar er zitten een aantal triggers in waardoor die migratie nu extra toeneemt. Die heb ik net geschetst. Ik heb ook gezegd, als je dan kijkt naar die instroomcijfers, dan zie je ze wel iets oplopen in juli en augustus. Maar er is echt een, ja, ik kan het niet mooier maken, er is een knik en een hockeystick omhoog vanaf eind augustus.
Waarbij ik daarnaast ook heb aandacht gevraagd voor het feit dat als je al zou vinden dat je wilt reserveren voor noodsituaties, ik denk dat het politiek illusoir is om met elkaar te zeggen, we reserveren bijvoorbeeld standaard 10.000 woningen laten we leegstaan voor het geval dat, of we laten AZC-locaties leegstaan voor het geval dat. Ik denk dat we daar ook heel reëel voor moeten zijn, dat politiek niet te chef is. Voorzitter, kan de premier mij uitleggen wat het verschil in probleem is tussen het opvangen van 65.000 Eritreërs en Syriërs? Het verschil is dat het gelukt is om die instroom te stelpen van Eritreërs. Die was vorig jaar mei. Ik herinner me dat we toen een aantal keren ook met de meest betrokken bewindslieden van sociale zaken, de staatssecretaris ikzelf, ook daarbovenop hebben gezeten door extra met elkaar te bekijken welke maatregelen we moesten nemen. Het is toen gelukt, mede ook door het mobiel, door het grenstoezicht en andere maatregelen, om die instroom terug te dringen. Dus eigenlijk zijn die stromen verplaatst naar andere landen. Ja, voorzitter. Dus het verhaal is, we verwachten 65.000 Eritreërs. Daar hebben we ons wel of niet, want dat is dus nu nog onduidelijk, daar hebben we ons wel of niet op voorbereid. Maar nu het nog niet de helft is aan Syriërs en anderen, loopt het systeem opeens zo in paniek dat we iedere avond een probleem hebben. Voorzitter, het is toch volstrekte onzin wat de minister-president hier op een hele rustige toon, want hij denkt als ik nou heel rustig blijf praten, dan gaat iedereen geloven wat ik hier zeg. Vorig jaar 65.000 werd door het kabinet gezegd. En nu zit het grote verschil in, dat waren Eritreërs. En nu het voornamelijk Syriërs zijn, gaat het systeem al helemaal in de war wanneer het er ongeveer 30.000 zijn in oktober. Voorzitter, wie gelooft dit? We waren slecht voorbereid en de paniek komt voor een groot deel voort uit het feit dat we nu met 5 dagen, 72 uur opvang aan het slepen zijn met mensen van de een naar de andere plek. En daar is het gevoel uit voortgekomen, we kunnen het niet aan. Terwijl de cijfers 10, 15 jaar geleden veel hoger lagen en we dat wel aankonden. Dat is het probleem, minister-president. En niet nu weer dat gedoe om te zoeken het verschil tussen de opvang van Eritreërs of Syriërs. Ja, voorzitter, dan te bedenken dat ik met de heer Pechtold nog de hele avond wil praten over de Groene Draak. Dus wens mij sterkte. Maar nou toch even over dit onderwerp. De minister-president. Maar dan maar even het antwoord op deze vraag. Want de heer Pechtold, voorzitter, met alle respect slaat hij de plank echt mis. En dat zeg ik in grote vriendschap. Want vorig jaar was er echt een heel ander vraagstuk aan de orde. Dat had inderdaad te maken met die in mei toenemende instroom. Als je die extrapoleerde, kwam je op 65.000. Het is toen snel gelukt om die instroom te stelpen. Dus wij zijn nooit in de buurt gekomen van dat soort aantallen. Hebben er ook geen maatregelen voor hoeven te nemen. Wat je nu ziet is dat sinds ongeveer juni, juli die aantallen enigszins oplopen, maar nog zeer beheersbaar. En ik heb het al een paar keer gezegd in het debat, voorzitter. De knik in de cijfers, die wordt pas echt zichtbaar. We zouden de grafiek bijna kunnen laten zien hier, die we ook laatst in de ministeriële stuurgroep met elkaar bekeken hebben. Je ziet eigenlijk vanaf augustus ineens een enorme toename van die instromen. Dat vertaalt zich ook in hele hoge cijfers over de maand september. Voorzitter, ik zie uit naar het debat wat wij vanavond hebben over de begroting van de koning. Laat ik zo zeggen dat ik van de premier uit dit debat heb geleerd dat mensen die een huis krijgen van staatswegen en een uitkering, dat je die sober behandelt. Voorzitter, hier wordt een brug geslagen tussen twee debatten die levensgevaarlijk is. Ja. Dat is een voorschot op het debat van vanavond. Meneer Slob. Ik hoop er vanavond ook bij te zijn, dus ik ben benieuwd. Voorzitter, wat me nu toch een beetje verbaast en ik vind het jammer, is dat er toch eigenlijk wel erg veel mist hangt rondom de afspraken die gemaakt zijn en hoe we ze precies moeten duiden. Ik heb aan de heer Samson gevraagd van hoe moet ik nu dat lezen als het gaat om dat vervallen van die voorkeurspositie voor die vergunninghouders. Omdat dat toch best een hele stap is voor de Partij van de Arbeid om die te maken. Hij koppelde het nadrukkelijk aan het feit dat er eerst voor huisvesting moest worden gezorgd. En nu hoor ik de minister-president tegen de heer Buma zeggen, nee, dat gaan we allemaal zo snel mogelijk doen. Ja, dat kan niet allemaal waar zijn. Mevrouw de voorzitter. Dus ik vind het belangrijk en ik denk dat dat ook belangrijk is in het kader van kunnen we een beetje draagvlak ook creëren, ook voor dit grote vraagstuk, niet alleen in de Kamer, maar ook buiten de Kamer, dat het volslagen helder is wat het kabinet aan het doen is. En dat we dat ook van elkaar weten, zodat we, als we het kunnen dragen, daar ook met elkaar voor kunnen gaan. Ja, voorzitter, ik heb natuurlijk al die discussies in de coalitie ook bijgewoond en deels ook mogen voorzitten. En als ik dan kijk naar de verschillen van opvatting, dan zijn die volgens mij uitgeserveerd in de eerste termijn van de Kamer. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag welk doel heb je met versobering? Is het een doel of een effect en hoe kijk je er tegenaan? Daar zitten verschillen van opvatting. Dat klopt.
Maar op al dit soort thema's niet. Beide partijen willen ervoor zorgen dat nadat mensen uit het asielzoekerscentrum met een status zijn doorgestroomd naar die tussenvoorziening, als ik het zo mag noemen, die zelfzorgarrangementen, dat ze daarna ook zo snel mogelijk toe kunnen naar een naar huisvesting die naar zijn karakter semi-permanent zal zijn, simpelweg door de tekorten. Dat we tegelijkertijd met elkaar zeggen, je zou daarbij, daar moet je heel pragmatisch mee omgaan. Je moet gemeenten er ook echt maatwerk laten leveren. Als inderdaad 4 of 5 kerels alleenstaand zijn, is het heel logisch dat die met meerdere in zo'n huisvesting zitten. Heb je een gezin met kinderen waarbij misschien ook nog problemen in zo'n gezin zijn, dan doe je dat misschien weer anders. Je wilt daar maatwerk voor mogelijk maken bij de gemeente en daarom moet je van die voorrangspositie af. Dus je moet het allebei doen. En het realiseren van die tijdelijke voorzieningen, die tijdelijke woonruimte, die volgt dus op die zelfzorgarrangementen, dat is niet hele huizen bouwen, dat is vooral ook het verbouwen, het geschikt maken daarvoor van bijvoorbeeld leegstaande overheidskantoren. Dus dat is niet iets wat je morgen realiseert, maar het duurt ook geen jaren. Dat kan redelijk snel. Dus vandaar dat wij denken dat je beide tegelijkertijd kunt doen. Voorzitter, toch constateer ik een andere uitleg dan wat ik bij de heer Samson heb gehoord toen ik hem daar heel concreet op bevroeg. En ik vind het wel belangrijk dat we van elkaar weten niet alleen wat er in de uitwerking gaat gebeuren, maar ook wat weer de basis is, ook van datgene wat we met elkaar afspreken. En ik vind het echt vervelend als daar toch mist omheen hangt, als het eigenlijk een soort woordenspelletje gaat worden. Lijkt mij slecht, ook voor het draagvlak in de Kamer, maar niet alleen in de Kamer, ook buiten de Kamer, als u op deze wijze met zo'n onderwerp omgaat. Maar de heer Samson heeft volgens mij hetzelfde gezegd wat ik hem in de gesprekken in de coalitie hoorde zeggen. Ik kan daarmee zeer mee leven als er ook meer huizen komen. Dat gaan we ook doen. Tegelijkertijd realiseer je ook dat als je zegt deze woningen zijn beschikbaar ook voor mensen op de wachtlijst, dat je tegelijkertijd je moet realiseren dat je natuurlijk ook het probleem wilt oplossen van de mensen die via die tussenvoorziening van zo'n zorgarrangement uiteindelijk ook daar naartoe moeten stromen. Dus daar moet je ook een verstandige weging in maken, maar je wilt af van het voorrangsrecht. Zodat gemeenten ook echt maatwerk kunnen toepassen. Ik denk dat dat de kracht is van deze coalitieafspraken. Samson. Allereerst is het natuurlijk vraag om ellende, als ik het hier heb ga proberen te verduidelijken. Maar het is omdat de heer Slob zo hecht aan duidelijkheid. En dat wil ik graag helder. Ja, ik snap het. Maar ja, de heer Slob heeft deze vraag laten hangen. Laat ik een poging wagen om inderdaad nog eens een keer te verklaren wat ik daarnet aangaf. Ik verwees naar de motie van de VVD notabene, waarin staat dat de voorrangsstatus moet worden geschrapt met inachtneming van de noodzaak om de doorstroming te blijven garanderen. Want als het weer ergens anders vast komt te zitten, gaat het niet goed. De timing lijkt me dus vrij voor de hand liggen. Dat wetsvoorstel komt deze kant op. Dat duurt altijd even, maar dat mag best meteen beginnen, dat traject. En tegelijkertijd wordt er vanaf morgen, wat mij betreft vanaf gisteren, kijk ik naar de staatssecretaris, begonnen met het bouwen van nieuwe woningen. Precies. Dan doen we dus beide tegelijk. Komt het een niet in het gedrang bij het ander. Ik zei toen al, de volgtijdelijkheid is geen kwestie, omdat je beide tegelijkertijd kunt gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat het een het ander niet in de weg zit. Is het premier het hiermee eens, was de vraag? Ja, voorzitter, 100%. 100%. Dat kan ik tegen de heer Samson zeggen, 4 uur, voorzitter. Maar voorzitter, toch terug naar de eerste termijn. Ik bedoel, ik heb het stenograafsverslag nog niet gezien, maar de heer Samson zei ook heel nadrukkelijk, dan zijn die woningen, dan is het niet meer nodig. En dat is toch echt iets anders dan wat hij hier zegt. Nee. Ik bedoel, het gaat over zijn eigen woord. Ik vind het prima als de partij, of nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet prima, maar als ze het doen, is dat hun keuze. Als ze zeggen, oké, VVD, we volgen jullie en jullie willen dit en dat gaan wij ook doen. Maar zeg het dan gewoon. Maar niet zo'n woordenspel hier op toch best een cruciaal onderdeel van deze plan als het gaat om de uitwerking met betrekking tot huisvesting. Want dan ga ik ook aarzelen of de woorden die gesproken zijn dat de grondvesten van ons vreemdelingenbeleid nog wel overeind staan. Dat we ons zullen houden aan internationale afspraken die zijn gemaakt rond vluchtelingenverdragen en zo. Waar hier ook op gezegd, ja, nee, gaan we doen. Ja, als het zo gaat. Nou ja, voorzitter, ik hoorde daar verder geen vraag in, maar kijk, als de Kamer gaat zoeken naar verschillen tussen Partij van de Arbeid en VVD, nou, dan wil ik nog wel even helpen, die zijn er in legio. Maar in dit specifieke vraagstuk en de coalitieafspraken beperkt het zich eigenlijk echt tot de precieze, is dat precies ook geduid waar het gaat om die versobering in de eerste termijn van de Kamer. Daar zit een verschil van opvatting over het doel van het beleid, maar niet over de maatregelen. Ja, en dat is nu eenmaal zo in een coalitie. Er zullen vaker momenten zijn dat wij vanuit verschillende beleidsperspectieven tot gemeenschappelijke maatregelen komen. Meneer Buma. Ja, het CDA wil toch even weten waaraan het nu meewerkt. Want de heer Samson komt nu naar voren en
laat heel duidelijk doorschemeren, het traject van de wet mag worden ingezet. Hij zegt heel duidelijk niet, die wet moet zo snel mogelijk worden behandeld. En die moet wel zo snel mogelijk worden behandeld. En als het kabinet... Zegt hij ook. Nee, dat is het punt. Dit is de premier en de heer Samsom kunnen proberen hetzelfde te bespreken. Maar de heer Samsom geeft duidelijk aan, er moet eerst gebouwd worden. Maar dat gaat niet zo snel. Terwijl er geen enkele reden is om mensen die nu al als Nederlander op een wachtlijst staan, dezelfde kans te gaan geven als asielzoekers. Dus die wet moet eraan komen. En het CDA wil wel meewerken, maar wel meewerken aan iets waar we achter staan. Mm-hmm. Die wet kan je in een week klaar hebben. Het is één woordje wat uit die wet moet. Naar de Kamer, Raad van State behandelen en invoeren. En niet het traject langzamerhand inzetten en dan bouwen. Ik wil dat er gewoon losgekoppeld wordt en ik wil dat de minister-president dat ook nu zegt. Voorzitter, het zijn twee sporen die niet gekoppeld zijn, maar allebei met grote spoed worden gedaan. Aan de ene kant de aanpassing van de wet. Aan de andere kant heel snel nu werk aan het realiseren van die semi-permanente huisvestingsvoorzieningen in bijvoorbeeld leegstaande kantoren of ander vastgoed. En eventueel ook demontabele bouw. Dat kan snel. We praten hier dus niet over premie-A-woningen zoals we die in de jaren 80 overal ontwikkelden, waarbij je eerst een planbeschikking en nou weet ik het allemaal, sinds de mooie wetgeving van Melanie Schultz zal het wel een stuk simpeler gaan, maar dat kost natuurlijk altijd vreselijk veel tijd. Dit kan allemaal heel snel, dus zowel die wetgeving kan snel als het werken aan die semi-permanente huisvesting. En dat moet ook, omdat als we er nu in slagen, die afspraken met de gemeente, om zo'n 10.000 mensen door te plaatsen naar die zelfzorgarrangementen, dat is in principe voor een half jaar. Dan wil je ook na dat half jaar dat, en er zijn daarnaast is er een andere druk op de woningmarkt, dat je deze problemen kan oplossen. Dus, maar goed, ik zie dat de heer Buurman al helemaal gerustgesteld is, dat is goed. Meneer Klaver. Voorzitter, wat is het doel van deze afspraken? Zeg ik met simpele vraag aan de premier. Het doel is ervoor te zorgen dat wij zo snel mogelijk in Nederland komen tot meer huisvestingsmogelijkheden voor mensen met urgentie. Er zijn mensen met urgentie natuurlijk. Nou, wat ik al zei, je hebt mensen op de wachtlijst staan waarvan het urgent is, ook vanuit een gemeentelijk perspectief bekeken, om ze aan huisvesting te helpen. De huidige wet overigens laat daar ook al ruimte voor. Het is niet zo dat altijd dan asielzoekers voorgaan. Dat beeld klopt ook niet. Het is wel degelijk zo dat daar maatwerk in wordt toegepast. Wat je eigenlijk wilt, is dat je dat maatwerk, dat je dat veel groter kan maken. Dat je dat veel breder kunt maken. Dus er zit verder geen, want ik denk dat de heer Klaver daarnaar op zoek is, kan ik hem verzekeren, geen ideologie achter. Zo van, oh, zoveel mogelijk huizen of de eigen woning zoekende eerst. Dat zit er niet achter. Dat is echt om ervoor te zorgen, pragmatisch, dat je voldoende plekken krijgt waar mensen kunnen wonen. En ervoor kunt zorgen dat corporaties en gemeenten maatwerk kunnen bouwen. Okay, voorzitter, belangrijk. Het doel dat hier wordt aangegeven is zorgen dat er meer huisvesting komt. Dat er ook doorstroom komt vanuit de AZC's. Dan is wel de hamvraag. Hoeveel extra plekken worden er gecreëerd? Dan wel voor statushouders, dan wel voor de asielzoekers die hier komen in de asielzoekerscentra voor volgend jaar. Want we kunnen met elkaar hier een groot debat voeren over waarom we niet voorbereid waren, waar het mis is gegaan in Oranje. Trouwens, complimenten voor de staatssecretaris die hierbij zit. Ik vind het knap hoe het inderdaad iedere avond tot nu toe lukt om mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Maar hoe zorgen we ervoor dat we in 2016 weer niet voor diezelfde problemen komen te staan? Dus over hoeveel, er werd nu gesproken over 10.000 extra woningen die er zouden moeten komen. Ik bedoel, met de instroom van deze weken, ben je met 3 weken, zeg maar, zit het ongeveer vol. Nee, dus hoeveel extra plekken komen er in 2016? Nee, dan haalt Klaver ook dezelfde dingen door elkaar. Ik snap het ook, want het is extreem complex. En laat ik het ook hier nog even precies elkaar uitsorteren. 10.000 betreft die zelfzorgarrangementen. Dus het doorplaatsen van mensen die nu op de statushouder zijn, maar nog bij de asielzoekerscentra zijn ondergebracht. Dat is in principe voor een half jaar, omdat strikt formeel is de gemeente gehouden om een statushouder aan een woning te helpen. Nou, dan kan Dijkhoff zeggen, ik zet ze bij het stadhuis op de stoep. Maar dat leidt ook tot niks. We weten allemaal dat er gewoon tekort aan woning is. Dus daarom hebben we gezegd, laat maar even al die formele regels. We realiseren ons dat we hier naar onorthodoxe oplossingen moeten zoeken. Dus eerst die tussenvorm van die zelfzorgarrangementen, dat kan ongeveer voor een half jaar. Dan val je nog in financiële zin onder het AZC-regime. Vervolgens naar zo'n semi-permanente opvang. En de aantallen daarvan, de ambitie is natuurlijk om er behoorlijk wat te realiseren. Maar we willen daar eerst maar eens over in gesprek met de corporaties. Want het is niet zo dat wij dat beslissen. Dat is echt een gezamenlijk besluit. Dat is minimaal tripartiet. Gemeente, corporaties en kabinet. Dus ik ga er geen aantallen op noemen. We gaan eerst met elkaar in gesprek. Heer Klaver. Voorzitter, ik snap het donders goed. Ik ben blij dat de premier het nog een keer uitlegt. Ik snap dat er nu een situatie gecreëerd wordt om het eerste half jaar iets meer ruimte te creëren.
iets meer benadrukken, want het gaat over 10.000 plekken. De vraag is, what's next? Hoeveel extra semi-permanente plekken gaan er gebouwd worden? En er wordt al gezegd door de premier, daar hebben we een forse ambitie op, maar hoeveel, ja, dat weet ik niet. Wanneer weten we dat wel? Wanneer gaat het kabinet, ik snap dat je meerdere partijen nodig hebt om dit te realiseren. Dus ik snap dat de premier niet kan beloven, ik bouw er 50.000 of 100.000 of 80.000, dat kan hij misschien niet beloven. Maar wat is de ambitie? Wat ziet het kabinet als wat nodig is om ervoor te zorgen dat we niet voor dezelfde acute opvangproblemen komen te staan volgend jaar zoals dat nu ook is? Hoeveel zijn dat er? Nou, voorzitter, een van de voordelen van mijn eerste lustrum vier in deze baan is dat ik nog bewuster ben dat woorden hun betekenis hebben. En als ik hier aantallen zou noemen, niet als resultaatverplichting, maar als inzet en als doelstelling, dan gaan die ook een eigen leven leiden. Daarmee bevorder ik niet een succesvol overleg met gemeenten en corporaties. Ik doe dat echt niet. Ik ben het wel eens, voorzitter, met de heer Klaver, dat we natuurlijk willen dat we niet het probleem van nu, maar ook het probleem van de komende maanden en het komend jaar hiermee aanpakken. Ja, daar zijn we het helemaal over eens. Meneer Klaver. Maar hij wil mij een aantal horen noemen en daarvan zou ik zeggen, doe dat nou niet, want daarmee bevorderen we niet de goede oplossing. Meneer Klaver alsnog. Ja, voorzitter, dat is ook bij heel veel dossiers waar het ingewikkeld is. Dan moeten we vooral niet te veel doorvragen en de premier de ruimte bieden. Ja. De vraag die centraal staat, hoeveel is er nodig? Daar zou het kabinet toch in ieder geval informatie met de Kamer moeten delen. Hoeveel extra woningen zijn er nodig? Dan vraag ik niet om een ambitie, dan vraag ik niet eens wat het kabinet wil. Hoeveel extra is er nodig? Die gisteren gestuurd is. De taakstelling staat er precies in. Voorzitter, dan kom ik bij... Wat is dat dan? Ik bedoel, de premier verwijst er altijd graag naar. Nou, over welke taakstelling hebben we het dan? Ja, dat staat in de brief die u gisteren gehad hebt. Die heb ik u zo gauw niet bij de hand, maar dat staat er precies in. Voorzitter, ik vraag de minister-president. Ik heb het dus blijkbaar niet gelezen. Waarschijnlijk kan ik hem niet goed lezen. De premier verwijst ernaar, dan ook een cijfer. Dit doet hij voortdurend, dan ook een cijfer. Termijn. Ik ga de brief die u gisteren gehad hebt zelf op dit punt nog even herlezen. Voorzitter, niet in de tweede termijn. Dan zou ik het graag in de eerste termijn willen. Ik snap dat hij het moet opzoeken, maar dit is voor mij van belang om ook een goede tweede termijn te kunnen voeren. Iets zo kribbig. Voorzitter, dan. Op het punt van de binnenlandse kwesties heb ik er nog een paar zaken liggen. Nee, om te beginnen heeft de heer Slob, pardon, minister-president. Ja, tuurlijk. Meneer Klaver. Voorzitter, ik vraag om een cijfer. De minister-president verwijst naar een brief. Hij weet zelf niet welk cijfer het is. Vervolgens zegt hij, ik kom er in de tweede termijn op terug. Ik probeer aan te geven dat ik het belang aan hecht dat ik het in de eerste termijn van hem hoor. En hij zegt, ja, we gekibbelen, ik ga door. Dat is een vraag die ik stel. Daar zou ik graag antwoord op krijgen of het mogelijk is dat ik het in de eerste termijn van deze premier al te horen krijg. Ik ga mijn best doen, voorzitter. Maar mijn reactie was meer op de wat kribbige toon van de heer Klaver. Die vond ik niet merkend was in de discussie die wij voerden. Die volgens mij heel plezierig was. Meneer Pechtold. Ik vind want het is weer zo'nzelfde debat als bed, bad en brood. En dan hebben we dus een tijdje onzekerheid, gedoe. En vervolgens staan we dan hier. Dan krijgen we heel kort van tevoren een brief waar je echt alle kanten mee op kan. En dan vragen wij hier gewoon door. Dat is onze taak. Ja, getallen. En ik zou willen zeggen, we nemen gewoon even rust en we horen het getal. Zeker. Drie minuten, even pauze. Nee. En we horen het. Jawel, voorzitter. Meneer Pechtold. De premier heeft eerder gezegd, ik doe het in tweede termijn. Op doorvraag van de heer Klaver heeft hij gezegd, ik doe dat nog zo snel mogelijk. Ook als hij in het verleden in debatten, vrij recente debatten nog zei, ik doe het in tweede termijn, kwamen die antwoorden al in eerste termijn. Dus hij probeert altijd alles te doen. U zegt, ik wil dat graag zo snel mogelijk hebben. De premier heeft dat gehoord. We gaan even wachten. Hij gaat door, dat is praktisch. We moeten allemaal die groene draagvragen nog afwachten. En ondertussen gaat de premier door. Die antwoorden komen zo snel mogelijk. Ik geef het woord aan de minister-president. Voorzitter. Voorzitter, het is gewoon een patroon. Of je nou vraagt naar zijn we goed voorbereid, je krijgt een monoloog, maar een antwoord krijg je niet. Als Buma vraagt naar die huizen, je krijgt een monoloog, maar antwoord krijg je niet. In dit geval heeft de premier het antwoord toegezegd. U heeft er nadrukkelijk om gevraagd, hij heeft het toegezegd. En ik zal erop toezien dat het zo snel mogelijk komt. Maar het lijkt me pragmatisch dat we ook gewoon doorgaan met dit debat. Gaat u verder, minister. Ja, voorzitter. En dat is niet per se het antwoord op de vraag van de heer Klaver om hoeveel huizen, hoeveel plekken streven wij naar. Want daarvan heb ik gezegd, en dat hou ik staande, ik vind het van belang op het overleg van vrijdag corporaties en gemeenten en kabinet op dat punt af te wachten. Maar in de brief van de staatssecretaris aan de Kamer wordt wel gesproken over aantallen die eraan gerelateerd zijn. En die aantallen... Eens even kijken. Dan ga ik die brief. 14.000 mensen. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Daarvan weten we dat er inderdaad op 1 oktober, dat aantal is ook al genoemd, de beroemde 14.000 zijn. Dat zijn de mensen die nu
in het COBAR nog zitten en eigenlijk moeten doorstromen. Daarop is vooral ook gericht die 10.000 plekken bij de zelfzorgarrangementen. En als er nog andere getallen in die brief stonden, ik meen van wel, dan gaan we die ook nog hier noemen. In de eerste termijn. Dus die komt. Voorzitter, dan de heer Slob, want die vroeg eigenlijk naar hoe zit het nou met de middelen. Ik heb dat ook gisteren in de Eerste Kamer besproken met zijn fractiegenoten van de ChristenUnie. En ook andere partijen natuurlijk. Daarvoor geldt dat er twee dingen van belang zijn. In de eerste plaats dat wij, als het betreft ODA, willen vasthouden aan de bestaande afspraken. Namelijk dat in principe het eerste jaar betaald wordt, omdat het valt onder ODA. Willen we dat blijven betalen uit deze budgetten. Dat heeft overigens tot nu toe niet geleid tot allerlei bezuinigingen elders, omdat we ook zien dat de economie groeit en daarmee het ODA-budget ook ruimte heeft. Het tweede is natuurlijk, wanneer krijgen we dan die bijstelling? Dat reageert ook op een aantal andere vragen die erover gesteld zijn. En daarvoor geldt, voorzitter, dat wij voornemens zijn om bij de najaarsnota te komen met nadere berichten over de verwachtingen ten aanzien van de asiel en stroom, want dat betekent in financiële zin zowel voor 2015 als de doorwerking naar 2016. En dan praat je zowel over de directe kosten als, heb ik ook gisteren aan de Eerste Kamer toegezegd, een aantal bijkomende kosten. Dat is in lijn overigens ook met mijn toezegging al gedaan bij de algemene politieke beschouwingen. Meneer Pechtold. Voorzitter, houdt u voor 2016 rekening met 300.000 asielzoekers? Voorzitter, ik heb nog geen getallen voor 2016. We hebben wel nu een aantal genoemd voor 2015 in deze brief, maar nog niet voor 2016. Nee, maar voorzitter, de fractievoorzitter van de grootste partij hier zegt op tv, zegt in dit debat, dat het mogelijk is dat we dadelijk 300.000 mensen deze kant op krijgen in een jaar. Dat er een hele stad als Utrecht moet worden bijgebouwd. En ik vraag me af of het kabinet dat, want de premier zegt we gaan de cijfers bijstellen. Dit jaar werd in de begroting werd bezuinigd op de opvang. Hebben veel fracties van gezegd, niet verstandig. En nu zegt hier iemand, ook bij doorvragen, het kunnen er 300.000 zijn. Dat is nogal een aanslag dadelijk op de budgetten. Houdt u rekening met getallen in die grootte? Voorzitter, nogmaals, ik heb geen nieuwe updates voor 2016, alleen voor 2015. Ja, voorzitter, dat is dus weglopen bij iets wat hier weer gebeurt, namelijk een bommetje neergooien door de VVD. Paniek, 300.000. En de premier gaat dan zeggen, ja, ik heb geen cijfers. Of u zegt, het zijn reële cijfers, het zou er in de buurt kunnen komen. We staan nu namelijk nog maar op 10% van het getal wat voorspeld wordt. En ik vraag dus naar de realiteitsgehalte van dat getal van 300.000. Zou de premier dat dan kunnen zeggen? Acht hij het voor mogelijk dat er 300.000 mensen deze kant op komen? Ja, voorzitter, ik ben chef van de regering, maar niet van het wetenschappelijk bureau wat commentaar geeft op alles wat in eerste termijn hier besproken wordt. Het kabinet heeft zijn vaste momenten dat we met cijfers komen. We hebben in de brief die gisteren bestonden is onze update gegeven voor dit jaar. Ik zeg u opnieuw toe, in lijn op met mijn toezegging bij de algemene politieke beschouwingen, dat bij najaarsnota de Kamer wordt geïnformeerd over wat betekent dat nou in financiële zin. Ik heb gisteren in de Eerste Kamer toegezegd, daarbij betrekken we natuurlijk ook een aantal bijkomende uitgaven. En op de geëigende momenten zullen we ook weer een update geven voor het komend jaar. Maar om nou commentaar te gaan geven op alles wat hier in de eerste termijn is besproken, dat vind ik niet mijn rol. Nou, voorzitter, nog geen paar minuten geleden staat de premier hier trots te vertellen dat door zijn eigen kabinet aangekondigde getal van 65.000 Eritreërs voor dit jaar, dat hij dat met veel succes heeft weten terug te brengen. Dat waren cijfers die door het kabinet werden voorspeld, waar beleid tot is opgevoerd. Nu hebben we het over getallen die 5 tot 10 keer hoger liggen, hier neergezet door een coalitiepartij. Nu vraag ik naar dezelfde systematiek. Houdt u daar rekening mee? Voert u daar beleid op? En zegt de premier, dat hoef ik niet te doen, want ik reageer niet op getallen. Voorzitter, vorig jaar werden de getallen neergezet, die werden bij lange na niet gehaald. Dit jaar worden de getallen ook weer gesuggereerd en ik vraag of de premier die getallen voor mogelijk houdt. Houdt hij het voor mogelijk dat er volgend jaar 5 tot 10 keer zoveel asielzoekers komen dan dit jaar? En zo ja, hoe bereidt zijn kabinet zich daar dan op voor? Voorzitter, ik wijs naar het vorige antwoord. Het kabinet komt met een zekere regelmaat met updates van de aantallen te verwachten instroom, qua instroom voor vluchtelingen en asielzoekers. We hebben dat gisteren ook weer gedaan voor 2015. Op de vaste momenten gebeurt het natuurlijk ook voor 2016. Meneer Slob. Voorzitter, bij de motie die bij de algemene politieke beschouwingen was ingediend, was gevraagd om uiterlijk bij de najaarsnota met een update te komen, zeg maar, van het geld wat nodig is. Ja.
begrijp dat het kabinet ook dus helemaal tot het eind wacht. Jammer, kan het u best ook wel eerder. Maar hoor ik u nu goed zeggen dat u de extra middelen gaat zoeken bij geld wat we ook qua beleid bedoeld hebben voor de allerarmste van de wereld? Nou, voorzitter, dat is gewoon een systematiek, hè? Dat de eerste jaar asielinstroom gefinancierd wordt uit ODA. Dat is niks nieuws. Ik begrijp dat de heer Slob dat niet mee eens is, maar dat is wel hoe we het doen in Nederland. Meneer Slob. Maar voorzitter, het is natuurlijk ook op een bepaald moment een keuze. Als je veel vluchtelingen ook naar je toe krijgt, dan zijn er dus ook grotere bedragen voor nodig. Maar je ziet ook aan de andere kant, staat in diezelfde motie ook, dat ook in de regio zelf het ongelooflijk belangrijk is dat we daar ook goede opvang hebben. Maar uiteraard ook de mensen daar helpen om ook te kunnen blijven leven op die plekken waar ze horen. Dat daar natuurlijk ook geld voor nodig is. En ik constateer dat de 110 miljoen die het kabinet wel al gereserveerd had, dat dat ook al een voorbeslag was op de BNP-groei uit 2020. Dus dan ben ik benieuwd waar u dan nog geld vandaan denkt te halen in de komende tijd. Ja, voorzitter, dat regedeert weer de kwestie van de najaarsnota, waarin wij laten zien hoe we omgaan met de toegenomen instroom en wat dat in financiële zin betekent. Ik verstond de vraag van de heer Slob zo, door zijn opmerking in eerste termijn, dat hij ook meer ten principale ter discussie wilde stellen het feit dat het eerste jaar financiële beslag van de asielinstroom ten laste komt van ODA. En daarvan is mijn opvatting van het kabinet dat we dat zo willen laten. Meneer Slob. Voorzitter, in de motie hebben we in ieder geval aangegeven dat we vinden dat de lopende programmalijnen dat die niet aangetast moeten worden. Ik begrijp dat het kabinet dat misschien dan aangrijpt om het haakje, zeg maar, wat er is van als er dan door BNP-groei nog wat extra geld om dat dan te gaan gebruiken. Ik zou het kabinet mee willen geven om, zeker ook vanwege de grootte van de problematiek waar we nu over spreken, het ook belangrijk is om misschien toch even iets breder rond te kijken om de financiële middelen niet alleen maar heel exclusief daar vandaan te halen, maar ook te kijken naar andere financiering. Voorzitter, oké, ik ken die opvatting van de heer Slob. We zijn het daar dan niet over eens. Voorzitter, dan kom ik bij de Europese dimensie en ook de Europese Raad van morgen. Is die alleen nog. Hij is beperkt nu tot één dag. Dus ik tref u weer allemaal vrijdag in de Ridderzaal bij 200 jaar Staten-Generaal. Meneer Buma. Ja, ik heb nog een tussenvariant voordat we van Nederland naar Europa gaan, namelijk de grenzen daartussen. Mm-hmm. Ik heb gevraagd of de nu zeer beperkte mobiele controles kunnen worden opgevoerd aan de grens met Duitsland. Ook analoog aan wat Duitsland zelf nu doet aan de zuidgrenzen. Waar ook transitzones worden ingericht om met name mensen uit de Balkan meteen terug te kunnen sturen. Dus is het kabinet bereid in overleg te treden met de buurlanden? Ik zie al een vingerwijzing naar de staatssecretaris. Dijkhoff heeft hij in zijn zetje zitten. Oké, want dan is mijn vraag hier gesteld en dan hoor ik straks het antwoord van de staatssecretaris. Dus niet dat we het gaan doen, dat gaat de staatssecretaris zo duiden. Ook niet dat we het niet doen, maar hij gaat de vraag beantwoorden. Dat was de reden. Zo kennen we het kabinet. Hij gaat nog zeggen dat hij het doet, nog zeggen dat hij het niet doet. Nee. En aan het eind blijft dezelfde mist. Nee, de heer Dijkhoff is zo mogelijk nog duidelijker dan ik meestal. Voorzitter, dan kom ik inderdaad bij de Europese dimensie. Uiteraard tegen de achtergrond van een aantal doelstellingen die het kabinet heeft voor het Europees beleid. Wij menen, en ik denk ook echt dat je moet zeggen dat die druk alleen maar toeneemt, dat wat we nu doen met de relocatie van mensen die zich melden in Italië en Griekenland, de 120.000, 160.000, het systeem daarachter van vaste verdeelsleutels, dat ook echt het systeem moet worden waarop je binnen Europa werkt aan verdeling van asielzoekers. Dat is één belangrijk element van onze Europapolitiek. Daarmee voorkom je uiteindelijk het asielshoppen in Europa. Het is de enige manier om het echt te voorkomen, los van allerlei andere dingen die je kunt doen. Dit is cruciaal. Dat betekent als iemand zich in Ter Apel meldt die voorzien was voor Litouwen, dat je ook kunt zeggen, je bent er, maar Litouwen was het land waar we jou zouden plaatsen en ieder pakt zijn fair share. Dat is één. Daarnaast wil je dat de toestroom gesteld wordt van de grote aantallen asielzoekers naar Europa en daarbij ook willen we bereiken dat we het businessmodel van mensensmokkelaars kapot maken, waardoor nu gammele bootjes de Middellandse Zee oversteken. Daarvoor is noodzakelijk deel 2 van het kabinetsbeleid. En daar kom ik op, voorzitter, denk ik, nadat de heer Roemer zijn vraag gesteld heeft. Het zou zomaar kunnen. Meneer Roemer. Korte toelichting op dat eerste punt, waar 3 weken geleden heeft de premier met collega's afspraken over gemaakt over die verdeelsleutel. Vandaag verschijnt in de media dat er slechts een paar landen zich hebben aangemeld en hebben toegezegd daaraan mee te willen werken. En Nederland staat niet bij dat rijtje. Kan de premier even uitleggen wat er aan de hand is? Ja, voorzitter, omdat onderdeel van daaraan meedoen is dat ook die hotspots te komen. Die moeten er in november zijn, in Griekenland en Italië, dat je de fatsoenlijke intake hebt. En dat is op dit moment nog niet gerealiseerd, dus die heb je echt nodig. De hotspots daar, een vreselijke woord, altijd nog minder erg dan overdrukventiel. Maar in ieder geval de hotspots in Italië en Griekenland die ervoor moeten zorgen dat de intake plaatsvindt, zodat we ook echt weten waar komen mensen vandaan, hebben ze zich goed aangemeld, et cetera, et cetera. Dat is er echt voorwaarde voor.
Goed, voorzitter, dan kom meneer, ik bij... Meneer Roemer. Ik denk dat ik het snap, maar u heeft dus een koppeling gemaakt. Als heel spots er die zijn, dan geldt die eerste afspraak van 3 weken geleden van Nederland niet. Nou, die afspraak was al gekoppeld. Die is altijd zo gekoppeld geweest. Je kunt namelijk niet komen tot relocatie als je niet weet wie zich melden. Dus je zult echt bijna moeten doen. Voorzitter, dan voor de agenda voor de komende, voor de middellange termijn. U kent daar ook de politiek van de Nederlandse regering. Inmiddels ook bevestigd in de raadsconclusies van de Raad van Justitieministers van 8 oktober. Het was eerder al een voorzitterschapsconclusie. Het is nu ook een raadsconclusie. Dat is denk ik goed nieuws. Namelijk, u weet wat wij willen. Werken aan veilige opvang met ook meer perspectief in de regio. Zodat mensen die zich in Nederland melden op grond van het feit van het veilig derde landen criterium kunnen worden teruggebracht naar die veilige regio in combinatie met een resettlement instrument. En dat is uiteindelijk de manier om ervoor te zorgen dat je dat businessmodel van die mensensmokkelaars kapot maakt. Dus 1, het asielshoppen in Europa, dat maakt je kapot door te komen tot een permanent herverdelingsmechanisme in Europa voor alle asielzoekers. De toestroom naar Europa via die mensensmokkelaars, de enige manier om dat echt een halt toe te roepen, is uiteindelijk ervoor zorgen dat er in de regio die opvang is met enig perspectief, zodat je op basis van het veilig derde landencriterium mensen kunt terugsturen die zich hier melden. Tegen die achtergrond van die inzet, waarbij we succesvoller zijn op het tweede deel, moet ik u zeggen, dan op het eerste. Dat tweede deel is in Europa ook als beleid geaccepteerd. Dat eerste alleen voor de herverdeling van die 120.000 tot 160.000. Ik ben overigens wel blij dat dat gelukt is, met overigens buitengewoon veel moeite, want het was een gekwalificeerde meerderheidsbeslissing, dus verre van harte. Maar ik denk dat in toenemende mate de realiteitsbesef zal groeien de komende maanden dat we dit moeten doen. En we zullen daar bij iedere gelegenheid ook het pleidooi voor houden. Nou, dat gezegd hebbend, een aantal van de concrete vragen over de Europese dimensie. Om te beginnen over die hotspot zelf. Daar zie je dat vooral in Griekenland het nog heel moeizaam gaat. Dat er in Italië nu 1 operationeel is, namelijk in Lampedusa. Het plan is om in totaal uiteindelijk 6 van die hotspots in te richten. Maar het gaat allemaal moeizaam en het is een van de punten waar ik aandacht voor zal vragen morgen bij de Europese Raad. Ik niet alleen trouwens, ook veel andere landen, om ervoor te zorgen dat dit echt gaat versnellen. Dit is van groot belang. Het tweede is de grenzen van het Schengengebied op het vasteland controleren. En ook daar geldt dat wij daar als Nederland, dat is een vraag van onder andere de heer Van der Staaij, dat wij daar zeer op inzetten. We leveren ook een grote bijdrage aan Frontex. Hier kom je overigens wel op de meer principiële vraag. Is de bewaking van die gezamenlijke buitengrens nou een communautaire Europese aangelegenheid of niet? Mijn opvatting zou zijn, het is tenminste een Europese aangelegenheid. Want als Griekenland zijn eigen grens niet bewaakt, dan doe ik het liever met Nederlanders en Duitsers. Het moet gewoon gebeuren. Want als we weten uit het Romeinse Rijk, als je je buitengrens niet meer bewaakt, dan is dat het begin van het einde. En op dit moment bewaken we die buitengrens niet. Dus dat is buitengewoon zorgelijk. Dus ik wil eigenlijk helemaal af van die principiële discussie over wel of geen soevereiniteitsoverdracht op dit dossier. Volgens mij intergouvernementeel, dan heb je in ieder geval die discussie niet, intergouvernementeel bereid zijn om daar een grote bijdrage aan te leveren. En daar zetten wij dus ook op in. Dan andere vraag heb ik al beantwoord. Dan Turkije, inderdaad, die staat op de lijst van veilige landen van herkomst. Dat is een voorstel van de commissie. Daar hebben ze gekeken naar de kandidaatlidstaten en de potentiële kandidaatlidstaten. Een belangrijke overweging van de commissie is dat de naleving van mensenrechten alles beoordeeld toen deze landen werden aanvaard als kandidaatlidstaat of potentiële kandidaatlidstaat. Ik begrijp natuurlijk de zorgen over Turkije. We hebben ook overigens ons medeleven vanzelfsprekend geuit naar Turkije voor de verschrikkelijke aanslag van afgelopen weekend. Maar tegelijkertijd zeg ik wel, we moeten echt oppassen dat we niet de toetsing of een land veilig is voor vluchtelingen geschiet op basis van specifieke eikpunten. Daarbij moet worden gekeken of het land veilig is voor de eigen onderdanen of voormalig ingezetenen. Daarbij wordt gekeken naar de wet en regelgeving, de wijze waarop die wordt toegepast, de naleving van mensenrechtenverdragen, de rechtsstaat. Over Turkije verschijnt ieder jaar een voortgangsrapportage in het kader van de toetreding, waar al deze aspecten worden meegenomen. Dus wij maken geen bezwaar tegen het op deze lijst zetten, maar wij volgen dat natuurlijk wel zeer nauwgezet. Meneer Roemer. Voorzitter, een van de redenen waarom het aan te kaarten is dat daar in het zuidoosten van Turkije gewoon een oorlog moet. Een collega van mij vanuit de fractie is daar vorige week nog geweest, zelf gezien, ervaren. Mensenrechten worden daar massaal geschonden. Journalisten worden buiten de deur gehouden. Iets wat we sowieso niet kunnen gebruiken is verdere de-escalatie in die regio. Wat daar in die hoek absoluut nu aan de orde is. Is de premier bereid om bij de Europese top, want daar ging het met name ook om,
om die situatie daar krachtiger te bespreken. De mensenrechten daar krachtiger te bespreken. Vrijheid voor journalisten te bespreken. De-escalatie te bepleiten. En tot die tijd te wachten om te zeggen, is het wel of niet een veilig land? Want er is zo verschrikkelijk veel mis op dit moment in die hoek. Dat laatste niet. Dat vind ik echt aan de commissie. Maar het eerste wel. Dus het inzetten op... Ik heb dat ook weer in New York gedaan bij verschillende gesprekken met de Turken. Wij zetten bij alle gremia daarop in. Liliane Ploemen is net bij de G20 geweest op haar terrein in Istanbul. Dus daar werken we altijd aan. Maar wij gaan niet zelf die beoordeling uiteindelijk doen of zo'n land op de veiligheidslijst kan. Waarbij overigens geldt, en dat misschien nog wel ter enigszins geruststelling, dat voor veilige landen van herkomst en veilige derde landen uiteraard blijft gelden dat de aanvraag tot asiel in behandeling moet worden genomen. En dat als je zou constateren dat een individu in een veilig land niet veilig is, dan wordt alsnog die bescherming gegeven. Misschien dat ter geruststelling. Niet volledig realiseer ik mij, maar wel enigszins. Meneer Roemer. Nog niet echt, voorzitter, want het lijkt er nou op dat we erg achter Turkije aan het lopen zijn, terwijl het daar in die hoek erg misgaat. Dus welke drukmiddelen heeft de premier dan morgen op de top samen met zijn collega's om die druk te verhogen om bijvoorbeeld de Turkse regering en de PKK weer aan de onderhandelingstafel te krijgen? Want er is wel veel meer nodig, want als het daar verder escaleert, dan wil ik niet aan de gevolgen denken, want er gebeurt dan een heleboel. Voorzitter, wij zullen morgen zeker komen te spreken over Turkije. We hebben gezien dat vorige week een bezoek plaatsvond van president Erdogan aan Brussel. Mijn politieke verwachting is overigens dat we wel verdere stappen kunnen zetten, maar toch ook relevant zal zijn de uitkomst van het verkiezingsproces in Turkije begin november. Wat je ziet is dat wel de contouren zichtbaar worden van een gemeenschappelijke agenda tussen Europa en Turkije, gericht op ervoor zorgen dat er ongeveer 2 miljoen vluchtelingen in Turkije, dat die daar kunnen blijven en dat ook de Turks-Griekse grens met name beter bewaakt gaat worden. Dus ik zie daar echt voortgang. Daar zullen ongetwijfeld ook de Turken dingen voor terugvragen. Bijvoorbeeld het versnellen van het hele visumliberalisatieproces, waarbij voor Nederland essentieel is dat wij ons aan de roadmap houden, alle voorwaarden overeind houden. Versnellen kan altijd, maar wel binnen de gemaakte afspraken. Die hele deal, hoe die er precies uitziet, als dat al lukt, dat zal de komende maanden verder moeten worden uitgewerkt. En daarbij wordt ook altijd gesproken over de mensenrechten en de situatie in de regio. Meneer Roemer. Dank u wel, voorzitter. Tot slot, want als er gesproken wordt over contouren tot een deal, dan kan het toch niet zo zijn, mag ik hopen, en graag een wat duidelijkere toezegging, dat er dan ook afspraken worden gemaakt over de mensenrechten situatie en de-escalatie in de Zuidoosthoek van Turkije. Want als dat onbesproken blijft, of alleen maar besproken, maar er wordt geen verbetering afgesproken, dan kan ik me toch niet voorstellen dat we tot een deal gaan komen. Nou, voorzitter, ik denk dat we hier subtiel zullen moeten opereren en ook met enig verstand. Want we hebben de Turken verschrikkelijk hard nodig. Dus volgens mij zit de subtiliteit hierin dat je deze moeilijke thema's vanzelfsprekend behandelt in gesprekken. Maar als je verwacht dat wij aan de ene kant de Turken willen bewegen om onderdak te bieden aan ruim 2 miljoen vluchtelingen, en tegelijkertijd ook nog eens een keer hun hele politiek te veranderen in de Zuidoosthoek, dat lijkt me illuswaar. Dat je die zaken adresseert, met elkaar bespreekt en van gemeenschappelijke oriëntaties voorziet, dat snap ik. Maar dat dat onderdeel is van een deal, daar kan ik geen garantie over geven. Dan, voorzitter, ten aanzien van door deze interrupties zijn er al veel andere vragen over het Europabeleid beantwoord. Het wapenembargo, ik kan daar zeggen, we kijken al naar strengere wapenexport naar landen die betrokken zijn bij conflicten. We houden ons daarbij aan de Europese regels. Ik zou willen zeggen dat unilaterale stappen, zoals een Nederlands embargo, gewoon nooit effectief zijn. Die moet je altijd in EU-verband of liever nog breder multilateraal nemen. Wij behandelen daarbij en beoordelen, evenals andere EU-lidstaten, vergunningaanvragen altijd van geval tot geval, case by case. Dat doen we aan de hand van de criteria van de Europese Unie, het gemeenschappelijk standpunt in zaken wapenexport. Daarbij kijken we ook naar de invloed van te exporteren goederen op de regionale stabiliteit. En dat betekent nogmaals, dat doen wij en dat doen we altijd in Europees verband en zo mogelijk nog breder. Dan is er terecht ook gevraagd naar de financieringstromen. Hoe kun je die nou verder aanpakken? Daar doen wij heel veel aan, maar het is wel een frustratie dat dat maar met mate lukt. En die frustratie voelde ik ook in de opmerking van de heer Roemer toen hij daarover sprak. Ik denk dat bekend is dat ISIS inkomsten hoofdzakelijk lokaal genereert. We moeten er alles aan doen om de toegang naar die financiële systemen en afnemers om die af te snijden. Dat doen we door te voorkomen dat ISIS toegang heeft tot internationale financiële systemen. Het tegengaan dat ISIS economische middelen kan aanwenden. En dat heeft te maken met de uitbuiting van de bevolking, het territorium en de grondstoffen.
ook tegengaan dat ISIS financiering uit het buitenland ontvangt en voorkomen dat ISIS buitenlandse affiliates steunt. Je ziet wel dat daar voortgang wordt geboekt, stap voor stap. We leveren daar een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van maatregelen in de Financial Action Task Force. Ook met nationale maatregelen doen we dat een en ander. Onder andere waar het betreft ISIS zelf, maar ook andere terroristische organisaties en de daaraan weer gelieerde personen. ISIS staat uiteraard op de VN-terreurlijst en daarmee ook op de Europese lijst. Daarom staan nu ook 37 personen en 3 organisaties op de nationale terrorisme-lijst. Hun financiële tegoeden zijn bevroren. En de Nederlandse opsporingsdiensten, OM en andere betrokkenen zijn hier zeer bij in beeld en actief. En dat is allemaal complementair aan wat er gebeurt in Europa en in VN-verband. Micro. Mevrouw de voorzitter, ik had ook nog gevraagd of er aandacht kan komen voor het feit dat deze vluchtelingenproblematiek veel breder is dan alleen de EU-landen. En dat ook de andere Europese landen daar toch eigenlijk bij betrokken zouden moeten worden. Ja, dat was ook mijn laatste antwoord wat ik hier heb liggen. De vraag van de heer Krol inderdaad over een echte Europese top. Dus inclusief de Nooren, de Zwitsers en de Balkan, neem ik aan. Ik weet niet of we het probleem oplossen door nog weer een extra top. Er zijn heel veel toppen, morgen bijvoorbeeld, voor de 28. En op 11 en 12 november, ik denk dat dat goed is dat we die hebben, is de top op Malta met de Afrikaanse landen. Dus aan toppen geen gebrek. Er is ook net een top geweest in Wenen met de Westelijke Balkan. Uiteraard zijn er de gesprekken op dit moment met Turkije. Frans Timmermans is vandaag in Ankara in zijn rol van eerste vicepresident van de Europese Commissie. Ik denk dat we ons vooral nu moeten richten, zou mijn opvatting zijn, aan het activeren van de uitkomsten van die toppen. Want als ik nou kijk naar de Europese Raad, wat we daar in april over gezegd hebben, en ook weer op 23, dacht ik, september was het de laatste, en waar we nu staan in de uitvoering, dan moeten we echt wel vaststellen dat lang niet alle afspraken onmiddellijk worden uitgevoerd. Nederland probeert dat zo netjes mogelijk te doen. Mijn inzet morgen, en daar sluit ik dan ook mee af, voorzitter, ook reactie op de heer Buma en anderen die erover gevraagd hebben, zal er vooral op gericht zijn om de eerder gemaakte afspraken nu uit te voeren en aan te dringen dat we zo snel mogelijk met de Turken tot een gemeenschappelijk akkoord komen. Meneer Bontes. Voorzitter, ik heb in mijn 2 minuten toch nog 2 vragen weten te stellen. En die zijn nog niet beantwoord door de minister-president. Misschien kunt u ze herhalen. De eerste vraag is, dat idiote en gevaarlijke beleid van Angela Merkel, wanneer gaat de minister-president daar wat van zeggen? Want zelfs haar eigen partij komt nu in verzet tegen haar. Graag een reactie daarop. De tweede vraag, dit beleid zal niet leiden tot 1 asielzoeker minder. Sterker nog, er zullen er veel meer komen. Daarom wil ik graag van de minister-president aantallen horen. Hoeveel kunnen wij er hebben? Hoeveel laat hij er nog toe? En daar heb ik nog steeds geen antwoord op gekregen. Ik heb het nu in 3 debatten gevraagd. Nu zou ik een keer graag antwoord op willen hebben. De minister-president. Ja, voorzitter, op de eerste vraag verwijs ik naar, voor kortheidshalve, naar mijn antwoord aan de heer Zijlstra bij de Algemene Politieke Beschouwingen over dit onderwerp. En op de tweede vraag, ik heb dat ook regelmatig op vrijdag in mijn persconferentie aan de orde, en dan verwijs ik ook naar het kabinetsbeleid. Namelijk dat wij de cap zien op het relatieve aandeel dat Nederland heeft in de Europese asielproblematiek. Gegeven ook het herverdelingsmechanisme wat nu overeen is gekomen. Dat zou eigenlijk je cap moeten zijn. Daar zou je toch moeten kunnen begrenzen. Daarvoor is wel nodig dat we, en dat is nog niet gelukt, en daar werken we vreselijk hard aan, om ervoor te zorgen dat in Europa dat principe van een Europese herverdelingsmechanisme ook geaccepteerd wordt. Meneer Bontes. Ja, voorzitter, op beide vragen nog niet een begin van een antwoord natuurlijk, maar dat hadden we eigenlijk wel kunnen verwachten van deze minister-president. Toch, met betrekking tot Angela Merkel kun je toch niet terugverwijzen naar een debat wat vele weken geleden heeft plaatsgevonden. De situatie is nu totaal anders. De instroom blijft groeien. Zij ligt zelf onder vuur van haar eigen partij. Is de minister-president bereid, gelet op de huidige stand van zaken, om haar aan te spreken hierop? Ja, voorzitter, ik verwijs nogmaals naar het zeer uitgebreide antwoord dat ik aan de heer Zijlstra gaf bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Anders vallen we echt in herhalingen. Voorzitter, dan ben ik natuurlijk de heer Klaver nog meneer, een... Meneer Bontes. Ja. Voorzitter, ik vind het echt belachelijk dat ik hier geen antwoord op krijg. Er is een nieuwe situatie. De heer Zijlstra heeft dat gevraagd, maar dat is weken geleden. Er is een nieuwe situatie en ik verwacht toch gewoon een antwoord. Het is toch een normale vraag? Ja, de heer Zijlstra kijkt nu, wat heb ik geen eentje mee te maken? Dat is mijn schuld. Kunt u een korte samenvatting geven wat u toen gezegd heeft? Ga ik doen, voorzitter. Ik begrijp dat dat helpt. Ja. Ik heb toen gezegd dat ik het goed gebruik vind in Europa dat de leden van de Europese Raad in het openbaar niet op elkaars optredens reflecteren. Dank u wel. Het antwoord wat nog? Ja, en dan is er inderdaad op gewacht wordt. In de brief van gisteren
is er ook het een en ander over gezegd. Hè. Daar staat het grote aantal, onderaan pagina 3, het grote aantal ingewilligde asielverzoeken heeft gevolgen voor de huisvestingstaakstelling. Gepubliceerd op 30 september de jongstleden is de taakstelling van gemeenten voor het huisvesten van vergunninghouders in de eerste helft van 2016 vastgesteld op 20.000 vergunninghouders. De prognose voor de tweede helft is 23.000. En dat is dus wat we in ons achterhoofd hebben als wij proberen te komen tot afspraken. Ik herhaal mijn antwoord op zijn verzoek nu te komen met hoeveel wil je er nou uit dat overleg halen? Dat ik het onverstandig vind aantallen te noemen, omdat ik daarmee dat overleg van vrijdag belast. Maar dit zijn de cijfers zoals ook in de brief staan die gisteren door staatssecretaris Dijkhoff van de Kamer zijn gestuurd. Excuus, de brief van 30 september. Eén brief eerder. Ik dacht dat het de brief van gisteren was, maar het is de brief van 30 september. Daar stonden ze in. Meneer Roemer, ik meen daarmee naar eer en geweten alle vragen te hebben beantwoord, maar de heer Roemer denkt er anders over. Maar die heeft in ieder geval nog een vraag. Gaat uw gang. Nog eentje, en dat is eigenlijk net het punt waar we volgens mij Kamerbreed ongeveer met elkaar over eens zijn. Dat heeft namelijk alles te maken met de verbetering van de opvang in de regio. We weten inmiddels dat de Verenigde Naties graag wil, maar nog van lang niet iedereen de bijdrage heeft gekregen, dat er echt forse verbeteringen nodig zijn. Daar spreken we nu al weken over. Mijn vraag aan de minister-president was, wat is er nou de afgelopen weken concreet gebeurd dat het verbetert? Want zowel in Libanon zie ik het niet, in Turkije wordt er gesproken, dus we zien het nog nergens. Wat is er nu zichtbaar aan het verbeteren, want anders blijven we hier natuurlijk het paard achter de wagen staan. Nou, het eerste voorstel dat je daarvoor moet doen is natuurlijk put your money where your mouth is. Dat doet Nederland. Wij steken bovenprofessioneel veel geld in dit thema. Zowel ter leniging van de tekorten bij het Wereldvoedselprogramma als ook voor de opvang in de regio zelf. Ik wijs onder andere op de 110 miljoen die al genoemd is. Daarmee scoren wij in absolute termen in de top 6 van de wereld. En als je kijkt relatief zitten we in de top 2 of 3. Dus dat is één. Je moet in ieder geval zorgen als Nederland, als je andere één vinger wijst, werken ze de vier naar jezelf. Dan moet je in ieder geval niet met een vlek op je pak staan. Vervolgens is natuurlijk de zaak, hoe bereik je dan in het multilateraal verband dat er ook voortgang wordt geboekt? Dan denk ik dat we de commissie mogen prijzen voor het harde werk wat betreft de relatie met Turkije. Dat steunt Nederland ook voluit om te komen tot afspraken. Ik denk nog niet dat het zover zal zijn morgen. Nou, misschien wel, maar ik denk net niet dat je daar echte conclusies op kunt trekken. Ik verwacht dat die gesprekken nog wel even doorlopen. En daarbij ook in betrekking nemen de verkiezingen van 1 november. Maar als het eerder lukt, zou het fantastisch zijn. Daar heb ik geen enkele kritiek op de commissie of wie dan ook. Volgens mij wordt er echt heel hard aan gewerkt om met de Turken tot afspraken te komen. In VN-verband proberen we dat ook te bevorderen, de rol van de VN. Ik noemde al mijn contacten met de hoge vertegenwoordiger, maar ook met de andere relevante organisaties. Daar hebben Bert Koenders, de minister van Buitenlandse Zaken, Lilian Ploemen, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en ikzelf ook hard aan gewerkt in New York. We hebben onder andere graciously hosted door onze permanente vertegenwoordiger een diner gehad met alle hoofdrolspelers op de Nederlandse residentie in New York. Waarbij wij dus ons relatieve gewicht, en we zijn geen klein land, ik zeg het vaker, we zijn het grootste van de kleinere landen. En dus ook het kleinste van de grotere landen. Dus wij mogen wat dat betreft echt proberen, en ook vanuit de enorme financiële bijdrage die wij leveren, mogen we echt boven onze gewichtsklasse boksen in dit geheel. Dat doen we dus ook. Als dan de heer Roemer mij zou vragen, al deze Nederlandse inspanningen, hebben die nu al geleid tot een concrete verbetering? Dan denk ik dat je moet vaststellen waar het betreft het Wereldvoedselprogramma, dat we daar voor de directe crisis deze winter voorzichtig verstandige stappen zetten. Als je praat over opvang in de regio, meer ook in lijn met het kabinetsstandpunt voor de middellange termijn, dat we ten aanzien van Turkije ook betekenisvolle stappen aan het zetten zijn, dat ik nog ontevreden ben over hoe ver we zijn met de situatie in Libanon. Dus daar gaan we aan verder werken. Ik denk dat het een reëel verhaal is wat de premier vertelt. Zeker. Ik hoop dat het voldoende is wat Nederland doet, maar vooral benadrukken dat er meer moet gebeuren. Maar als we kijken naar de situatie in Libanon. Libanon weigert om daar permanente kampen voor vluchtelingen neer te zetten. Omdat ze de ervaring hebben met de grote groep Palestijnen die ze al hebben. Dus feit is dat de enorme grote hoeveelheid vluchtelingen in buurland Libanon leidt tot vreselijke taferelen. Van weinig voedsel, weinig drinkwater, tenten die absoluut niet voor de winter geschikt zijn. Is het een toezegging van de premier om echt alles op alles te zetten en ook met een positief boodschap dus ook terug te gaan komen dat de situatie daar winterproof wordt voordat het winter is? Ja, voorzitter, als inspanningsverplichting. Maar ik kan geen resultaatsverplichting accepteren, dat zal de heer Roemer begrijpen, op het conflict tussen Assad en de oppositie dan wel op de situatie in Libanon. Maar als het gaat om de Nederlandse inzet, geen twijfel. Wij zijn daar
zeer actief. Ik denk dat er geen land zo breed vertegenwoordigd was met 4 premiers, met 3 ministers en staatssecretaris, koning en koningin. Daar zou ik eigenlijk mee moeten beginnen. Koning, koningin en al die anderen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat werd ook zeer gewaardeerd. We hebben daar over een breed front gedurende 4-5 dagen gesprekken gevoerd. Daar ga ik morgen mee verder. Daar werken Bert Koenders, vandaag in Londen, Lilian Ploemen. We werken daar met z'n drieën keihard aan. En daar zullen we ook steeds weer verslag over uitbrengen. En daar zie je dus vorderingen, niet door de Nederlandse bijdrage zozeer. Wij proberen vooral zonder daar eer in te leggen achter de schermen de dingen in de goede richting te duwen. En als u dan maar vraagt, nou even boven water kijkend, hoe tevreden ben je? Dan zeg ik nou nogmaals, op Turkije zie je vorderingen. Op Libanon ben ik niet tevreden. En ten aanzien van de honger in de kampen, denk ik dat we op dit moment het maximale doen om de situatie deze winter hanteerbaar te hebben. Meneer Klaver. Voorzitter, ik denk dat we in onze handjes mogen knijpen met Angela Merkel in Europa en de wijze waarop zij zich in dit hele dossier opstelt. En ik was gegrepen toen zij in ieder geval zei en zich ook heel duidelijk uitsprak, dat zij vond dat Duitsland niet zou moeten meedoen in een race naar de bodem als het gaat om zo onaantrekkelijk mogelijk te worden voor vluchtelingen. Wil de premier die woorden, in zijn eigen woorden uiteraard, herhalen? Nou ja, voorzitter, het feit dat wij binnen alle verdragen blijven en alle wetgeving, het race naar de bodem. Kijk, al zou je in Nederland de bijstand en alles afschaffen, en stel dat daar steun voor zou zijn, dan nog hebben we zo'n fantastisch land. Je houdt natuurlijk altijd je aantrekkingskracht, dat is onvermijdelijk. Dus je zult uiteindelijk altijd een combinatie moeten zoeken van maatregelen die vanuit de actuele situatie ervoor zorgen dat je een sobere en rechtvaardige opvang organiseert. Dat doen we. En tegelijkertijd ga je pas echte problemen oplossen als je komt tot een eerlijke verdeling van asielzoekers over Europa. Dat is echt noodzakelijk. Want dan ben je af van het asielshoppen in Europa. En vervolgens, als je erin slaagt, die toestroom te stelpen door de opvang in de regio zo te organiseren dat je mensen kan terugsturen. Dat zijn echt de twee dingen die je moet hebben voor de structurele oplossing. Maar ik denk dat wat er nu ligt vanuit het kabinet, dat dat sober is, dat dat rechtvaardig is, dat dat fatsoenlijk is. En ervoor zorgt dat wij de zaak in goede banen proberen te leiden. Meneer Klaver. Ja, voorzitter, de minister van Binnenlandse Zaken zei het bij Troskamer Breed deze zaterdag gewoon iets ruimhartiger. Daar werd toen gezegd, het is echt zaak dat we als Nederland, dat we als Europese landen, niet in een race naar de bodem komen om proberen zo streng mogelijk te zijn per land. Maar het is juist belangrijk om Europees samen te werken. En ik bedoel, de minister-president geeft aan, nou, er is geen aanleiding toe, we zijn niet bezig met een race naar de bodem. Maar ik zou het goed vinden als hij dat ook zou uitspreken. Dus dat Nederland op geen enkele wijze haar beleid gaat aanpassen om ervoor te zorgen dat we daardoor minder aantrekkelijk zouden zijn voor vluchtelingen. Angela Merkel deed dat. Ik vond dat goed. Ik vond dat heel belangrijk. En de vraag is of deze premier ook die stap wil zetten. Maar hier moet ik denken aan de huidige vicepresident van de Raad van State, toen hem gevraagd werd, wanneer bent u gestopt uw vrouw te slaan? Toen zei hij, het enige antwoord kan zijn, nooit. U vraagt mij nu stelt mij een vergelijkbare vraag over iets waar het kabinet helemaal niet op uit is. Wij zijn uit op sobere, rechtvaardige opvang. En ik ga niet allerlei denkbeeldige scenario's nu van commentaar voorzien. Voorzitter, het is helemaal geen denkbeeldig scenario. Er wordt namelijk gewoon over gesproken in het parlement. Het is niet denkbeeldig. Het is onderwerp van de maatschappelijke en de publieke en de politieke discussie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder aantrekkelijk zijn voor vluchtelingen om hier naartoe te komen? En daarom vraag ik van deze premier op dat punt een uitspraak. Het mag ook de andere kant zijn, die uitspraak. Dan zegt, nee, ik vind dat belangrijk, kan onderdeel van beleid zijn, zou een onderdeel van de doelstellingen van Nederland kunnen zijn. Maar ik wil anders ronduit van hem horen. Nee, wij zullen als Nederland nooit meewerken aan een race naar de bodem en proberen zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor vluchtelingen. Dat het eerlijk verdeeld moet worden over Europa. Helemaal eens. En daar proberen we samen te werken. Maar ik zou het gewoon goed vinden als de premier zich in dat debat ook mengt. Want ik kan zeggen, het bestaat niet. Maar het is wel het publieke debat. Om de leider van Nederland verwacht ik dat hij daar ook stelling in neemt. Nou, ik herken dat debat niet. Ik heb ook geen voorstellen van partijen gezien om een race to the bottom in te zetten. Dus dank u, voorzitter. Dank, meneer Klaver. Voorzitter, ik weet niet wat deze premier zaterdag deed. Maar het was de VVD. Ik was in woorden, voorzitter. Het was de VVD. Complimenten daarvoor. Uitstekend. Maar het was de VVD die toen met een plan kwam waarin werd gezegd, onze sociale zekerheid staat onder druk. Het is veel te aantrekkelijk voor mensen die hier naartoe komen. In het debat werd nog gewisseld, het is niet voor niets dat de meeste vluchtelingen naar Duitsland, Zweden en naar Nederland komen. Dat heeft met het voorzieningenniveau te maken. Het is belangrijk dat we dat niveau, dat wat wordt aangepast. Ik bedoel, hoe kan je dan als premier stellen, dat je geen antwoord geeft, prima. Ik bedoel, dat ben ik al lang gewend van deze premier. Maar hoe kan je dan stellen dat het geen onderdeel is van het debat? Ja, voorzitter, ik vind dat een misrepresentatie van de voorstellen uit een van de twee coalitiepartijen. Ik vind dat er echt geen recht aan doet. Even los van wat ik precies van die voorstellen vind. Ik sta hier natuurlijk als minister-president van de hele coalitie. Maar ik vind dit unfair naar die specifieke partij.
Ik stel vast, als je kijkt naar welke partijen nou met voorstellen komen, mag ik dat dan ook eens eerlijk zeggen. Ik heb ook heel goed geluisterd naar de eerste termijn van de Kamer. Dan zijn het toch vooral de coalitiepartijen die steeds met voorstellen komen om de problemen op te lossen, langs pragmatische lijnen. Ik ben blij dat er ook steun voor is. En dat is ook precies hoe het kabinet het wil aanpakken. Wij zoeken langs pragmatische lijnen naar een oplossing van dit vraagstuk. Vanuit de gedachte dat wij ook door de omstandigheden gedwongen moeten kiezen voor een oplossing die zowel sober is als rechtvaardig. Tot slot. Ja, ik wil al gaan zitten en het laten lopen, maar er wordt hier gezegd dat de coalitiepartijen met constructieve en pragmatische oplossingen komen. Dan ben ik wel benieuwd waar de premier dan de constructieve elementen ziet in het plan wat de VVD afgelopen zaterdag heeft geformuleerd. En wat dan de pragmatische oplossing is, zeg maar, die daar werd gepresenteerd. Ik wilde me niet naar vragen, maar nu die ons zo uitdaagt, leg ik de bal graag terug. Nou, voorzitter, nogmaals, ik vind dat beide coalitiepartijen met voorstellen komen die proberen het debat verder te brengen. De coalitie is er volgens mij in geslaagd om tot een gezamenlijke oriëntatie te komen. Ook bekijkend naar de reële situatie waarin we ons bevinden. Zowel op vraagstukken van huisvesting als sociale zekerheid als voorzieningen. Vanuit de gedachte dat die gewoon fatsoenlijk moeten zijn, dat die rechtvaardig moeten zijn. Dat je uiteindelijk ook komt tot sobere oplossingen. Dat is onvermijdelijk. En ik denk dat dat fatsoenlijk is en dat dat goed is. Voorzitter, de premier zegt hier eigenlijk tegen de hele oppositie. U komt niet met oplossingen. Het is alleen de coalitie van wie ik hier oplossingen verwacht, die ik hier zie. Die zijn tenminste pragmatisch. Dan even heel concreet. Wat was er dan precies zo pragmatisch en zo oplossingsgericht aan het plan dat afgelopen zaterdag is gepresenteerd? Niet een tik uitdelen en nu proberen te schuilen. Nou, dan ook even doorbijten, minister-president. Nou, voorzitter, nogmaals, ik vind het heel sterk dat grote regeringspartijen bij zo'n groot vraagstuk steeds met voorstellen komen. Vorige week was het de Partij van de Arbeid, dit weekend de VVD. We hebben maandag bij elkaar gezeten en gezegd, hoe kun je ook bouwend, als bouwstenen gebruiken, die verschillende voorstellen die er liggen, komen tot een verdere aanpak van het vraagstuk. Ik denk dat daar een goed pakket uit is voortgekomen, wat ook aansluit op de gesprekken die we vrijdag hebben gevoerd met gemeenten en provincies en staatssecretaris Dijkhoff en minister Blok de kans geven om aanstaande vrijdag tot goed overleg te komen met corporaties en gemeenten. En dat is precies hoe het moet. Dus geen verwijten verder. Maar uiteindelijk moeten we het wel hebben van die concrete ideeën. We zitten natuurlijk in een buitengewone situatie die vraagt om onorthodoxe oplossingen. En ik stel vast dat in ieder geval de afgelopen 10 dagen de coalitiepartijen daarmee gekomen zijn. Meneer Pechtold. Voorzitter, en ik neem aan dat de premier ook de plannen van D66 heeft gelezen. Ik heb ze ook in eerste termijn. Hij was wat bezig met zijn collega's aan het overleggen. Maar ik neem aan dat hij ze ook gehoord heeft. Dus kunt u er dan 2 of 3 noemen van D66 waarvan u zegt die vind ik goed of ik vind ze minder goed? Ja, voorzitter, alle eerlijkheid. Ik heb niet heel veel. Ja, hij vraagt me dat nou. Dus dan word ik ook wel gedwongen er iets van te vinden. Ik heb uit de hoek van D66 en ook uit de hoek van GroenLinks vooral commentaar gehoord. Maar als ik ergens tussen al het commentaar ook nog wat lover heb gemist, dan hoor ik het graag. Voorzitter, de premier bereidt zich altijd goed voor. Absoluut. Ik heb hier het actieplan Vluchtelingen D66 en ik zou graag dadelijk in tweede termijn op ieder punt een uitgebreid commentaar willen hebben. Het is dit weekend is het door een middelgrote partij uit de oppositie is het gepresenteerd. De premier heeft het van de PvdA gelezen, van de VVD gelezen. Ik zou zeggen, reageert u dadelijk in tweede termijn maar uitgebreid op onze plannen. Voorzitter, deze uitdaging, zeker ook waar ik weet dat ik nog de hele avond met de heer Pechtold in debat ga over nog veel ingewikkelde thema's, ga ik niet uit de weg. Voorzitter, wat ik probeer te zeggen is dat de premier die hier, als het gaat om vluchtelingen, of het nou om uitgeprocedeerden gaat, het kabinet zo ongeveer langs de afgrond brengt, vervolgens het land helemaal in spanning laat, komen ze eruit. Je hoort daarna gewoon nooit meer wat? Nooit meer? Plannen worden niet uitgewerkt, hoort niks. Nu hebben we weer hetzelfde gehad. 2 partijen vliegen elkaar in de haren, knallen mekaars plannen af en vervolgens gaat men vluchten in woorden als sober. En dan moet er rechtvaardig natuurlijk van de andere kant bij. De een zegt, weet je, we stoppen ze in containertjes. Voorzitter, ik kom tot een vraag. De een zegt, we stoppen ze in containertjes. De ander zegt, kijk eens, ze hoeven geen huur te betalen. En wij mogen hier dan vragen stellen. De eerste beste vraag wordt niet beantwoord. En dan krijgen we ook nog even als laatste een sneer. Want er zijn geen plannen vanuit de oppositie. Nou, die zijn er wel. Die zijn er wel en ik vind het een premier niet passend dat je zo tegen de hele oppositie die hier gewoon zijn werk doet zegt, wat jullie doen stelt allemaal niks voor. En de vraag is, wat vindt u daarvan? De voorzitter of ik? Oké. Ja, voorzitter, dit illustrates my point. Want opnieuw
komt de heer Pechtold met allerlei analyses over hoe moeilijk het in de coalitie zal liggen. Dat is oprecht niet waar. Zijn bijdrage heb ik beluisterd. Ik heb vooral commentaar gehoord op welke problemen de coalitie zou proberen weg te spelen, et cetera. Maar als er een heel actieplan is, nogmaals voorzitter, ik ga er in tweede termijn uitgebreide tijd voor nemen. Zoveel dat wij dat debat over de begroting van de koning moeten uitstellen. Ik ga daarvoor zorgen. Nou, dat hoop ik dan niet dat dat nodig is, maar uw toezegging staat. Uw toezegging staat. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie. Ja, voorzitter. Laat ik het eerste bundeltje vragen wat ik ga beantwoorden. Scharen onder het kopje de draagvlak continuïteit. Er zijn vragen over gesteld van joh, afbouw, opbouw, hoe doe je dat nou met het COA? Er is buffercapaciteit, maar die is niet heel groot. En zoals ik denk ook wel inmiddels iedereen weet als je naar de afgelopen weken kijkt, is het ook niet zo dat het COA even eigenstandig kan zeggen, nou wil ik plek hebben voor zoveel duizend en dan weer voor meer. Iedere plek voor een asielzoekerscentrum of andere vorm van opvang is een traject met de gemeente. En daar zitten ook vaak afspraken over hoe lang dat duurt. En afgelopen weken is ook hier in de Kamer duidelijk geworden dat er zeer aangehecht wordt ook die afspraken na te komen. In het verwerven van nieuwe locaties is wel rekening gehouden met een hogere instroom. Maar de echte piek die we nu zagen vanaf augustus, ja, ik zag die inderdaad niet aankomen. Mijn Europese collega's uit alle andere lidstaten zagen dezelfde piek ook niet aankomen. Dat is zo. Daarom lukt het nu wel om opvang te regelen, maar dan op een iets ad hocerige manier om het zomaar aan te geven. Er werd ook gevraagd de lokale gemeenschap te betrekken. Nou, dat doen we zoveel mogelijk, maar ook daarvoor geldt dat in een traject dat we in een tijd dat je een asielzoekerscentrum verwerft, omdat je niet een hogere instroom hebt, maar omdat je weet dat een bestaand asielzoekerscentrum over een half jaar dichtgaat en je nieuwe nodig hebt. Dat is een ander soort bestuurlijk traject en met omwonenden dan wanneer je heel snel locaties nodig hebt. En ook de vragen over de lokale gemeenschap. Bij het werven van personeel wordt daarnaar gekeken. En ook bij het inkopen wordt er naar de lokale middenstand gekeken. En ik heb hier ook naar aanleiding van de motie van het lid Kuiken op 23 september gezegd dat ik met het COA ook ga bekijken of het ook nog meer kan en nog verdere stappen in te zetten zijn. En de Kamer daarover te informeren. En de COA is op dit moment dat ook aan het verkennen. Meneer Slob. Voorzitter, bij betrekte lokale gemeenschap heb ik zelf gevraagd of als er bijvoorbeeld wordt gesproken door COA met particuliere vastgoedeigenaren, dat dan wel vanaf het begin dat ook bij de gemeente bekend is, dat de gemeente daar ook bij betrokken wordt, dus de bestuurders. Ik hoor nu uit het land dat er wel eens situaties zich voordoen dat er bij wijze van spreken al een soort afspraak is gemaakt onder voorbehoud natuurlijk door COA met particuliere vastgoedeigenaren, dat daarna pas de gemeente wordt benaderd. En dat kan echt wel wat problemen voorkomen, omdat die vaak veel meer kennis hebben, ook van wie die mensen zijn, wat er zich afspeelt en noem maar op. Dus ik zou graag zo'n toezegging willen hebben. Vanaf het begin ook de lokale besturen erbij betrekken, dus in ieder geval weten wat er gebeurt. Ja, voorzitter, ik begrijp deze vraag en ik kan me ook voorstellen dat er in al die honderden trajecten van het COA een keer een situatie is geweest waarbij de gemeente nog net niet te pakken was gekregen en er wel was met de ondernemer naar een locatie was gekeken. Dat gaat ook vaak over evenementenhallen of sporthallen. Ik wil het niet zo categorisch zeggen dat we dan op één zo'n casus meteen een heel beleid veranderen. Omdat, ja, het is een beetje kip-ei. Zowel de gemeente moet het goed vinden dat het op die plek gebeurt. Maar ja, als die tent van een ondernemer is in privaat eigendom, dan moet ook die ondernemer het ermee eens zijn dat het daar gebeurt en die moet daarvoor verhuren. En het gebeurt ook dat gemeentes zelf ons bellen en zeggen, we hebben wel een plek, voor ons zou het kunnen, maar dan moet je met die ondernemer gaan praten. Het gebeurt ook dat een ondernemer ons belt en zegt, nou, ik heb een vakantiepark, Wassenaar bijvoorbeeld ieder jaar, ook maar een misverstand uit de weg te ruimen dat die gemeente niet zou doen, die je veel hoort. Iedere jaar na de herfstvakantie zijn al die bungalows te huren. Nou, die volgorde, volgens mij moet het zo snel mogelijk als het concreet wordt de gemeente erbij betrokken zijn en het liefst heel vroeg. Maar het kan een keer gebeuren dat die ondernemer ons zelf belt en dan gaan we wel eerst aanhoren wat er eventueel kan. Meneer Slob. Voorzitter, het is niet op basis van één casus dat ik dit gevraagd zou hebben, want dat zou inderdaad een beetje te mager zijn, want dat kan natuurlijk een keertje zich voordoen. Ik heb het van verschillende kanten gehoord en ik denk toch dat het belangrijk is dat op het moment dat COA gaat spreken met private vastgoedeigenaren, particulieren, dat gaat vaak om vakantieparken, dat ze gewoon toch eerst ook even het lijntje leggen richting de gemeente. Die weten wie dat zijn, die weten wat daar zich afspeelt, zodat ze daar niet door overvallen worden
En er zijn zelfs situaties waar dat echt behoorlijk uit de hand is gelopen. En dat kunnen we gewoon voorkomen als dat gewoon de beleidslijn is. Ja, voorzitter, de lijn is om zo snel mogelijk bij concrete zaken de gemeente te informeren. Want een afspraak met een ondernemer is niet genoeg. En de omwonenden moeten ook zo snel mogelijk weten wat er speelt. En dan ook liefst via de gemeente dat te doen. Dat is ook een antwoord op de heer Slob, die in de eerste termijn zei... Ja, waarom moet er in de brief staan, ik ga in overleg met de burgemeester van Midden-Drenthe over Oranje. Kun je niet gewoon schrijven wat je doet? Dat had gekund, maar ik vond het in dit geval eleganter om de burgemeester de gelegenheid te geven om de afspraak die ik met hem gemaakt heb aan zijn mensen te communiceren. Dat heeft hij inmiddels vandaag gedaan, maar de brief was voor gisteravond. De afspraak is, er zijn 100 mensen extra in Oranje geplaatst vorige week. Dat worden er niet meer dan die 100. En ik heb met de burgemeester afgesproken dat we zo snel mogelijk proberen die mensen daar ook die 100 extra dan weer naar ergens anders onder te brengen. Dat we streven naar binnen 4 weken. En hij heeft gezegd, nou, je hebt nog een 5e week respijt als er ondertussen iets gebeurt wat we niet voorzien hadden. Maar dan zijn we ook weer terug naar de situatie die normaal was, een afspraak was van 700. Meneer Sloop. Voorzitter, ik denk dat het goed is dat er nu een duidelijke tijdslimiet is van het is binnen 4 weken is het afgelopen en dan zijn we weer terug bij de gemaakte afspraak. Ik neem aan dat daar de bewoners ook op die wijze zijn geïnformeerd. En dan nu de daden bij het woord voegen, want ik heb zelf persoonlijk ook gemerkt gesprekken die ik daar gehad heb, dat het vertrouwen echt op grote wijze geschaad is. En dat kun je maar op één manier goed maken, laten zien dat de woorden ook ernst zijn. Dus uitvoeren. Meneer Roemer. Voorzitter, wat daar gebeurt, daar heeft ook het kabinet inmiddels voldoende over gezegd. Ik denk dat het goed is dat de staatssecretaris er nu nieuwe afspraken over gemaakt heeft. Maar er is ook vanuit de bewoners het nodige meer gevraagd en gezegd. Ik heb daar één onderdeeltje nog uitgehaald in mijn eerste termijn. In zo'n omgeving, in een uithoek van een land, kan het ook zo zijn dat 700 mensen, laat ik even het oude aantal even pakken, dat een enorme overlast heeft voor lokale voorzieningen. Bijvoorbeeld de buurtbussen, maar ook als het gaat over iets simpels als toegankelijk internet. Is de staatssecretaris ook bereid om toe te zeggen dat hij naar die punten, bijvoorbeeld ook in Oranje, naar die punten concreet gaat kijken, omdat het daar gewoon al tijden tot overlast leidt? Ja, voorzitter, terecht dat de heer Roemer daarop terugkomt. Collega Gesthuis heeft hier ook aandacht voor gevraagd vorige week. Ik kan nog niet zeggen dat het inmiddels opgelost is, maar het is ook niet van de radar verdwenen. Dus we zullen dat ook in de regiegroep en daarnaast kijken of we daar inderdaad in kunnen meewerken dat beter werkt. Ook als het gaat om bijvoorbeeld internet, dat die last die mensen ervaren minder wordt. Gaat u verder met uw betoog. Ik denk dat de heer Pechtold eerst nog een vraag wil stellen. Ja, want voorzitter, over die opvang en in hoeverre het COA en iedereen dat aan kan. Wat is er nou van het verhaal dat er nou al weken niet geregistreerd wordt door de vreemdelingenpolitie? Ik hoor getallen van dat er duizenden mensen gewoon al wekenlang niet geregistreerd zijn. Klopt dat? Ja, voorzitter, zoals ik de Kamer heb geïnformeerd, is daar een achterstand in. We zijn nu bij in de zin van dat je de registratie, dat we meer capaciteit voor registratie hebben, doen we ook op meer plaatsen. Maar het wegwerken van de opgelopen achterstand, daar zit nog wat werk aan. Dat hebben we nog niet kunnen doen. Er is dan wel sprake van een startregistratie, maar dat is nog niet de vingerafdrukken. Nee, die startregistratie is volgens mij, ik was in Vlissingen, is een nummer, dan de naam en het land van herkomst wat iemand zelf opgeeft. Dus dat is zeer grofmazig. Er staan allemaal andere gegevens die misschien nodig zijn als medische gegevens en weet ik het allemaal niet. En inderdaad verder registratie niet bij. Maar ik zou wel graag van de staatssecretaris willen weten hoe groot is nu het getal van de achterstand. Dus wat is het deel wat we nog moeten inhalen. En garandeert hij dat op dit moment iedereen die binnenkomt ook nu geregistreerd wordt, dus dat het alleen een in te halen achterstand is? Ja, voorzitter, die laatste vraag is gevaarlijk. We hebben het wel eens over dagkoers hier, maar dit zijn dingen die ik eigenlijk per uur moet checken, omdat dat lukt met de instroom die we nu hebben. Maar als er in één keer op een dag een piek is, dan moet ik daar ook weer rekening mee houden. Ik zal straks kijken of ik de meest actuele cijfers kan leveren. Het ging wel om uit mijn hoofd rond de 2.500, maar dan moet ik straks even kijken als ik daar mis zit, zal ik het corrigeren. Ik vind het grootste belang dat zo snel mogelijk in te lopen, ook voor de registratie van het systeem, maar ook om beter te weten wie we binnen hebben.
En ook eerlijk gezegd, om een beetje vooruitlopen naar een antwoord op de vraag van de heer Buma, bij Oost-Duitse collega te kunnen vertellen hoe het zit met zijn achterstand van 250.000 mensen die niet geregistreerd zijn. Want zolang die hun vingerafdrukken niet in Duitsland hebben afgegeven, kan ik ze ook niet eventueel terugclaimen mochten ze zich bedenken en denken we gaan in Nederland kijken. Dus ik heb er ook alle belang bij dat die registratie loopt. Voorzitter, zou ik tot slot aan de staatssecretaris mogen vragen, omdat dit ook in het kader, laten we maar zeggen, van veiligheid, hè, wie bevinden zich in ons land, hij vanuit zijn actieve informatieplicht de Kamer hier op het moment dat er of nieuwe achterstanden of dat het systeem, want hij zegt zelf ik laat me van uur tot uur daarover informeren, dat het systeem stokt, dat de staatssecretaris ons actief informeert en dat we niet ernaar moeten vragen. Ik zou eigenlijk gedurende deze periode van piek daar, nou ja, misschien wekelijks, twee wekelijks, wel een update over willen hebben. Ja, voorzitter, ik zal dat actief doen. Volgens mij hebben we in de afgelopen weken om de week en soms zelfs elke week ook deze zaken gemeld in een brief. Dus dat blijf ik ook doen. En zeker natuurlijk, aangezien we werken met een plan om het in te lopen, wanneer dat gelukt is en dat dat op schema ligt. De heer Krol vroeg de definitie van economische vluchtelingen en doorreisaspecten. De definitie economische vluchteling die bestaat eigenlijk niet in de internationale EU-regelgeving. Het is meer een maatschappelijke term die we geven aan mensen die migreren, maar niet langs een legale migratieweg. Mensen die migreren, een beroep doen op een asielprocedure en wij concluderen dat ze daar geen recht op hebben. Meestal gebruiken we voor die mensen de term economische vluchteling. Dat is dus niet iets waar je op kunt richten. Wat wij wel willen is zo snel mogelijk de mensen waarvan wij denken dat die om oneigenlijke redenen beroep doen op de asielprocedure eruit te filteren. Het terugsturen naar andere landen dan het land van herkomst, dat is natuurlijk wel het kabinetsplan. Daar is in Europa ook steun voor om dat vaker te kunnen tegenwerpen. En dat vereist natuurlijk wel dat er deugdelijke opvang is in die landen en afspraken over mensen terug te verwijzen. Het is nu een vrij... Het systeem van vluchtelingen en asiel is dat als iemand hier is, we vooral kijken naar waar iemand oorspronkelijk vandaan kwam. En daartussendoor is op dit moment geen factor. Maar u weet dat het kabinetsbeleid erop gericht is om dat wel meer een factor te maken en ook de regionale aspecten mee te nemen. De heer Van der Staaij vroeg de asielvergunning en de vijfjaarstermijn in intrekking. Na 5 jaar is intrekking wel mogelijk, maar eigenlijk niet zozeer op de grond. Het is weer veilig in uw land van herkomst. Wel als het gaat om criminele antecedenten en ernstig strafbare feiten, dan kun je het wel intrekken. Juridisch gezien ziet de richtlijn langdurig ingezetenen. Voorziet er dan ook in dat mensen die na 5 jaar langdurig ingezetenen moeten kunnen worden. En dan heb je eigenlijk over een permanente asielstatus. En dan is het complex als je dat weer probeert terug te trekken naar... De status in die eerste 5 jaar van joh, het is veilig in je land van herkomst, dus je kunt terug. Dus dat is op dit moment niet mogelijk. Dan was er een vraag hoe snel Kosovaren worden behandeld, vroeg de heer Buma. Ik vind het een zeer terecht punt, ik hoor het ook meer. Ik heb het ook D66 in hun plan zien vertellen, ook met een hele concrete aanwijzing over het doen van bandopnames. Maar hoe gaan we nu sneller selecteren? En normaal gesproken met een instroom die makkelijker te behappen is, dan zeg je gewoon iedereen gaat tegelijkertijd naar de IND en dan komen we er heel snel achter wie is en of iemand kans maakt. Nu met die wachttijd van 4-5 maanden voor de procedure start, is het natuurlijk niet in ons belang dat we mensen waarvan we echt denken die worden afgewezen, hier 4-5 maanden heel plat gezegd laten overwinteren voordat we ze zeggen, goh, u bent toch een Albanese of Kosovaar, u gaat maar terug. We doen dat nu pragmatisch om zo snel mogelijk die mensen er doorheen te brengen. Ik werk nu aan een meer uitgewerkt sporenbeleid, zodat je ook gericht per categorie kunt zeggen, nou deze categorie is te verwachten dat die geen status krijgt, die gaan we sneller behandelen. Omdat niet alleen de manier hoe we het nu pragmatisch doen, maar ook duidelijker vast te leggen en nog meer nadruk op te leggen. De veilige landenlijst die in Europa nu besloten is te gaan doen en wie erop staan, die... We helpt wel, dan kan ik het nog sneller vaststellen. We hebben natuurlijk gekeken naar het Europees draagvlak voor die lijst, omdat we het geuniformeerd willen doen. Ik ga ook daar hier heel pragmatisch mee om. We weten nu waar het draagvlak is voor Europa om op die lijst te zetten. Wij gaan kijken hoe lang het duurt voordat die Europese lijst er is. Anders maak ik vast een nationale lijst met dezelfde landen erop. Dan is die sneller en wordt die daarna vervangen door een Europese die precies hetzelfde doet. En dat kan dan binnen een paar weken. Meneer Buma.
Ja, want natuurlijk willen we bij voorkeur Europees, maar dat gaat langzaam. Ik zou de staatssecretaris willen oproepen dat laatste inderdaad te doen. Ja. En de laatste woorden waren dat ook in een paar weken. Want dat versnelt allemaal het terugsturen van mensen die toch terug moeten. Ja, dat gaan we doen. En nu we ook weten welke landen op die Europese komen, is het ook goed te doen. Dus dat gaan we doen. Dan had de heer Buma ook nog de vraag over de 7000 herplaatsers. En er waren meer vragen gesteld over hoe loopt dat nou met die hotspotbenadering. Het is een misverstand dat Nederland niet mee zou doen. Wat je nu alleen ziet is pilots. En die pilots die zijn om vast te kijken wat er nou precies nodig is. En eerlijk gezegd hebben wij als Nederland niet meteen ons daarvoor op aangemeld. Gezien de instroom die we nu al te verwerken hebben. En leek het vooral ook iets voor landen die of om andere redenen het graag willen, of om die niet zo'n grote natuurlijke instroom hebben, om eens flink aandacht en energie te steken in het uitwerken van die pilots en die hotspots. Maar we doen er dus mee. Maar dat vereist wel dat mensen duidelijk geregistreerd worden daar. Als dat straks op gang komt, dan zijn die mensen daar nog niet door een hele asielprocedure heen. Dus die komen hier gewoon in hun plek in de rij binnen, laat ik het zo zeggen. Die komen niet, hebben geen voorkeurspositie. Die moeten op dezelfde manier de procedure in. En ze zijn alleen op een andere, via andere routes naar Nederland gekomen. Over de routes gesproken, de heer Buma had het over de transitzones waar in Duitsland aan gewerkt wordt. Ik benadruk en zeg ook toe het belang van nauwe contacten, ook bilateraal. Niet alleen maar iedere JBZ een keer groeten en vragen hoe het ermee is. Met name omdat ook de binnenlands politieke situatie in Duitsland ook behoorlijk in beweging is. En het soms dingen ondenkbaar zijn totdat ze het hebben gedaan. En dan heb ik liever van tevoren een heads-up wat ze precies gaan doen. Zodat wij ook eventueel aansluiten, meedoen of op in kunnen spelen als het iets is waar wij niets van zeggen dat het bij ons past. Dus ik hecht daar zeer aan. Het laatste signaal is dat er wel een deel van de coalitie die transitzones zou steunen, een ander deel niet of nog niet. En dat de Europese Commissie binnenkort zich ook uitspreekt over wat Duitsland op dit moment doet. Wat Nederland betreft, we hebben nu dat mobiel toezicht. De informatie die we daar uithalen gaan we gebruiken om te kijken of intensivering nodig is. Het is natuurlijk niet een methode om mensen aan de grens te stoppen, maar het is wel een methode die ook geleid heeft tot het oppakken van mensensmokkelaars en verstoren van daarvan. Maar een 1-op-1 relatie met de instroomcijfers is moeilijk te leggen in deze periode. De heer Pechtold vroeg nog over het D66-plan voor de bandopnames en de taalanalyse. Ik nam het niet als suggestie mee uit het plan van D66, maar wel even voor het beeld. Het is natuurlijk niet zo dat we nu niks doen met taalanalyse. Het is niet dat de IND dat nu niet doet. We kijken naar de documenten die mensen geven en de afgelegde verklaringen. Ik wil, voordat ik hier iets op concreet zeg, wil ik even in bredere zin wil ik hem meenemen. En ook wat ik eerder zei over dat beleid met die sporen. Hoe kunnen we zo snel mogelijk, want volgens mij is dat het doel wat we delen, deze categorie duidelijk maken dat het de poging eigenlijk niet waard was. Dus die moeten we het ook niet waard laten zijn door een opvang die prettiger is dan thuis. Nu met de opvangmodaliteiten die we nu hebben is dat al wat anders dan vorig jaar. Maar toch, geen vergoedingen, geen opvang. Meteen eigenlijk liefst per omgaande duidelijkheid verstrekken. En of dan het opnemen van bandopnames daar ook nog een nuttig onderdeel in is, zal ik meenemen. Hoe sneller we natuurlijk duidelijkheid kunnen bieden ter plekke, hoe minder dit nodig is. Het is helaas niet zo dat we een app hebben die, als je hem inspreekt, meteen een vlaggetje laat zien in welke taal het is. Want dat zou natuurlijk het ideaalste zijn. Dan hoeven we ook de opname niet later uit te luisteren. Volgens mij, tenzij iemand iets gemist heeft. Ja, mis ja, er is toch nog iemand. In mijn inbreng had ik even gevraagd naar de conclusies van de JBZ-raad, waarin stond dat er gewerkt zou worden aan versterking van vreemdelingendetentie, maar dat was niet helemaal gespecificeerd. Dus wat was dat? En dat komt niet terug bij de conceptconclusies voor de raad van morgen. Dus misschien kan de staatssecretaris toelichten hoe dat zit. Ja, voorzitter, nu ik dat laatste toelicht, doe ik het. Moet de minister-president maar even kijken hoe hij zijn geluidsdrukking daarbij houdt. Maar wij als bewindspersonen bij migratie vinden onze eigen besluiten ook stevig genoeg dat we niet dat altijd bevestigd hoeven te zien 1-op-1 in de Europese Raad. Ze staan op zichzelf, ze hebben op zichzelf waarde. We hebben een aantal zaken besproken. Op terugkeer, ja, die pre-removal detention, dat is wat Nederland doet.
Maar waar sommige landen meer moeite mee hebben, laat ik het zo maar zeggen. Het is hier natuurlijk ook een onderwerp van discussie geweest. Maar de Europese Commissie heeft het wel nadrukkelijk genoemd in een heel kader van andere zaken die ook bedoelen dat als we serieus werk willen maken van terugkeer, landen ook dat soort maatregelen moeten durven nemen als het gaat om gedwongen terugkeer. Betekent dat nog aanpassing van de Nederlandse praktijk of is dit een vertaling van de Nederlandse praktijk? De Nederlandse praktijk past bij wat daar staat. Meneer Van der Staaij. Voorzitter, ik had een vraag gesteld over specifieke zorgen die in buurt van opvanglocaties kunnen spelen. Zoals het geval van Amstelveen, waar Centraal Joods Overleg ook aan de bel had getrokken. Wordt in dat soort situaties ook met die organisaties overleg gepleegd voor de hele specifieke gevoeligheden die in dit geval in Joodse kring speelden? Ja, voorzitter, het primaat voor dat overleg ligt dan bij het lokaal bestuur. Wij zijn wel beschikbaar natuurlijk en mensen van het COA zijn ook altijd beschikbaar om daar toe te lichten wat er gebeurt en wat wij kunnen doen. Maar het lokaal bestuur kiest haar eigen vormen van overleg. En dat kunnen inspraakavonden zijn, dat kunnen natuurlijk ook nog specifieke besprekingen zijn met bewonersgroepen of omwonenden of speciale afgevaardigden van speciale instituten die in zo'n wijk aanwezig zijn. Meneer Pechtold. Voorzitter, ik heb gesuggereerd om ook, wat kennelijk wel de afgelopen tijd gebeurd is, maar niet standaard, om kazernes, maar dan kazernes in gebruik, om die ook in te zetten. De Marne, Oorschot, Den Haag, je hoort zo eens wat locaties die beschikbaar zijn, ook omdat militairen van ons zich in het buitenland bevinden. Kunnen we dat nou in plaats van al die sporthallen, want nood- en crisisopvang in sporthallen is toch verre van ideaal. Kunnen we daar nou met Defensie zaak op doen? Ja, voorzitter. Mijn kennis van het gebruik en de manieren van gebruik van defensieterreinen is de afgelopen weken ook gestegen. Wat we daar doen is, Defensie is echt een onmisbare partner inmiddels voor ons om dit te kunnen fixen. En dat gaat ook vaak in het opbouwen en aanleveren van materieel en ook de kennis van terreinen die er waar Defensie had. En bij afgestoten defensieterreinen kunnen we dat ook goed doen en weten zij nog precies wat daar is en kunnen we het snel doen. Operationeel in gebruik zijn de defensieterreinen, dat ligt moeilijker. Ik heb daar wel contact over met mijn collega Hennis natuurlijk. Zij gaat er in principe over. Zij werkt, dat is mijn mening, mee waar het kan. Maar ook ik denk wel eens dat moet daar toch kunnen en laat ik me dan bij nader uitleg begrijp ik ook waarom dat lastig is met zaken die opgeslagen liggen, moeilijk af te scheiden complexen. Om het einde te maken aan het gesleep van mensen van sporthal naar sporthal hebben we met de provincie afgesproken om te kijken of we per provincie grootschalige opvang mogelijk kunnen maken. Daar zitten ook voormalig defensieterreinen bij, maar operationeel is erg lastig. Ik zou toch, en anders maar via een uitspraak van de Kamer, Defensie willen aanmoedigen. Dan hoeft de staatssecretaris dat alleen als steun in de rug te ervaren. Om ook operationele kazernes wel zoveel als mogelijk, begrijp natuurlijk allemaal de beperkingen. Maar om die waar die voorzien zijn van alles, van bedden, van keukens, van bewaking, van nou ja, noem alles maar op. En die sporthallen dat niet zijn, om dat toch wat ruimhartiger te gaan doen. En ik zou echt ook anders, als dat maar een probleem blijft, van Defensie wel eens echt precies willen horen waar het nou knelt. Want ik waardeer de staatssecretaris die over de minister zegt, men werkt mee. Maar ik krijg ook wel eens signalen dat het toch wel heel formalistisch is. Dus wie weet dat we met een Kameruitspraak de staatssecretaris die dan alleen hoeft te glimlachen wat kunnen helpen. Voorzitter, dat zou een element zijn in de verdergaande discussies. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorzitter, dank u wel. We zijn in het debat gegaan van de oorzaken van de huidige problematiek in Syrië, de humanitaire crisis daar, toestand in de kampen daaromheen, naar de opvang, de vraag hoe we dat in goede banen leiden. Maar we moeten ons natuurlijk ook buigen over de vraag, hoe gaat het verder met de mensen waarvan is vastgesteld dat ze oorlogsvluchteling zijn en dat ze hier dus in ieder geval tijdelijk mogen blijven. Daar zijn ook vragen over gesteld door de Kamer, er zijn ook moties over ingediend. Ik vind dat ook een buitengewoon belangrijk onderdeel. Er is gezegd, eigenlijk zou je vanaf dag 1 moeten beginnen met integratie van de mensen waar dat over gaat. Daar is het kabinet het mee eens. Dag 1, nadat is vastgesteld dat iemand oorlogsvluchteling is, moeten we eigenlijk 3 dingen bereiken. Zorgen dat men de taal leert,
Zorgen dat men de normen en waarden van de Nederlandse samenleving kent en verinnerlijkt. En zorgen dat men zich gaat oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarvoor is een aantal dingen nodig. Een aantal dingen die we op zich in de normale infrastructuur ook hebben. Maar die nu extra maatregelen vergen vanwege de hoeveelheid mensen die hier naartoe komen. Meneer Buma. Ja, het is toch wel fascinerend hoe anders meteen de insteek van de minister van Sociale Zaken is en werkgelegenheid gericht op integratie en hierblijven. Bij dat derde hoort toch nog een vierde. Namelijk de mededeling dat als het weer veilig is in het land van herkomst, dat men dan weer terug moet. Zeker, voorzitter. Ik zei al, mensen van wie is vastgesteld dat ze hier, omdat ze oorlogsvluchteling zijn, tijdelijk mogen blijven. Tijdelijk betekent dat je weer teruggaat als het veilig is. Betekent wel dat je mensen niet in een hoekje zegt, gaat u maar wachten tot het vrede is in Syrië. Je zorgt dat mensen de taal leert. Je zorgt dat mensen de kennis van de Nederlandse samenleving opdoen. De normen en waarden die dit zo'n fantastisch land maken. En waar mogelijk dat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat ze hun talenten inzetten ten behoeve van de samenleving. Ik deel de noodzaak om mensen hun talenten te laten inzetten. En ik realiseer me dat de minister daaraan werkt. Maar ik blijf zeggen, ik vind dat bij het hele plaatje van belang. Het gaat om oorlogsvluchtelingen die we opvangen. Dat is onze morele plicht. Maar er hoort wederzijds bij dat het, als het veilig is, men beseft dat men weer teruggaat. We hebben net met z'n allen gehoord hoe weinig dat gebeurt. En we weten hoe nodig het is, want later kunnen andere mensen komen. Dus ik wil de minister op het hart drukken, actief ook duidelijk te maken aan wie hier komt, dat het een tijdelijk verblijf is vanwege oorlog. En dat dat dus ook nog kan eindigen en dat men zich dus ook op terugkeer moet oriënteren. Voorzitter, maar daar is echt geen verschil van mening tussen het kabinet en de heer Buma. Ik ben dat zeer met hem eens. Ik begon juist te schetsen hoe het debat verlopen is. Wat is er daar aan de hand? Syrië, Irak, wat speelt er? Waardoor mensen met honderdduizenden tegelijk op de vlucht slaan, in beweging komen. Wat betekent dat nu voor Nederland als onderdeel van Europa, voor onze opgave om mensen op te vangen op een fatsoenlijke manier? En wat doe je dan met de mensen waarvan is vastgesteld dat ze hier tijdelijk mogen blijven? Dat betekent dat je uitlegt wat dat betekent, wat hun recht inhoudt, inderdaad een tijdelijk verblijf. Maar dat je er ook rekening mee houdt, als je kijkt naar wat er nu op dit moment in Syrië gebeurt, dat dat langer is dan heel even. En dat je in die tussentijd er als samenleving belang bij hebt, dat kinderen naar school gaan, dat mensen zoveel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren aan de samenleving, dat ze de taal leren en dat ze de normen en waarden van de Nederlandse samenleving kennen. Meneer Pechtold. Voorzitter. Ja, ik ben het daar in het algemeen, zoals je zo stelt, mee eens. Sterker nog, ik zou het willen aanmoedigen. Maar waar ik nou mijn probleem met het kabinet heb, is dat onderscheid dat we wachten tot het zover is. Want dat wachten, dat duurt alleen maar langer. En er gaan maanden voorbij. En de taal leren vanaf dag 1 heeft zoveel effect. A, je hebt een zinvolle besteding, want je gaat wat doen overdag in plaats van hangen in die sporthal. Twee, als je in het dorp of de stad ingaat, dan kan je je, hè, soms is het met goedemorgen en goedemiddag, maar je kan in ieder geval laten zien dat je interesse in de gemeenschap toont die op dat moment je opvangt. En het is aangetoond dat in de toekomst, mochten de mensen hier blijven, ze 2 tot 3 keer meer kans maken op de arbeidsmarkt. Dus iedereen is erbij gebaat om er gewoon dag 1 mee te beginnen. Misschien dag 1 met vrijwilligers en op een gegeven moment met professionelen. Maar gaat de overheid dat faciliteren? Voorzitter, die vraag is natuurlijk heel terecht. Je hebt daar 2 fases. Je hebt de fase vanaf het moment dat iemand, dat is vastgesteld dat iemand oorlogsvluchteling is en hier dus tijdelijk mag blijven. Ik kom zo op uw vraag hoor. Daar valt heel veel winst te boeken door een aantal dingen sneller en beter aan te pakken. Er is hier gesproken over snel kijken wat voor competenties mensen hebben, wat voor diploma's er zijn. Dus ik heb maandag afspraken gemaakt met vluchtelingenorganisaties, met werkgevers, maar ook met COA om die screening die dan moet plaatsvinden snel en goed te doen. Wat zijn die diploma's waard? Wat heeft iemand nodig om op de arbeidsmarkt zijn plek te verwerven? Het tweede is de taal. Helemaal eens met de heer Pechtold. Hoe sneller je begint met taal verwerven, hoe groter je kans op het vinden van betaalde arbeid. En 3, die normen en waarden. Voor alle 3 die dingen geldt dat je ook in de fase daarvoor soms mogelijkheden hebt om al stappen te zetten. Hier wil ik maar aansluiten bij wat staatssecretaris Dijkhoff zei. En daar wil ik ook met hem aan verder werken. Hij had het over 2-sporenbeleid. Waarom is dat belangrijk? Omdat wat we niet moeten doen en ook niet willen, is dit soort investeringen doen in de Albaniër of Kosovaar, waarvan we met elkaar zeggen, ja, die hoort hier niet. Moet dus ook niet het gevoel krijgen dat hij hier zou moeten blijven. Nee, daar moet je juist snel duidelijkheid bieden.
Terwijl je wel wil dat mensen waarvan later wordt vastgesteld dat zijn oorlogsvluchtelingen, dat ze zo snel mogelijk beginnen. Je komt dan inderdaad op een ander niveau. Het zal meer met vrijwilligers moeten. Het zal niet de formele inburgering zijn. Maar ik ben bereid met de staatssecretaris te kijken hoe je zonder de effectieve werking van het asielsysteem te beperken, gebruik kan maken van die twee sporen aanpak. En daardoor dus ook mensen die er waarschijnlijk tijdelijk mogen blijven, te helpen bij hun integratie. Voorzitter, ik zou toch het liefst de twee sporen zoveel mogelijk naast elkaar, zo niet over elkaar laten lopen, want 80% mag blijven. Dus ja, als je een klasje vormt die alvast wat taalles krijgt van 20 en dan zitten er een handjevol in die uiteindelijk niet door de procedure komen, dan zou ik zeggen, ja, dan zijn ze in ieder geval in die tijd zinnig bezig geweest en hebben we ze niet zwervend over straat, om het maar eens vanuit ander perspectief te bekijken. Dus ik zou willen dat de minister ons ook op korte termijn laat weten hoe dat beleid nou handen en voeten krijgt. Want zeker, mijn probleem is, 1, de getallen zijn naar beneden bijgesteld, dus de budgetten ook. En vanaf Rutte 1 is er op alle integratie, op taal, op wat dan ook, voor de grote steden, het is helemaal wegbezuinigd. En ik wil niet in een situatie komen dat we dadelijk met de VNG, met de steden, dat we maanden gaan zitten wachten op wie betaalt die eventuele rekening, terwijl de rekening over maanden, jaren in de toekomst heel veel hoger ligt vanwege bijstand en noem maar op. Dus nu tempo maken, desnoods die Albanese dan maar ook goedemorgen leren, hè, zeg ik dan maar eventjes om het samen te vatten, maar niet te lang wachten. Nou, voorzitter, daar ben ik het zeer mee eens. Het gaat erom inderdaad om tempo te maken, maar we hebben wat dat betreft nog een wereld te winnen bij de mensen die status hebben gekregen. Dus laat ik daar even beginnen en dan toezeggen dat ik op dat andere punt, kun je nou in de voorfase via die twee sporen al meer doen, dat ik daarop terugkom en dat ik dat samen ontwikkel met de staatssecretaris. Want we hebben ook de verantwoordelijkheid naar elkaar om niet de effectiviteit van het asielbeleid te beperken vanuit je behoefte om mensen goed op weg te helpen. En ik ben het zeer met de heer Pechtold eens dat in die fase daarna we enorme winst kunnen maken. En natuurlijk zeggen de gemeenten tegen ons, wij hebben een beperkt budget voor maatschappelijke begeleiding. Natuurlijk zeggen ze dat. Dat erkent het kabinet ook. We hebben daarvan afgesproken niet alle rekeningen zullen betaald worden, maar wel dat we in een gezamenlijk proces kijken wat er nodig is. Niet wat je wensenlijst is, maar wat er nodig is om te zorgen dat we opvang, onderwijs, taal en integratie fatsoenlijk vormgeven. Vanuit het adagium rechtvaardig en sober. Maar dat we het ook niet laten slepen. Dus dat betekent dat bij de najaarsnota, de minister-president gaf aan, dan gaan we die nieuwe ramingen verwerken. Dan gaan we zorgen voor financiën. Dan zullen we dus ook afspraken maken met de gemeente over wat er nodig is om die integratie vorm te geven. Ik zie dat ik de heer Pechtold niet heb geërgerd, maar vrolijk heb gemaakt. Dat is misschien goed voor de afwisseling. En dan gaat u ook in een brief aan de Kamer sturen hoe u dat gaat doen. Vraag ik aan de... Voorzitter, dat lijkt me vrijwel onvermijdelijk. Ja. Dat we de Kamer daarover informeren en dat doen we schriftelijk. Dank u wel. Dan is het belangrijk om aan te geven over werk. Wanneer mogen vluchtelingen nou werken? Vluchtelingen mogen al werken voordat de procedure is afgelopen. Daar zijn regels voor. Ik vind die regels wel verstandig. Op het moment dat het nog niet zeker is dat iemand mag blijven, is het logisch dat mensen wel mogen werken, maar ook dat je daar beperkingen aan stelt. Valt over te praten. Ik zag in het actieplan van D66 dat ik natuurlijk dit weekend heb gespeeld dat die beperking eraf zou gaan. Dat lijkt me nou in de discussie over wel of niet verdringing iets te grote stap. Laten we nou zorgen dat mensen die status hebben en dus gelijk behandeld moeten worden met anderen, niet worden achtergesteld en niet worden voorgetrokken. Dat die dus toegang tot de arbeidsmarkt krijgen door te laten zien wat ze kunnen, wat hun diploma's waard zijn en dan een bijdrage gaan leveren aan de samenleving. En laten we voor de groep die daarvoor zit wel met een zekere terughoudendheid blijven kijken. Want die hebben niet dezelfde status als de mensen waarbij is vastgesteld dat ze vluchteling zijn. Meneer Pechtold, is nog? Prima, maar voordat we het gevoel hebben dat we het eens zijn, nu werkt het dus nog niet ideaal. Als we dat eens zijn, dan heb ik in ieder geval een minister tegenover me in de zin van alleen fysiek, maar naast me als het gaat om qua intentie, die zegt, er ligt nog zoveel meer kansen. Want als je in die eerste jaren niks doet, geen taal leert, niet werkt, dan is die uitkering daarna blijvend. He, er zijn wat dat betreft echt verschrikkelijke getallen als je kijkt naar mensen uit India, weet ik het, die waar de werkloosheidscijfers heel anders ligt dan bij de Somaliërs die al die jaren niks hebben gehad. Dus als de minister zegt, ja, daar ga ik verbeteren, zowel in het snel
zorgen dat die diploma's gevalideerd worden. Want Syrië had een fantastisch onderwijssysteem. Ik bedoel, het aantal analfabeten lag twee keer zo hoog als in Nederland. Heel laag dus. Maar de minister gaat ons ook op dit punt met concrete voorstellen, dat is mijn vraag, concrete voorstellen waarmee arbeidsmarkttaaldiploma's versneld worden. Absoluut. In het gesprek maandagavond ging het over hoe je die screening beter kan vormgeven. Ook hoe je de taal sneller kan laten verwerven, hoe je daar vrijwilligers bij betrekt. En ook over hoe je dat normen- en waardeonderdeel beter vormgeeft. De VON heeft hulp daarbij aangeboden. De vluchtelingenorganisaties hebben daar hulp bij aangeboden. En dat is belangrijk. En ja, ik ben ervan overtuigd, die groep vluchtelingen, de neiging tot generaliseren is heel groot. Het zijn niet allemaal hoogopgeleide ICT'ers. Het zijn ook niet allemaal analfabete testosteronbommen. Het zijn mensen die hier naartoe komen, waar slechte mensen bij zitten en goede. En de kunst is het talent en de ambitie en de energie die heel veel vluchtelingen hebben, te benutten. Te zorgen dat ze die inzetten ten behoeve van de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat het niet allemaal hetzelfde is. Het betekent dat je goed kijkt wat iemand kan doen en dat je mensen dan de ruimte geeft. Niet door ze voor te trekken, maar de ruimte te geven. En dat is in het verleden door veel vluchtelingen bewezen. Om aan het werk te gaan en hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dan ben je dus ook af van de discussie over het voorzieningenniveau van Nederland. Dan wordt er belasting betaald in plaats van ontvangen. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat zakelijk vormgeven, als we daarbij steeds duidelijk communiceren. Ik zeg het nog een keer in de richting van de heer Buma. Dat als het daar beter wordt, als het daar veilig is, dat mensen ook teruggaan. Dat mensen dan ongelooflijk veel meer kunnen dan we in het verleden hebben gezien. En ik weet zeker dat als je teruggaat naar je land, dat het beter is als je in 1, 2, 3, 4, 5 jaar daarvoor hebt gewerkt. Je hebt ontwikkeld, je talenten hebt gebruikt, dan als je dat niet hebt gedaan. Dus het kabinet is zeer gemotiveerd om daar meer uit te halen. En ja, we zullen met concrete voorstellen komen. Die bedenken we niet alleen. Dat doen we telkens samen met relevante organisaties, met de werkgevers en de werknemers in Nederland en met vluchtelingenorganisaties. Voorzitter, ik denk dat ik dankzij de interrupties daarmee de vraag aan mij gesteld heb beantwoord. Meneer Roemer heeft nog een vraag. Een kleine vraag aan deze minister. Als er straks vanuit asielzoekerscentra veel statushouders in tijdelijke woningen gaan komen, dan loopt natuurlijk het risico dat heel veel mensen uit Syrië bij elkaar in één gebouw in één wijk komen te zitten. En wat dan de kans groot maakt van de ghettofarming. Nou, dat werkt natuurlijk integratie niet in de hand. Hoe gaat deze minister met integratieportefeuille dat proberen te voorkomen? Nou, hier geldt wat mij betreft dat als je gewoon praktisch kijkt naar de situatie in Nederland, dat we helemaal niet de keuze hebben, willen we wachten tot er in de verschillende wijken voldoende huurwoningen vrijkomen. We zullen moeten zorgen voor fatsoenlijke opvang. En op het moment dat mensen uit de asielzoekerscentra komen, gaan ze aanzienlijk op vooruit. Op het moment dat we dat praktisch vormgeven in sobere voorzieningen, biedt het mensen ook de kans om onderdeel te worden van de samenleving, vind je vervolgens een baan. Dan staat niets jou in de weg om elders een huis te huren, om verder te gaan. Dus volgens mij moeten we heel duidelijk zijn, op het moment dat je hier leeft, gelden de Nederlandse normen en waarden. Heb je ook dus de verplichting om je best te doen, daar kennis van te nemen en te integreren. Het is niet ideaal. Het is ook niet ideaal als je bij elkaar komt te wonen in een tijdelijke woning of in een kantoorgebouw of in een container. Maar je bent veilig en je bent in een van de meest geweldige landen van de wereld. Dus er is alle kans om daar dan wat van te maken. Voorzitter, dat is allemaal waar, maar we kennen de geschiedenis ook. We weten dat als er heel veel mensen van dezelfde afkomst bij elkaar in wijken zitten, dat de integratie op zijn zachtst gezegd niet bevordert. We staan nu aan de voorkant om het beter te organiseren. Ja. Dan had ik eigenlijk een minister gehoopt voor me te staan die dat proactief dat snapt en daar ook echt iets mee gaat doen. De minister-president was niet zo ver te krijgen om echt meer betaalbare woningen te krijgen, zodat iedereen ervan profiteert en we echt de doorstroming gaan krijgen. Dus ja, als het kabinet dat niet wil, dan moet deze minister toch iets anders bedenken. Nou, voorzitter, het is en-en. We hebben de verplichting om te zorgen dat mensen fatsoenlijk onderdak vinden. En dat is sober in de tijd waarin we leven. Dat is ook prima uit te leggen. Men zal dat begrijpen. Natuurlijk is dat sober. En moet je dus ook soms, op het moment dat je nog geen werk hebt en dat je wel status hebt, bij elkaar wonen. Dat wil niet zeggen dat allemaal in één wijk moet gebeuren. Dat wil niet zeggen dat alle mensen uit hetzelfde land in dezelfde buurt moeten wonen.
Nee, we zullen nog steeds met de gemeente afspraken maken voor waar mensen gehuisvest worden. Het mooie, zowel van het gemeentelijk zelfzorgarrangement als de tussenwoningen, de semi-permanente woningen waar minister Blok aan werkt, is dat het nu juist niet grootschalig allemaal op één plek moet zijn. Je kunt gebruik maken van de locaties die er nu zijn. Je kunt gebruik maken van kantoorpanden die er nu zijn. Je kunt gebruik maken van lege plekken in de stad waar je die containers neerzet. Alle ruimte om dat met de gemeente te doen, met in overleg met de corporaties die ook goed zicht hebben op hoe je gemengd bouwt, hoe je zorgt dat bevolkingsgroepen gemengd kunnen opgaan in een leefomgeving. Dus die doelstelling die is er wel. Mijn betoog was erop gericht om met de heer Roemer te bespreken dat iedereen zal moeten begrijpen, en dat is ook een keuze die je nu moet maken, dat in dit soort ongewone omstandigheden je eerst kiest voor sober en vervolgens gaat kijken hoe mensen kunnen integreren. Maar voorzitter, als de minister had gezegd kiezen voor tijdelijke woonruimte, dan heb ik ook gezegd dat is waar. Dat moeten we vooral doen. Maar dan moeten we het niet over de aantallen hebben waar het nu over gesproken wordt. Kijk, als je echt de doorstroming wil hebben, als je ook echt meerdere mensen bij elkaar wil hebben, dan moet je dus zorgen dat er zo voldoende gebouwd wordt, tijdelijk en permanent, zodat ook mensen die gewoon lang op de wachtlijst staan daar ook gaan zitten. Dan komen we er niet met het aantal die ik vandaag gehoord heb. Dan ben ik veel meer te porren voor wat de Partij van de Arbeid vorige week suggereerde, dat je het dan moet hebben over zo'n 100.000. Is deze minister in het kabinet dan bereid om daarvoor te knokken dat we die kant op gaan, zodat we ook daadwerkelijk van gemaleerde wijken, permanent, semi-permanent, tijdelijk, hoe je ze ook wil noemen, zodat we dan ook echt aan integratie kunnen gaan werken? Want dan wil ik hem daar graag met een motie mee ondersteunen. Dan helpen we elkaar een beetje. Nou, voorzitter, het gaat hier weer even om het uit elkaar halen van de verschillende getallen. We hebben de afspraak over de 10.000 die zo snel mogelijk eigenlijk uit de bestaande asielzoekerscentra naar de gemeente toe gaan. Belangrijk, omdat een deel van het probleem met de crisisnoodopvang natuurlijk veroorzaakt wordt doordat mensen met status in asielzoekerscentra blijven zitten. Binnen een half jaar 10.000. Dat is niet hetzelfde als de ambitie die we moeten ontwikkelen samen met de corporaties en de gemeente voor die semi-permanente woning. Daar hebben we nog helemaal geen getal voor. Als dat er 100.000 worden, dan blijkt daaruit dat gemeenten, corporaties en kabinetten het erover eens zijn dat dat het getal is. Dus zeker zijn we daar zeer ambitieus. Wat mij betreft is een van de goede dingen juist van die maatregel dat die woningen niet alleen beschikbaar komen voor statushouders, maar ook voor mensen die nu aan het wachten zijn op een woning. Die dus niet verdrongen worden, maar die misschien juist meer ruimte krijgen als gevolg van die maatregelen. En we hebben daar een grote ambitie. En ook daarvoor geldt, nadat het overleg heeft plaatsgevonden tussen corporaties, Dijkhoff, Blok en gemeente, kunnen we de Kamer informeren wat daar voor concrete plannen uitkomen. Meneer Klaver. Voorzitter, ik ben blij dat de minister aangeeft veel werk te willen maken van integratie, daar ook het overleg over moet. Ik hoop trouwens dat de brief waar hij over spreekt, dat we die al voor de begroting van sociale zaken kunnen verwachten, zodat we er daar ook uitgebreid over kunnen spreken. En de vraag die ik ten tweede heb aan deze minister is de volgende. Ik had het zojuist ook over het belang om aan te geven wat is nou het doel van je beleid en ook aan te geven wat dat juist niet is. En als ik om me heen kijk wat er gebeurt in Europa, op verschillende kanten, ook hier in Nederland, hoe het debat zich vormt, dan lijkt het wel op als afvallen. Het is ieder voor zich en ieder land moet proberen zo onaantrekkelijk mogelijk te worden voor vluchtelingen. Dat je daarmee een race naar de bodem krijgt. En wil deze vicepremier daarvan aangeven dat hij dat ook, net als ik, onwenselijk vindt. En dat we dat moeten voorkomen en dat je niet een race per land naar de bodem moet krijgen, maar Europees moet samenwerken om mensen goed op te vangen. Voorzitter, wat het eerste betreft, we maken daar tempo mee. We zorgen dat eigenlijk het hele verhaal van de mensen die hier naartoe komen, de vraag hoe je selecteert wie er mag blijven en wie niet, hoe je vervolgens de opvang vormgeeft, dan de huisvesting en daarna integratie, dat we dat op hoog tempo, dat we daar afspraken over maken. En de afspraak met de andere overheden is dat we dat in de najaarsnota verwerken. Dat betekent ook dat ik kan toezeggen voor de begroting SZW de Kamer mee te nemen in wat we hebben afgesproken over taal, over normen en waarden en over het screenen van competenties. Dan de tweede. Ik denk dat als je kijkt naar hoe Nederland dit doet, hoe we het in onze geschiedenis altijd hebben gedaan, als je ziet de manier waarop we hier aan werken, dan is dat gericht op het nemen van je verantwoordelijkheid als land, vanuit het besef dat Nederland het niet alleen kan, maar samen moet werken met de Europese landen om het op te lossen. Niet alleen met de Europese landen, maar ook met de landen van bestemming. Duitsland, Zweden, Oostenrijk, België, waar nu heel veel mensen naartoe gaan. Dan zul je het niet moeten hebben van een race naar de bodem tussen die landen onderling. Je zult het moeten hebben van duidelijkheid,
van snelle beoordeling, van goed informeren dat mensen hier tijdelijk zijn, maar vervolgens de mensen die hier tijdelijk zijn, fatsoenlijk opvangen en zorgen dat je ze in staat stelt een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wat voor mij altijd voorop stelt, is dat je mensen blijft zien. En als je mensen ziet, kun je ze ook beoordelen op hun gedrag. Als dat slecht gedrag is, grijp je in, net als bij Nederlanders. Als dat goed gedrag is, geef je ze de kans om een bijdrage te leveren. Meneer Klaver. Voorzitter, ik ben heel blij met dit antwoord. Het was ook een vraag die ik aan de premier stelde, toen kreeg ik eigenlijk geen antwoord. Het antwoord dat ik hier hoor is heel duidelijk. We gaan niet meedoen aan een race naar de bodem. Het doel van het beleid kan nooit zijn om een afschrikwekkende werking te hebben op vluchtelingen. En als ik dat goed heb verstaan, dan ga ik weer zitten. Dan ben ik heel blij. Dit is de manier waarop we als Nederland dit probleem tegemoet moeten zien. Voorzitter, ik vond de Waar is Rutte grap leuk, maar ik heb hem net hetzelfde horen zeggen. We hebben geen race to the bottom nodig. Nederland is een fatsoenlijk land. Dat is altijd zo geweest en dat blijft zo. Dus ik sluit me volledig aan bij zijn woorden. Dank u wel voor uw bijdrage, waarmee er een einde gekomen is aan de eerste termijn van de zijde van de regering. Ik zie dat er behoefte is aan een hele korte schorsing. 5 minuutjes, even handen wassen en dan gaan we verder. Informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de voortzetting van het debat over de Europese top van 15 en 16 oktober. En het agendapunt toestroom en opvang van vluchtelingen in Nederland. Tweede termijn van de zijde van de Kamer vangt nu aan. En ik geef daarin het woord aan de heer Klaver van GroenLinks. Gaat u gang. Voorzitter, ik dank de bewindspersonen voor de beantwoording van alle gestelde vragen. De ene bewindspersoon kon dat wat beter dan de ander. Ik merkte ook een duidelijk verschil in toon. De minister van Sociale Zaken corrigeerde zich goed en nam de premier, zoals het hem ook betaamt, in die zin in bescherming. Maar ik meende wat ik zojuist zei tijdens de interruptie. Ik vond de woorden van de minister van Sociale Zaken en de vicepremier een stuk warmer en een stuk overtuigender als het ging over de opstelling van Nederland. En dat we niet meedoen aan een race naar de bodem of ervoor zorgen dat ons beleid zo afschrikwekkend mogelijk is voor vluchtelingen. We kunnen niet iedereen in Nederland opvangen. Dat is gewoon fysiek onmogelijk. Maar in Europa kunnen we heel veel aan als je samenwerkt. En daar moet de oplossing liggen als de druk in Nederland te groot wordt. Ik ben blij ook met de steeds bredere. Ik was even bang toen de hele discussie eigenlijk begon over de problemen die we nu hebben met de opvang van vluchtelingen, dat we in de fouten van de jaren 90 zouden stappen en dat integratie vergeten zou worden. En dat we ons er vooral op zouden richten dat we dat we mensen niet te veel moeten laten wennen aan Nederland en moeten oppassen. En dat we er toch vanuit gaan dat veel mensen teruggaan. Maar ik heb vandaag ook de VVD, en dat zie ik echt als een compliment wat ik daarmee uitdeel, dat we realistisch moeten zijn en moeten proberen zo mensen zo snel mogelijk de taal te leren. En zo snel mogelijk mensen aan het werk te helpen en zorgen dat mensen onderwijs kunnen volgen. Collega Pechtold zal daar een motie over indienen die ik mede heb ondertekend. Want integratie is een van de allerbelangrijkste aspecten. Als we straks erin zijn geslaagd om alle problemen die er zijn met huisvesting op te lossen, dan moeten we ervoor zorgen dat we niet het volgende probleem voor over 5 of 10 jaar creëren. En daar is integratie heel erg belangrijk voor. Voorzitter, we hebben ook geprobeerd vandaag om op basis van een akkoord of een plan wat er afgelopen maandag was gesloten door de coalitie, wat dan toch ook niet echt meer een plan was, maar waar wel allerlei maatregelen uit voortkwamen, opheldering te krijgen over wat gaat er nou gebeuren. Wat gaat er gebeuren met de bijstand? Gaat die nou omlaag? Komt er een tweedeling in de samenleving? Zie je dat asielzoekers, vluchtelingen, dat die andere rechten krijgen dan Nederlanders? Ik heb daar op sommige momenten ook wel geluiden gehoord, in ieder geval waarvan ik denk, nou, mijn zorg is misschien iets minder, maar hij is nog niet helemaal weg. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons hier ook als Kamer over uitspreken. Ik snap dat we nu tot maatregelen overgaan om mensen op te vangen die niet ideaal zijn. Ik snap dat we ertoe overgaan dat we huisvesting kiezen waar je eigenlijk niet voor wil kiezen, maar alles beter dan dat mensen op straat moeten slapen. Maar wat ik niet wil, deze mensen zijn onderdeel van onze samenleving, dat we een tweedeling creëren. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat het versoberen van de opvang niet als instrument gebruikt dient te worden om vluchtelingen te ontmoedigen om naar Nederland te komen. Verzoekt de regering geen onderscheid te creëren tussen het niveau van voorziening in sociale zekerheid en gezondheidszorg van statushouders en andere burgers in Nederland. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de collega's Pechtold, Roemer en Slob. Wordt de indiening van deze motie voldoende maat ondersteund? Het is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Roemer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wereldwijd 60 miljoen mensen op de vlucht. Meer dan ooit. Het is dus niet zo gek dat mensen dan ook alle kanten van de wereld opgaan om te zorgen voor een veilig heenkomen en dus ook richting Europa en richting Nederland komen. Het gaat in veel gevallen om kwetsbare mensen. Zoals de helft van de 60 miljoen kind. Goed dat we daar met elkaar over spreken. Goed dat de Europese top daar veel tijd aan besteedt. Dat moet ook. Maar dan is het ook van belang, zei ik ook even richting de premier, dat morgen ook echt alle mogelijkheden besproken worden om te komen tot de-escalatiepolitiek. En dat er geen oplossingen zijn zonder politieke oplossingen. En is de premier echt bereid om die kant ook echt sterk te maken? En ik hoop dat hij daar in tweede termijn dan ook bevestigend op reageert. Voorzitter, in de regio zijn een aantal landen die heel veel mensen opvangen. We hebben al gezegd dat sommige
plekken redelijk zijn, maar veel plekken nog ver beneden peil zijn. Daar moet echt wat gebeuren. Ik ben heel erg blij dat de minister-president toen hij terugkwam uit Amerika ook naar Woerden is gegaan. Hij memoreerde het net ook. Dat is goed. Mensen willen daar ook zien. Maar het zou ook goed zijn als de minister-president voelt hoe het is in zo'n vluchtelingenkamp in de regio. Dus ik wil hem ook aansporen om de komende tijd te kijken of hij tijd kan maken om daar eens te gaan kijken, om te weten wat het is. Wij doen het ook. Dus echt, is echt goed. Ik stimuleer hem, het een. Ik complimenteer hem voor het een. En ik ga gelijk een stukje verder, want het is goed als je daarover spreekt, dat je weet waar je het over hebt, meneer Zijlstra. Meneer Zijlstra. Om te voorkomen dat het alleen uit de bankjes is, maar dan verwacht ik van de heer Roemer dat hij niet gaat klagen als de premier dan uit het land is. Dat hij gaat klagen dat hij uit het land is. Ik heb niet geklaagd dat hij uit het land was, want ik heb gezegd dat het goed was dat hij bij de Verenigde Naties was. Ja, meneer Zijlstra, dat moet je toch goed zeggen. Maar ik zie aan uw lach dat u het alweer met me eens bent. Ik ben er blij mee. Voorzitter, omdat die Europese top vanmorgen op een aantal regio's van groot belang zijn, heb ik daar vast tweetal moties over. De eerste gaat inderdaad over de opvang in de regio. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat zowel de Kamer als het kabinet, als ook de Europese Raden zich diverse keren hebben uitgesproken voor verbetering van de opvang van miljoenen vluchtelingen in de regio van conflicthaarden, tevens constaterende dat nog te weinig concrete dingen zijn gebeurd om die verbetering te realiseren, verzoekt de regering om zich tijdens de Europese top sterk te maken voor het snel voegen van de daad bij het woord, zodat voordat de winter begint de gewenste verbeteringen werkelijkheid zijn geworden en gaat over tot de orde van de dag. De indiening van deze motie in voldoende mate ondersteunt. Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Voorzitter, ik heb mij in eerste termijn en ook bij interruptie echt zorgen gemaakt over de situatie in Turkije. Daarom de volgende motie voor de minister-president om mee te nemen naar de Europese top. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het geweld in het zuidoosten van Turkije sinds afgelopen zomer in ernstige mate is opgeleid. Constaterende dat mensenrechtenorganisaties en media melding maken van grove mensenrechten schendingen en hoge aantallen burgerslachtoffers vanwege dit geweld, verzoekt de premier in EU-verband op aan te dringen dat Turkije wordt aangesproken op mensenrechten schendingen in het zuidoosten van het land en dat de interne vredesbespreking met de PKK wordt hervat en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt u daarmee deel van. Er zitten veel onderwerpen binnen Nederland zijn besproken. Het gaat over integratie. Waar het gaat over voorzieningen, waar het gaat over tweederangs burgers en dat we echt moeten voorkomen dat daar straks sprake van is, is er eentje waar we het wat uitvoeriger over gehad hebben en dat is het gebrek aan woonruimte. Het is een groot probleem, niet alleen voor statushouders, maar voor heel veel mensen die al jaren op een wachtlijst staan. Het is goed dat er extra gebouwd gaat worden, het is goed dat er extra tijdelijk gebouwd wordt, het is ook goed dat er overleg is met de Verenigde VNG, maar er moet echt wat gebeuren, vandaar deze motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de wachttijden voor de sociale huur verder oplopen en dat daardoor steeds meer mensen de knel raken. Van oordeel dat het noodzakelijk is dat aan alle woningzoekenden een duurzame oplossing wordt geboden, verzoekt de regering in overleg met VNG en andere betrokken partijen op een zo kort mogelijke termijn 100.000 extra tijdelijke en betaalbare woningen te realiseren voor de sociale doelgroep en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt u daarmee deel van de beraadslaging. Dank u wel. Dank u wel, meneer Roemer. Dan geef ik het woord aan de heer Pechtold van D66. Voorzitter, ik dank het kabinet voor de beantwoording. Voor mij stond vandaag centraal waarom zitten we nu in die nood- en die crisisopvang? En worden mensen niet geregistreerd? Ik vind dat wij als parlement dat mogen controleren. Ik vind dat we daar vragen over moeten stellen. En ik vind dat er ook heldere antwoorden op moeten komen. Het tweede was natuurlijk, hoe gaan we vanuit hier zorgen dat er concrete plannen zijn? En mijn irritatie zat er richting de premier in, daar waar de brief van het kabinet zelf nog uitgewerkt moet worden, weer een studiegroep oplevert en gaat zomaar door. Dat dan vervolgens coalitiepartijen worden gecomplimenteerd. Waar de een zegt we gaan er 300.000 krijgen, de grootte van de stad van Utrecht. De ander zegt we gaan 100.000 woningen bouwen. Kortom, we worden weer om onze oren gegooid met flinke getallen. En dat, voorzitter, mag, vind ik, moet hier in het parlement gewoon doorgevraagd worden op wat is het nou daadwerkelijk waard. Voorzitter, om toch te zorgen dat we in deze situatie nog een aantal dingen wat kunnen verstevigen, heb ik een aantal moties. Eén gaat over de procedure
van selectie aan het begin. De Kamer hoort de beraadslaging overwegen dat het onwenselijk is dat mensen maandenlang plekken in de asielopvang bezet houden als de kans groot is dat ze niet in aanmerking komen voor een asielstatus. Verzoekt de regering al bij de startregistratie vast te stellen waar mensen vandaan komen, bijvoorbeeld door taalanalyse. En verzoekt de regering voorts mensen uit landen met weinig tot geen kans op asiel versneld in procedure te brengen en in geval van afwijzing spoedig terug te sturen naar land van herkomst. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Voorzitter, de andere moties gaan voor een groot deel over kansen geven voor de mensen die hier wel blijven. En deze gaat over taalkursussen waar mijn fractie al vindt in de noodopvang aandacht voor moet zijn. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat op dit moment asielzoekers tot 4 maanden in noodopvang verblijven alvorens zij hun asielverzoek kunnen indienen. Overwegende dat het van groot belang is voor de integratie van de grote groepen vluchtelingen die ons land bereiken en in een vroeg stadium begonnen wordt met het leren van de taal, verzoekt de regering in overleg met het COA te onderzoeken of er op korte termijn taalkursussen op de noodopvanglocaties aangeboden kunnen worden en de Kamer hierover binnen 3 weken te informeren en gaat over tot de orde van de dag. De heer Klaver had zijn steun al aangekondigd dat ik hem mede namens hem mocht indienen, maar het is ook namens collega Slob. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Voorzitter, dan gaat het over de Nederlandse les voor mensen met status en met name de financiële aspecten daarvan. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat zodra mensen vluchtelingenstatus krijgen direct moet worden gezorgd voor Nederlandse les. Overwegende dat de kans op een baan met goede kennis van het Nederlands 3 keer zo groot is. Verzoekt de regering hier praktisch en financieel ondersteuning aan te bieden en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslagingen. Voorzitter, sporthallen zijn verre van optimaal en operationele kazernes zouden waar mogelijk beschikbaar moeten zijn in deze noodsituatie. Vandaar de volgende motie. Gehoord de beraadslaging overwegende dat er een tekort is aan opvanglocaties voor asielzoekers, verzoekt de regering operationele kazernes zoals in De Marne, Den Haag of Oorschot zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken voor de opvang en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Dank. Dank u wel, meneer Pechtold. Dan geef ik het woord aan de heer Samson. Voorzitter, dit debat vormde wat mij betreft een positieve uitzondering op de vele debatten die wij hier hebben gevoerd over dit onderwerp. In die vele debatten was de emotie graag vaak van grote omvang en de politiek van een hele kleine. En dit debat was daarop een duidelijke uitzondering. Volgens mij tekent dat ook het gezamenlijke gevoel van urgentie wat alle partijen, nou op 1 partij na dan, van wie wij straks de gebruikelijke motie van wantrouwen in plaats van een oplossing tegemoet kunnen zien, maar wat alle andere partijen in ieder geval wel voelen om gezamenlijk aan een oplossing voor dit vraagstuk te werken. En dat is ook precies hoe de politiek zou moeten zijn. En ik vind dat ook oppositiepartijen de afgelopen weken, maanden en soms eerder dan sommige coalitiepartijen al alert waren op de aanpak en we kunnen nu samen verder werken. Dat betekent wel dat de uitvoerende macht, het kabinet dus, nu veel werk te doen heeft. En dat begint morgen in Europa om ervoor te zorgen, de heer Roemer zei het al, dat met name die onderhandelingen met Turkije goed gaan verlopen. De heer Timmermans is zojuist in Istanbul geland en begint daar aan de gesprekken. Ik verwacht niet dat hij morgen met een denderend akkoord terugkomt, maar ik hoop wel dat de eerste afspraken gemaakt kunnen worden om zo verder te kunnen werken, want daar ligt de sleutel voor de oplossing van dit vluchtelingenvraagstuk, althans één van de belangrijke sleutels. Het geldt ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die wat mij betreft morgen al, nog vooruitlopend op zijn brief, zou kunnen beginnen met het opschalen van de nodige integratie of andere activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen die weliswaar hier tijdelijk zijn en wellicht, laten we het eigenlijk hopen, ook weer de kans krijgen om terug te keren, in die tussenliggende jaren niet voor zich uit zitten te staren. Want dat is voor niemand goed. Voor hen niet en voor Nederland niet. Het geldt ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die uiteraard moet blijven doorwerken aan het realiseren van zoveel mogelijk opvang. Het concrete resultaat van dit debat in de afgelopen dagen is dat we voor het creëren van meer opvangplekken, zowel
tijdelijke opvang als iets langdurigere opvang in verschillende vormen nu een paar oplossingsrichtingen hebben geschetst die, als ik het zo een beetje door de oogharen kijk, een breed draagvlak in deze Kamer kennen. Zo moeten we ook verder werken. Dit probleem zal ons de komende maanden, misschien zelfs wel jaren, niet verlaten. Dus de komende maanden en jaren, wat mij betreft, werken we gemeenschappelijk met alle politieke verschillen die daartussen zitten, gezamenlijk aan de juiste oplossing. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Wilders van de PVV. Mevrouw de voorzitter, tienduizenden asielzoekers overspoelen ons land. En dat gebeurt omdat onze grenzen openstaan, wagenwijd, dankzij premier Rutte. En volgend jaar komen er ook volgens de Europese Unie zelf nog miljoenen meer richting Europa. En velen zullen dan ook opnieuw ons land weten te vinden. Mevrouw de voorzitter, Nederland kan dat niet aan. Miljoenen Nederlanders willen dat niet. Het ontwricht ons land en het gaat ons absorptievermogen absoluut te buiten. En heel veel mensen, mevrouw de voorzitter, heel veel mensen uit ons prachtige land zijn boos, zijn woest, voelen zich machteloos, omdat er lacherig wordt gedaan over hun terechte zorgen en hun terechte bezwaren. En ik zeg vandaag opnieuw tegen al die mensen, kom in verzet. Kom in verzet, natuurlijk, geweldloos en democratisch, maar doe het. Het werkt. Het werkt. Kijk naar Purmerend, waar mensen op een keurige manier in protest kwamen en de gemeenteraad uiteindelijk nee zei tegen een AZC. Mevrouw de voorzitter, het is natuurlijk ook krankzinnig. Open grenzen en een asieltsunami die ons land miljarden gaat kosten. Miljarden die de Nederlanders hebben verdiend met een betere zorg of een geïndexeerd pensioen. Daar zitten we op te wachten. Daar moet ons geld aan worden besteed. En die open grenzen leiden tot meer islamisering, tot meer criminaliteit, al die testosteronbommen die onze straten achter onze vrouwen en achter onze dochters aanzetten, voorzitter. Wie wil dat nou? Het leidt tot het inpikken van onze banen, terwijl we hier nog 600.000 werklozen kennen. Meneer Buma. Ja, nu de heer Wilders hier weer zo tekeer gaat, ben ik benieuwd of hij al een beetje zelf heeft kunnen reflecteren op het feit dat hij datgene wat hij moet doen niet gedaan heeft, namelijk het beoordelen van de voorstellen die het, de opvang van die vluchtelingen mogelijk maakt. Ik heb dat antwoord in mijn eerste termijn aan u gegeven. Meneer Buma. Nou nee, want toen wist u het nog niet. Dus ik vraag me af of u inmiddels nagekeken heeft wat er gebeurd is. Want u heeft nu allemaal hele grote woorden en dat laat ik u niet zeggen als u niet ook aangeeft wat u werkelijk heeft gedaan. Ik heb mijn antwoord in mijn eerste termijn gegeven, hoe vaak u het ook vraagt. Nee, dat is helemaal niet. Meneer Buma. Ja, dit is weer de bekende Wilders-methode. Zodra er één vraag komt, stopt het debat, geeft Wilders geen antwoord meer. Ik stel een hele normale vraag. De eerste ronde confronteerde ik u mee dat datgene wat u moet doen, namelijk het controleren van de plannen van het kabinet, dat u dat niet doet. U roept tegen iedereen, ga in verzet, uw folders deelt u rond, maar wat u moet doen, doet u niet. Dus is mijn vraag, dat kunt u nooit toen hebben gedaan, heeft u er al op gereflecteerd? Dat is iets wat nu moet gebeuren en dat is mijn vraag. Ik heb mijn antwoord net gegeven. Ik blijf het zeggen hoe vaak. Nee, dat is niet zo, want u kunt niet een antwoord geven, dat heb ik in de eerste termijn gezegd, als ik nu vraag of u er sindsdien op gereflecteerd heeft. Antwoord is ja of nee. Ik heb mijn antwoord al gegeven, voorzitter. Nee, dat is onmogelijk. Goed, want u kunt niet. Mijn betoog. Meneer Buma. Nee, ik stel gewoon een vraag. En een normaal Kamerlid hier geeft een collega een antwoord op zijn vraag. Dat is het debat. Het gedaan, meneer dat bevalt Wilders. U niet en meer komt er niet. Het spijt me. Dus u blijft volhouden dat u wat in de eerste termijn zei, een antwoord is op een normale vraag van een collega in de tweede termijn. Dat hoeft deze Kamer helemaal niet van u te accepteren. Wij stellen normale vragen aan u. Wees blij dat ik dit debat met u voer. U voert het debat helemaal niet. Ik blijf nog één keer vragen. Heeft u sinds die eerste termijn gereflecteerd op het feit dat datgene wat uw kerntaak is, het beoordelen van het kabinet, dat u dat gewoon niet gedaan heeft? Dat doen wij, voorzitter. Dat doen wij altijd. Dat hebben we ook in dat geval gedaan. Dat heb ik ook net geantwoord aan
de meneer van het CDA. Dat is heel interessant. Ja, mij moeten... Maar nu komt het antwoord wel. U zegt dat hebben we toen gedaan. Dat hebben we gedaan. Wij en waarom bent u dan... En als dat zo is, dat u dat gedaan heeft, dan wordt het natuurlijk wel interessant waarom u akkoord bent gegaan met het voorstel van het kabinet om het gemakkelijker te maken om grote asielzoekerscentra in de provincies in te richten. Nou voorzitter, als u goed terugkijkt, dan ziet u dat mijn collega Matlener, als u dat in de handelingen terugziet, ook bij die wet, de opmerkingen heeft gemaakt. Hij heeft de opmerkingen gemaakt over het feit dat die wet zou worden gebruikt voor de grotere asielzoekerscentra. Uiteindelijk hebben wij een totale afweging over die wet gedacht. En dat houdt nog steeds staande, dat we daarvoor zouden kunnen stemmen in zijn algemeenheid. Dat hebben we ook gedaan. Maar de opmerkingen, onze bezwaren, leest u de handelingen na, zijn door mijn collega Matlener daarover gemaakt. En u kunt het gewoon terugvinden. Maar de heer Wilders heeft het nog steeds over totaal de verkeerde wet. Want u heeft het nu over de start van de wet... Crisis- en herstelwet. Dit gaat om iets recenters. En ik noem het omdat het zo wezenlijk is, omdat het kabinet de legitimatie geeft van datgene waar u zo tegen bent en waar u nou in verzet komt. Namelijk het opzetten van grote asielzoekerscentra in de provincies. Dat was een ANVB die een jaar geleden, november vorig jaar, voorrang kreeg. Hier door een schriftelijke procedure is gehaald. De meeste partijen gingen daar blanco mee akkoord. De heer Roemer is de enige die daar in een schriftelijke ronde vragen over heeft gesteld. U niet, het is gepasseerd en het is in het Staatsblad gekomen. Nee, dus uw hele heer Had Matlener heeft helemaal niks daarover gezegd. Zeker heeft wel. Niet eens naar de goede wet gekeken. Nee, voorzitter, het klopt echt van geen kanten. En ik ga nog één keer een antwoord geven, dan geef ik het niet meer als staat hier, maar dan 500 keer. Wij hebben bij de behandeling van die wet waar die ANVB uit voortkomt de opmerking gemaakt. Nee, maar dat hebben we gedaan. We hebben bij die behandeling van de wet de opmerking gemaakt. U kunt dat teruglezen in de stukken dat wij vinden dat het daarvoor niet zou moeten worden gebruikt. Er zat nog veel meer in die wet, daarom hebben wij voor die wet gestemd. Dat is wat we hebben gedaan. We hebben ernaar gekeken, we hebben het antwoord gegeven. We stemmen hier wel vaker voor wetten waar een onderdeel in staat wat ons niet zo bezint. Maar die crisis- en herstelwet waar die ANVB uit voorkomt, had ook heel veel positieve punten. We hebben ons werk hartstikke goed gedaan en we gaan dat morgen in het land opnieuw doen, meneer Buma. Het bijt zich niet. Hier je werk doen en hier buiten je werk doen. Ik zou willen dat u dat eens wat vaker deed. Meneer Buma. De heer Wilders blijft dus continu over de verkeerde wet hebben. Ik bedoel, dat zegt wel genoeg. U heeft uren de tijd gehad. We vragen vaak het kabinet om binnen een uur brieven te schrijven. Dit gaat om één ANVB die u niet bekeken heeft. En ik vraag in ieder geval de heer Wilders, als hij straks weer stoer naar al die plaatsen toe gaat, de mensen ook eerlijk te vertellen dat het mede dankzij hem is dat er straks grote centra komen in de provincies voor de opvang van asielzoekers. En dat hij zijn taak verrichtende in de Tweede Kamer ervoor gekozen heeft het niet tegen te houden. Dan zou u een kerel zijn in plaats van het roepen tot verzet van anderen. Wij zullen de mensen in het land, meneer Buma, heel eerlijk vertellen dat wat de PVV betreft er nul asielzoekers meer bijkomen in het land. Dat we de grenzen gaan sluiten en dat er helemaal niemand meer binnenkomt. En dat we dus om die reden ook geen asielzoekerscentra meer nodig hebben. En we zullen de mensen er ook bij vertellen, meneer Buma, dat het CDA de boekhouders van deze Kamer zijn, die inderdaad misschien overal naar kijken, hulde daarvoor, maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzetten, waardoor we in het land die asielzoekerscentra nodig hebben. Bij ons heb je ze niet nodig. Ik ga in het land om die mensen te steunen. Bij u heb je ze wel nodig, want u zegt, kom maar allemaal binnen met je klecht, de grenzen wagenwijd open. En maar dat is de werkelijkheid. Maar dan is er ook geen enkele reden om naar al die plaatsen toe te gaan, want u kunt gewoon zeggen, want dat is blijkbaar wat u vindt, nu die mensen al in Nederland zijn, vindt u dus nu ook dat ze opgevangen moeten worden, want daarom stemde u voor die regel. U was tegen grenzen open. Maar nu de grenzen eenmaal open zijn, zegt ook u blijkbaar, kijk naar wat u met die ANVB moest doen. Ja, sorry, nu moeten we wel akkoord gaan met grote asielzoekerscentra. Wees een vent en zeg dat. Ja, ik ben een vent en ik zeg, grenzen dicht, nul asielzoekers erbij. En ik zeg tegen iedereen, kijk naar het CDA, kijk naar meneer Buma, want de heer Buma die zegt, de grenzen moeten wagenwijd open. De heer Buma die zegt, die 13.000 van september is nog niet genoeg. De heer Buma die zegt, we moeten het land volbouwen met asielzoekerscentra. Want van het CDA, ja zeker, u kunt nou een beetje staan te lachen, maar van het CDA mogen al die asielzoekers binnen. En van het CDA mogen we ook al dat geld besteden aan asielzoekers in plaats van aan pensioenen en andere zaken. Meneer Pechtold. Voorzitter, en dan het punt, want het CDA heeft natuurlijk helemaal gelijk dat u gewoon de wetten niet leest. Maar nu even het punt wat u in het land kunt vertellen over op het moment dat u dan levert.
Want in eerste termijn heb ik u gevraagd om te reflecteren op het feit dat toen u de regering vormde, dat er duizenden asielzoekers kwamen en dat u nu zegt het gaat naar nul worden. Gaat u ook tegen al die plaatsen zeggen van kijk, ik ga jullie dat vertellen, ik ga jullie dat beloven, maar op het moment dat ik aan tafel zit, dan laat ik het gewoon gebeuren. Hè? Ik voer campagne met 65 blijft de leeftijd, maar de dag na de verkiezingen lever ik dat in. Dus ik ga jullie nu vertellen, er komen nul asielzoekers binnen, maar de dag dat ik dadelijk weer een keer stel dat het zover is de macht heb, jongens, dan blijven ze gewoon komen. Ja, mevrouw de voorzitter, het is toch wel een beetje gênant om te zien dat alle collega's die weten, hier, de nu lachende, hij lacht gewoon de kiezers uit. De heer Buma die de mensen uitlacht, de heer Pechtold die nu ook een trucje probeert uit te halen. U heeft allemaal de mensen niet achter u. U staat geloof ik op 10 zetels in de peilingen, meneer Pechtold. Uw verhaal resoneert niet. Mensen snappen niet waarom de heer Pechtold en waarom de heer Buma die grenzen openlaten. En ik zeg tegen iedereen, mevrouw de voorzitter, zoals ik ook tegen de heer Pechtold zeg, bij de PVV weet je één ding zeker. En dat is nul asielzoekers er maar bij. Bij ons weet je één ding zeker en dat is dat de grenzen dichtgaan. Dat genoeg is. Dat mensen ons daaraan kunnen houden. Dat we niet van de afdeling Buma en Pechtold zijn en dat is de grenzen maar openzetten. Dat doen wij niet, dat willen wij niet. En ik ben er ontzettend blij omdat er tenminste nog één partij is hier in de Tweede Kamer die al die miljoenen mensen durft te vertegenwoordigen. En ik zeg u, met trots. Voorzitter, het is niet de makkelijkste dag voor de heer Wilders. Beetje handen in de zakken. Maar handen in de zakken, beetje ongemak. Want ja, het is weer een keer debatteren. Hè? En je merkt het aan de eerste termijn, voorzitter. De eerste fractievoorzitters, daar durfde die nog. Maar daarna kwam het kabinet. Hij had geen vraag. Niet aan de minister, niet aan de vicepremier, niet aan de staatssecretaris. Aan helemaal niemand had hij een vraag. Want hij merkt wel, op het moment dat het over feiten gaat, ben je bij wetsbehandelingen geweest, dan wordt hij hier afgedroogd. Op het moment dat hij zegt nul, wordt hij aangetoond dat hij zelf verantwoordelijk is voor duizenden. Op het moment dat hij geconfronteerd wordt met Griekenland, blijkt zijn eigen verleden hier nogal dubieus te zijn. Voorzitter, ik denk dat meneer Wilders inderdaad veel het land in moet gaan, maar met iets andere folders. Namelijk, ik beloof u, maar ik lever nooit wat. Het enige wat ik u lever is, geloof ik, wat is het vandaag? De 20e motie van wantrouwen. Wat een jubileum. Ja, mevrouw de voorzitter, ik weet dat het heel erg veel pijn doet bij al die collega's en die fracties hier in de Tweede Kamer die iedere dag opnieuw honderdduizenden kiezers naar de PVV zien weglopen. Dat doet pijn. En ik snap die frustratie wel bij de heer Pechtold, die zo zijn best doet, mevrouw de voorzitter, en op ieder detail 20 keer gaat interrumperen. Geen Nederlander die hem snapt, niemand die naar hem kijkt. En iedere week levert hij weer zetels in. En ik kijk naar de heer Buma, waar hetzelfde gebeurt, die ongeveer dezelfde grote mond heeft naar mij, maar ook geen begin heeft van begrip voor wat al die kiezers vinden en zeggen. En wij vertegenwoordigen ze wel, ja. En ik ben er trots op. En ik ga het land in. En toen de heer Pechtold in de eerste zin van zijn eerste termijn zei, mevrouw de voorzitter, dat hij het gênant vond, al die kiezers die in verzet kwamen. Toen heb ik hem geïnterrumpeerd omdat wij niet dat soort politici zijn. Wij zijn van de politici, meneer Pechtold, die zeggen wat de mensen vinden, die het geluid van de mensen in het land, in Purmerend, in Almere, in Wassenaar, waar dan ook, waar mensen zeggen bij ons geen asielzoekerscentrum, wij nemen die mensen serieus. Wij spelen geen Haagse spelletjes over was je dat toen of was je dat toen niet. Wij nemen die mensen serieus. En u zou dat moeten doen, in plaats van een schaap te staan lachen aan de interruptiemicrofoon. U zou dat moeten doen. Daar zou u wat van leren. Voorzitter, allemaal dubieuze spelletjes en allemaal. Als er hier iemand al 25 jaar betaald door de belastingbetaler rondloopt, dan is het de heer De Wilders. Het is de koploper Den Haag. Het is de koploper. En ik weet dat u iedere zondagmorgen, want als ik een keer wakker ben, dan zie ik weer Wilders twitteren over de peilingen. De feiten, meneer Wilders, is dat u 3 verkiezingen op rij verloren heeft. In de Senaat, in de provincie, in de gemeenteraad, als u al meedoet. Dat moet u die mensen vertellen. Ik schreeuw, ik maak onrust, ik zet groepen tegen elkaar op. Ik beloof u dat ik er nul binnenlaat, maar op het moment dat ik aan de slag ben, lever ik dat allemaal weer in. Het is een hoop lawaai maken, het zijn moties van wantrouwen en het stelt nul, nul voor. Dikke nul. Ja, mevrouw de voorzitter, dit is dus waarom de heer Pechtold nooit verder zal komen dan de kereltje Pechtold zijn. Met een paar zetels in de peilingen, met geen enkele invloed in Den Haag en met nog veel belangrijker, totaal losgeweekt zijn van de werkelijkheid op straat. Ik heb u net in mijn eerste termijn
een 10, 15, 20 e-mails voorgelezen van gewone burgers. Burgers die, ja, u lacht daarom, maar burgers die weten dat hun dochter achterna wordt gezeten. Dat gehandicapten in de winkel uit een rolstoel worden gezet bijna door het islamitische tuig wat die straten en die winkels onveilig maakt. En dat soort mensen, voor dat soort mensen komen wij hier op. Voor dat soort mensen, meneer Pechtold, haalt de PVV-fractie zijn neus niet op. Wij zijn er trots op om die islamisering te stoppen. Wij zijn er trots op om te zorgen dat Nederland een veilig en een mooi Nederlands land blijft. En daar knokken wij voor. Iedere dag. Hier in de Tweede Kamer en morgen weer in Noord-Brabant. En vorige week in Purmerend. En volgende week weet ik waar dan ook. U zult ons daar overal zien. En ik zeg u, meneer Pechtold, de mensen waarderen dat. En u zal dat merken. Die grote nul van u zal bij ons tot resultaat hebben dat we vele, vele malen groter zullen worden dan D66 ooit zal zijn. Meneer Zijlstra. Ja, voorzitter, ik heb er even naar geluisterd. Kijk, de heer Buma heeft natuurlijk gewoon gelijk. En dat zou de heer Wereld dus gewoon sieren, zeg ik. Als je een fout maakt, geef hem toe. Ik maakte van het weekend een fout, ik geef hem gewoon toe. Dat zou de heer Wereld dus ook sieren als hij gewoon zegt, meneer Buma, u heeft gewoon gelijk. Nou, voorzitter, dat antwoord heb ik al 23 keer gegeven. Dat antwoord is niet zo. Meneer Klaap. Voorzitter, de heer Wilders die heeft het maar over die peilingen en de PVV, die wordt zo groot en hij spreekt namens het volk. Maar wat nou als die straks inderdaad, het gaat gebeuren misschien wel, dan is hij de grootste. Wat doet hij dan met al die, dat andere deel van het volk, die 60% die volgens de peilingen van Maurice de Hond vindt dat de heer Wilders tweespalt zaait in de samenleving? En wat doet hij met die mensen die asielzoekers wel hier in Nederland willen opvangen? Op welke manier zorgt hij ervoor dan dat deze mensen zijn vertegenwoordigd? Meneer Wilders, u mag uw eigen mening hebben. Natuurlijk, u mag zeggen wat u wil. Ga uw goddelijke gang hier. Maar stop nou eens met de plei zeggen dat u voor heel Nederland spreekt. Dat u degene bent die Nederland vertegenwoordigt. Want dat is nonsens. Maar voorzitter, dit is ongeveer precies dezelfde interruptie die de collega in de eerste termijn gaf. En ik zal hem precies hetzelfde antwoord geven. Mijn antwoord was toen op de gelijke vraag die u nu had van ik pretendeer niet iedereen te vertegenwoordigen. Maar de mensen die meer asielzoekers willen, de mensen die beertjes en bloemen gaan brengen, die mensen worden al door iedereen hier vertegenwoordigd. Van Buma tot Klaver, van de heer van de SP tot en met de heer Zijlstra. Die mensen die daarvoor zijn, die worden door iedereen vertegenwoordigd. Maar die miljoenen mensen, 46%, bijna de helft van de Nederlanders zegt op dit moment genoeg is genoeg, geen asielzoeker er maar bij. We kunnen het niet aan. En die mensen, de helft van de Nederlandse bevolking, die wordt alleen door de PVV hier vertegenwoordigd. En dat is iets wat fout is. Dat is iets waar u, niet ik, waar de heer Buma, waar de heer Zijlstra, waar de heer Pechtold, waar de heer Klaver, waar u zich voor moet schamen. Want al die mensen, en dat zijn er miljoenen, die vinden hier bijna niemand die het met ze eens is. Ze wordt lacherig om ze gedaan. Ze worden uitgelachen. Ze worden voor racist uitgemaakt. Terwijl ze dat allemaal niet zijn. En ik ben er trots op. Ik ben er trots op dat wij die mensen vertegenwoordigen. En ik voorspel u, zolang u met z'n allen doorgaat om die mensen voor de gek te houden en ze niet te representeren, zullen wij dat met trots doen en ook met toenemend succes. Voorzitter, nu even leveren, meneer Wilders. Wie heeft hier het gehad dat deze mensen racisten zijn? Wie? Nou, misschien hier in deze zaal vandaag niet, maar het wordt, de mensen worden, kijkt u op Twitter, op internet, ook door mensen van GroenLinks, als u wil, kan ik u dat aanreiken, worden ze van racist tot weet ik wat dan ook uitgemaakt. En ik zeg u, dat zijn ze niet. Het zijn normale Nederlanders die zich zorgen maken over hun dochter, over een vrouw. Het zijn homoseksuelen die worden nagesist, in elkaar worden geslagen op straat door mensen die hun niet die hun cultuur, hun geaardheid niet lusten. Dat is wat wij importeren. En ik vind dat we die mensen serieus moeten nemen. Dat we er niet lacherig over moeten doen. Meneer Klaver. Voorzitter, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik vind het heel erg als mensen worden uitgemaakt voor racist. Mensen die zich gewoon zorgen maken over wat er gebeurt in hun straat, in hun dorp, in hun wijk. Weet je wat ik ook heel erg vind? Dat veel van de collega's die u hier aanspreekt, waaronder ik zelf, ook via sociale media allemaal worden uitgehakt voor good mensen, ook vaak door PVV'ers. Dat zeg ik niet meer dat alle PVV'ers dat doen. Maar wat we dat laat zien is dat de samenleving enorm polariseert. Dat we tegenover elkaar komen te staan. Niet iedereen die zich zorgen maakt is een racist. Niet iedereen die zegt we moeten gastvrij zijn voor vluchtelingen die hier komen is pas een good mens. Meneer Wilders, we moeten als politie hebben de verantwoordelijkheid om de verschillen in een samenleving niet te groot te maken. Hebben wij de verantwoordelijkheid om de leiding op ons te nemen om door deze moeilijke tijden te komen?
Maar wat de heer Wilders doet, wat u doet, meneer Wilders, is proberen mensen tegen elkaar op te zetten. Dan kan je je toch niet een leider noemen? Dan kan je toch niet eens serieus menen dat je de grootste partij zou willen worden? Mevrouw de voorzitter, wij zetten helemaal niemand tegen elkaar op. Laat ik dat als eerste zeggen. Dat doen we niet. Wat wij doen is opkomen voor al die mensen die zich hier niet vertegenwoordigd voelen. Al die mensen die vinden dat we met 13.000 asielzoekers per maand, dat de maat wel een beetje vol is. Dat we nog problemen hebben in Nederland. Ik noemde al politiesalaris, ik noemde al zorginstellingen die worden gesloten. Ik noemde al pensioenen van mensen die misschien een keer gekoppeld en geïndexeerd kunnen worden. Dat zijn problemen waar we wat aan moeten doen. Daarvoor zijn wij hier gekozen. Wij zijn er niet gekozen door de mensen uit Syrië of de mensen uit Irak of de mensen uit Mali of Ethiopië of Eritrea. Wij zijn hier gekozen door het Nederlandse volk. En als we een echte volksvertegenwoordiger zijn, en wij pretenderen dat te zijn als PVV, dan komen we voor die mensen op. En het is niet in het belang van Nederland. Het is niet in het belang van de Nederlandse bevolking dat wij ongelimiteerd met een open grenzenbeleid miljoenen mensen naar Europa en een deel daarvan naar Nederland halen. Dat kunnen we niet doen, dat moeten we niet doen. En ik zal er iedere dag dat ik hier ben en in het land, zal ik ervoor knokken om dat tegen te houden. Voorzitter, al die mensen waarvan de heer Wilders nu zegt, die worden als racist weggezet. Ik denk dat het overgrotendeel merendeel helemaal geen racist is. Ik denk trouwens ook dat het overgrote merendeel van de mensen, als je maar even met ze doorpraat, best bereid zijn om mensen op te vangen in Nederland. Gaat het wel over de manier waarop? Niet te grootschalig, goed verspreid, dat mensen goed worden geïntegreerd, dat er wordt ingegrepen als daar incidenten zijn. Dat is ook een rol die je zou kunnen pakken als volksvertegenwoordiger. Proberen de verschillen juist kleiner te maken. Kijken hoe je om kunt gaan met het opvangen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. En dat is een keuze, meneer Wilders. U kiest daar niet voor. U kiest ervoor om mensen tegen elkaar op te zetten. U zegt, dat doe ik niet. Dat doet u wel. Als je een verzetstoer opzet om ervoor te zorgen dat er geen asielzoekerscentra komen, terwijl je weet dat de grenzen niet dichtgaan, terwijl je weet dat als de PVV aan de macht komt, die grenzen ook niet dichtgaan, dan zet je mensen tegen elkaar op in plaats van oplossingen te vinden voor een probleem waar we allemaal mee zitten. Meneer Wilders, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En het zou u sieren om daar eens aan mee te doen. In ieder geval als u pretendeert dat u de grootste zou willen worden. Dat vraagt echt iets meer verantwoordelijkheidsgevoel dan u nu aan de dag legt. Mevrouw de voorzitter, nogmaals, wij zetten niemand tegen elkaar op. Het is te belachelijk voor woorden dat u dat alleen al suggereert. Wij komen op voor miljoenen Nederlanders die u in de steek laat. Meneer Samson. Ja, voorzitter, in het begin was het misschien nog amusant, toen werd het irritant, maar toen u zei dat u als enige de kiezer vertegenwoordigde, toen moest ik denken aan dat gesprek wat ik maandag had met inwoners van Enschede, die hard hebben geprotesteerd tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Een aantal van hen is ook stuiterend over de tv-beelden gegaan met harde verwensingen over dat asielzoekerscentrum. En toen ik ze hen vroeg, dat was een stevig gesprek, en toen ik hen vroeg, ja, maar betekent dat er dan geen enkele asielzoeker hier in Nederland moet worden opgevangen? Toen was het antwoord, nee, natuurlijk niet. Niet hier op deze schaal, niet hier op deze plek, niet hier op deze tijd. Maar ook ik, degene die tegen wie ik sprak, de man zei, ook hij vond dat asielzoekers gewoon een plek kregen in Nederland. Dat was iemand die u zegt te vertegenwoordigen, maar die heeft een totaal andere opvatting dan u over de grenzen sluiten. Ja, gelooft u, er zijn nog waarschijnlijk nog veel meer die vinden dat we de grenzen wel moeten sluiten. Volgens peilingen, voor wat ze waard zijn, bijna de helft van de Nederlandse bevolking. Dat zijn miljoenen mensen die dat wel vinden. En nogmaals, meneer Samson, via u mevrouw de voorzitter, het zijn geen vluchtelingen. Als ze al vluchtelingen waren, zijn ze door 6 veilige landen gekomen en moet je ze als migranten behandelen. Als jij gevlucht bent, laten we ervan uitgaan dat iemand oprecht gevlucht is voor het geweld in Syrië. Dat kan gebeuren, dat men dat doet. Dan is men via 6 landen, Turkije, Griekenland, nou voorzitter, ik heb het rijtje al 100.000 keer genoemd. Dat zijn veilige landen. En die mensen hoeven wij dus niet toe te laten. Die mensen kunnen wij niet toelaten. En dat soort mensen zie ik dus niet als vluchteling. Als iemand aan de grens van Duitsland naar Nederland staat en die zegt ik ben een vluchteling, dan zeg ik dat bent u niet, want u komt uit Duitsland, dat is een veilig land, dan moet u daar uw heil zoeken en niet bij ons. Dat weten die mensen die op u stemmen ook heel goed. Want die zijn niet dom. Die weten heel goed dat er 6 landen tussen Syrië en Nederland liggen waar ze doorheen gelopen zijn. En toch vinden ook die mensen dat je vluchtelingen die op reis zijn gegaan hier naartoe, uiteindelijk moet opvangen. Niet op die grootschalige manier, soms niet op die plek, soms niet op dat moment. Maar die kiezers van u vinden dat wel. Die kiezers van u, die zijn veel slimmer en veel minder eendimensionaal dan u hier bent.
Dat is echt niet zo. Ik bedoel, ik snap dat u het leuk puntje wil maken, maar dat is niet zo. Ik geloof dat ongeveer 98% of 99% van onze kiezers vinden, blijkt uit ieder onderzoek, en ook niet één, maar meerdere, dat het genoeg is. Dat de grenzen dicht moeten. Dat volgens mij zelfs 30% van de PvdA-achterban dat inmiddels vindt. Dus ik bedoel, er zitten meer mensen bij de Partij van de Arbeid die het met mij eens zijn, dan dat er mensen bij de PVV zitten die het bij u eens zijn. Neemt u dat van mij aan? Mevrouw de voorzitter, de Nederlandse regering geeft een ongegeneerd signaal aan iedereen in het Midden-Oosten en Afrika, kom maar hier naartoe. De grenzen staan wagenwijd open. We bouwen prefab woningen, zodat je daar lekker in kan wonen. We zorgen misschien, met de minister van Sociale Zaken voorop, nog wel voor een baan voor je bij de werkgevers. En als je na een paar jaar alsnog een permanente verblijfstatus krijgt, dan gaat de hele jackpot voor je spelen. En mocht je nou buiten de boot vallen, mevrouw de voorzitter, mocht je nou geen toestemming krijgen, geen vergunning krijgen, ja, dan ga je maar de illegaliteit in. Want ook dan geeft de VVD je wel bed, bad en brood. En als je dan nog een paar jaar wacht, illegaal, betaald door de overheid, dan is er ook altijd wel een VVD die je nog een keer een generaal pardon geeft. Mevrouw de voorzitter, knettergek beleid. Knettergek beleid. En al staan ze hier met z'n 80 aan de interruptiemicrofoon, met plezier zal ik hier iedere week, als het aan mij ligt, iedere week een debat voeren om dit te herhalen. Want deze Tweede Kamer maakt Nederland kapot. Dit parlement maakt Nederland kapot. Deze minister-president, deze regering doet hetzelfde. Want ze houden geen rekening met de belangen, met de wensen van miljoenen Nederlanders. En daarom, mevrouw de voorzitter, ik kan de Tweede Kamer niet naar huis sturen. Maar ik kan dat doen door te proberen het kabinet naar huis te sturen. Een motie van wantrouwen in te dienen, waardoor gebeurt wat er gebeuren moet. Namelijk een einde aan het open deurenbeleid, het einde aan het kabinet en de nieuwe Tweede Kamer die hopelijk de bevolking wel vertegenwoordigt. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet handelt tegen de belangen van Nederland door de grenzen niet te sluiten voor asielzoekers, zegt het vertrouwen in het kabinet op en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslagingen. Ik ga dat niet herhalen. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Wilders. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Staaij, van de SGP. Mevrouw de voorzitter, ik dank de bewindslieden voor de beantwoording. Een van de meest gebruikte woorden in dit debat is misschien wel het woord sober. Dat slaat in ieder geval niet op het tijdsbeslag en het aantal interrupties wat vandaag hebben plaatsgevonden, maar wel op de opvang, hoe die eruit zou moeten zien als het aan het kabinet ligt. Voorzitter, wij hebben als SGP op dat punt ook onze steun uitgesproken aan de lijn die ook in de brief naar voren wordt gebracht. En ook als het gaat om een race naar de bodem willen wij dat absoluut niet aanmoedigen. Is van belang dat het ook een fatsoenlijke opvang is. Maar is aan de andere kant ook van belang dat die niet zo royaal de voorzieningen worden vormgegeven dat Nederland daardoor een onevenredige aantrekkingskracht heeft. Dat is ook gewoon een reëel punt. Dat zijn ook beide kanten van de medaille die er wat ons betreft toe doen. Voorzitter, goed om te horen dat ook een motie die vorige week in deze Kamer is aangenomen om ook in Europees verband serieus werk te maken, ondersteuning te bieden bij het bewaken van die buitengrenzen, dat die ook de aandacht van het kabinet heeft en ik hoop dat dat ook op de Europese top ook goed tot uitdrukking komt. Ik wil tot slot nog een motie indienen die eigenlijk een onderstreping is van het punt van het belang van de tijdelijkheid van de opvang, om dat zoveel mogelijk ook recht te doen, juist ook om draagvlak te houden en verder te krijgen voor het beleid. En die motie luidt als volgt. De Kamer gehoorde beraadslaging overwegen dat verblijfsvergunningen asiel zoveel mogelijk bedoeld zijn om vreemdelingen tijdelijk op te vangen en tot terugkeer over te gaan zodra de situatie in het land van herkomst dat toelaat. Overwegende dat forse stijging van de instroom van vreemdelingen het belang van tijdelijk verblijf van vreemdelingen te meer onderstreept en dat het asielsysteem voldoende ruimte moet bieden om terugkeer binnen redelijke termijn mogelijk te maken. Constateren dat de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd na 5 jaar wordt omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd indien terugkeer op dat moment nog niet mogelijk is. Verzoekt de regering te bevorderen dat terugkeer ook na 5 jaar mogelijk is indien de individuele omstandigheden en de situatie in het land van herkomst dat toelaten en zo nodig in Europees verband aanpassingen te bepleiten. En gaat over tot de orde van de dag en deze motie is mee ondertekend door collega Van Haars Babuma. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund?
Dat is het geval. Dan maakt u daarmee deel uit van de praatslaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Dan geef ik het woord aan de heer Slob van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik dank de bewindspersonen voor hun beantwoording in eerste termijn en ook degene die hen ambtelijk hebben ondersteund en op allerlei plekken in dit gebouw zich gevestigd hebben vandaag. Voorzitter, vorige week domineerde nogal de vraag en de discussie van waar is Rutte? En dat was natuurlijk eigenlijk een beetje flauw, want iedereen wist dat onze minister-president op een belangrijke handelsmissie in de Verenigde Staten was. Maar de discussie raakt aan de andere kant ook wel een belangrijk punt. Er is in ons land heel veel discussie over vluchtelingen. Het is een discussie, een debat, wat op bepaalde momenten, zowel hier, maar ook in het land, toch behoorlijk kan polariseren. Er is onrust, er is soms onduidelijkheid ook over de aanpak en hoe het nu verder moet. En ik zou de minister-president wel willen aanmoedigen om iedere gelegenheid te benutten om het eerlijke verhaal te vertellen, de vloer te pakken, maar ook die verbindende rol te spelen die vanuit zijn functie hij als geen ander kan, en ik zeg erbij ook moet, vervullen. En dat kan hier in dit gebouw, maar uiteraard ook in het land. Met betrekking tot de Europese top van het komende week zou ik een grote streep willen zetten onder de toezegging die de minister-president heeft gedaan dat hij, het is een wat raar woord, maar die zogenaamde hotspots, dat die ook echt moeten gaan functioneren. We weten dat er allerlei afspraken zijn om tot 6 van dergelijke hotspots te komen, maar er is er maar 1 op dit moment actief. Al die anderen functioneren nog niet en daar moet echt iets gebeuren. Ik zou u willen vragen om daar ook echt in, bij de besprekingen in Europa met uw collega's, om daar ook echt een topprioriteit van te maken. Mevrouw de voorzitter, we hebben ook veel gesproken over de opvang in eigen land. De problemen die er zijn, hoe we dat naar de toekomst toe ook beter kunnen doen. Ik wil vanaf deze kant mijn waardering uitspreken in de richting van de staatssecretaris voor het werk wat hij daarin doet. Dat is niet eenvoudig. We zouden hem willen vragen om ook zo snel als mogelijk de uitspraak die de Kamer heeft gedaan, ook voor de kleinschalige opvang, om die ook ter hand te nemen. Ik denk dat het ook goed is voor het draagvlak. Ik waardeer dat hij nu ook duidelijke afspraken heeft gemaakt als het gaat om Oranje en het weer teruggaan naar de oorspronkelijke afspraken. En ik vraag hem ook met klem om de gemeentebesturen ook te blijven betrekken, ook bij initiatieven om te komen tot opvang, ook om moeilijkheden dan in de gemeenschap te voorkomen. Mevrouw de voorzitter, het is belangrijk dat we nu ook soms onconventionele maatregelen nemen om de grote aantallen vluchtelingen een goede plek te geven. Ik denk dat het wel ook erg belangrijk is dat het duidelijk is ook wat de kern van ons vreemdelingenbeleid is. En dat is dat als mensen ook echt de vluchteling zijn, dat we ook altijd hen een plek zullen proberen te geven. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de opvang van grote aantallen asielzoekers soms vraagt om onconventionele maatregelen. Overwegende dat het nemen van deze maatregelen nooit afbreuk mag doen aan de verplichting die we hebben om asielzoekers op een menswaardige en rechtvaardige wijze op te vangen. Spreekt uit dat soberheid nooit als instrument van vreemdelingenbeleid mag worden gehanteerd. En gaat over tot de orde van de dag. Is mede ondertekend door de collega's Klaver, Roemer en Pechtold. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslagingen. Ik geef het woord aan de heer Kuzu. Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, meneer Slob maakte de opmerking over versobering en dat soberheid nooit een doel op zich moet zijn. Er is geen sprake van versobering, er is sprake van verschraling in mijn ogen. Dus we zullen dan ook voor de moties van de heer Klaver en de heer Slob stemmen. Voorzitter, we hebben het in een interruptiedebatje met meneer Samson gehad over bestaande woningen waar je mogelijkerwijs ook statushouders zou kunnen vestigen. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat uit cijfers van het COA blijkt dat er een groot tekort is aan woonruimte in gemeentes en status om statushouders te huisvesten. Overwegende dat het kabinet gaat inzetten op bijstand in natura en dat hiermee onder andere huisvestingskosten kunnen worden betaald. Overwegende dat de huisvestingstaakstelling van gemeenten in de eerste helft van 2016 ligt op 20.000 en voor de tweede helft van 2016 op 23.000 is geraamd. Overwegende dat uit cijfers van het CBS blijkt dat er 189.000 leegstaande woningen zijn, waarvan 101.000 langdurig, verzoekt de regering om naast het bouwen van tijdelijke woonruimten en het benutten van kantoorpanden ook te inventariseren of statushouders al dan niet tijdelijk gehuisvest kunnen worden in bestaande woningen die langdurig leegstaan, en gaat over tot de orde van de dag.
Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslagingen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Krol van 50+. Mevrouw de voorzitter, dank aan de bewindslieden voor hun antwoorden. Morgen zullen ze namens ons aanwezig zijn bij de Europese top. Dat lijkt me geen eenvoudige opgave en ik wens ze daar oprecht veel sterkte en wijsheid bij. Als steun heb ik 3 moties voor ze. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de huidige niet aflatende instroom van asielzoekers toenemend problemen op velerlei terreinen veroorzaakt, overwegende dat er een grens bestaat aan de opvangcapaciteit van Nederland, maar ook van de andere Europese landen, overwegende dat deze grens vroeg of later bereikt zal worden, verzoekt de regering op de Europese top te pleiten voor een substantieel steviger inzet op de bewaking van de Europese buitengrenzen op korte termijn. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslagingen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat Europa uit meer landen bestaat dan de Europese Unie, overwegende dat de vluchtelingenstroom richting Europa derhalve niet alleen een probleem is van de Europese Unie, maar van het werelddeel Europa, overwegende dat dit inhoudt dat alle Europese landen hun bijdrage moeten leveren, ook financieel, verzoekt de regering om bij alle voorkomende gelegenheden ook alle niet-EU-landen direct of indirect aan te spreken op hun aandeel in de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. En de laatste, de Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat in de herkomstlanden het beeld van en de mogelijkheden in Nederland als te rooskleurig wordt voorgesteld, overwegende dat het waarschijnlijk is dat dit meer vluchtelingen aantrekt, overwegende dat binnen het redelijke alles gedaan moet worden om de stroom vluchtelingen in te dammen, verzoekt de regering te onderzoeken hoe vluchtelingen over de reële mogelijkheden die Nederland heeft voor vluchtelingen kan worden georganiseerd en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Dank u wel, meneer Krol. Ik geef het woord aan de heer Bontes. Gaat u gang. Voorzitter, ik heb 3 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering de Duitse bondskanselier bij de Europese top op te roepen om te stoppen met haar uitnodigende woorden over vluchtelingen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? De Kamer gehoort de beraadslaging. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat landen als Denemarken en België met betrekking tot asielbeleid actief inzetten op ontmoediging, verzoekt de regering in navolging van deze landen een informatieve ontmoedigingscampagne op te starten in landen van herkomst en doorreislanden. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? De Kamer, dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Gehoort de beraadslaging, constaterende dat er momenteel duizenden asielzoekers per week Nederland binnenkomen, verzoekt de regering uit te spreken wat het maximum aantal asielzoekers is dat Nederland volgens haar aan kan. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Buma van het CDA. Mevrouw de voorzitter, lang wachtte het kabinet af. Te lang. Pas vrijdag, afgelopen vrijdag, vond een eerste gesprek plaats met de bestuurders die al heel lang kampen met de toestroom van asielzoekers in hun gemeente en provincie. En nog tot in dit weekend ging het elkaar vliegen afvangen tussen de coalitiepartijen door. Eindelijk is er nu, voorafgaand aan dit debat, een brief gekomen met voorstellen hoe verder te gaan. En het CDA zal daar open naar kijken. Maar ook vandaag weer waren merkwaardige verschillen. Want waar de premier vooral in zijn bijdrage praat
over de beperkingen en de versoberingen van de opvang, horen wij een vicepremier die vooral praten over het benutten van de kansen van de mensen en de kansen van de vluchtelingen. Twee zo totaal verschillende uitspraken over hetzelfde probleem, alsof er twee kabinetten over het vluchtelingenbeleid praten. Voorzitter, die verschillen maken dat het CDA straks bij de uitwerking van de plannen heel nauwlettend zal volgen dat het inhoudelijk goed is. Want de situatie die nu is ontstaan is op termijn niet houdbaar. Het is onze morele verplichting als Nederland om oorlogsvluchtelingen naar vermogen te helpen. En dat valt heel goed in te vullen met een beleid dat wordt gekenmerkt door veiligheid, door soberheid en door tijdelijkheid. Maar het valt of staat wel met een goede uitvoering. En duidelijk moet ook zijn dat diegenen die onze gastvrijheid genieten, na afloop van een oorlog weer terug moeten naar hun eigen land om het daar te helpen opbouwen. En ook omdat wij weten dat de stroom asielzoekers nu niet de laatste zal zijn. Ook in de toekomst zal ons werelddeel te maken hebben met ontheemden uit andere delen van de wereld. En ook dan zal ons gevraagd worden klaar te staan. Voorzitter, daarom heb ik de motie van de heer Van der Staaij meegetekend, die ook uitdrukt dat tijdelijkheid niet een kwestie is van 5 jaar en dan mag je altijd blijven, maar dat die tijdelijkheid ook langer kan zijn, zolang het verantwoord is om terug te gaan en ook mee te helpen aan de opbouw van een land. Voorzitter, heel recent, de afgelopen weken, is het aantal vluchtelingen dat Zuid-Europa heeft bereikt verder toegenomen. En we zien ook nog steeds dat vanuit de Balkan mensen naar West-Europa komen. De Balkan, wat een veilig gebied is. We hebben gezien dat Duitsland, waar de discussie minstens zo heftig is als hier, inmiddels bezig is de grenscontroles aan de zuidkant op te voeren. Men wil daar ook transitzones instellen voor die vluchtelingen die de grens niet overkomen. Voorzitter, de stelling van het CDA is dat zolang de buitengrenzen van Europa niet voldoende zijn bewaakt, en dat is nog niet het geval, wij niet ontkomen aan het ook bewaken van de binnengrenzen. En vandaar tot slot de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bewaking van de Europese binnengrenzen nodig is, zolang de bewaking van de buitengrenzen niet op orde is. Constaterende dat Nederland een beperkte vorm van mobiele grenscontrole heeft ingesteld en overwegende dat Duitsland de grenscontroles aan de zuidgrens gaat versterken en transitzones gaat instellen, verzoekt het kabinet in overleg met de buurlanden de Nederlandse grenscontroles te versterken naar het voorbeeld van de Duitse aanpak van de zuidgrenzen en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is naast mijzelf ook ondertekend door de heer Van der Staaij. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is wel het geval. Dan maakt ze namelijk deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Zijlstra. Ja, dank u, voorzitter. En voorzitter, ik denk dat het vanmiddag een goed debat was in de zin van dat breed in de Kamer volgens mij aangegeven is door verschillende partijen dat men de problemen die er zijn met de vluchtelingenstroom, met de asielstroom, dat die gezien worden. Verschillende gradaties. De heer Pechtold gaf aan, nou ja, vindt wel meevallen, vertaal het maar even. Wij hebben daar een ander beeld bij. Maar toch, laten we het positief eruit halen. Bij veel partijen bereidheid om mee te denken in oplossingen via verschillende routes. Verzobering daarbij als instrument. Eigenlijk breed gedragen, als ik het zo bekijk. Dan is er verschil van inzicht. Ik zag een motie van de heer Slob bijvoorbeeld voorbij komen. Of soberheid een beleidsdoelstelling kan zijn. Voorzitter, ja, dat vind ik een semantische discussie. Voor de VVD is dat het. Maar als soberheid er komt, maar dat het officieel dat label niet aan vasthangt, vind ik het nog steeds best. Want ik geloof dat soberheid er ook toe leidt dat de instroom achteruit gaat. Voorzitter. Ook veel vragen, de heer Slob bijvoorbeeld had het nog over onduidelijkheid die zou bestaan tussen de twee moties die waarschijnlijk deze week nog in stemming komen over de woningmarkt. Een van de PvdA, een van de VVD. Ik zeg ook maar richting de heer Slob, voorzitter, dat daar volgens mij geen tegenspraak in zit. Want als wij mensen sober willen huisvesten en sobere onderkomens, terwijl ze nog voorrangsrecht hebben op een huurwoning, dan is de kans dat dat gaat lukken minimaal.
Want waarom zou je dat voorrangsrecht niet gaan lichten, in ieder geval daarover beginnen, als je als alternatief die sobere onderkomens hebt? Dus die twee moties lopen volgens mij gelijk op. Je moet het voorrangsrecht, daar moet je vanaf. Wil je ook zorgen dat het huisvestingsprobleem opgelost wordt? En het voorrangsrecht afschaffen zonder dat er sobere onderkomens zijn, heeft ook geen zin, want dan moeten ze op straat slapen en dat willen wij ook niet. Dus daar zit volgens mij geen verschil. Ik hoop dat daarmee de onduidelijkheid weggenomen is. Voorzitter, ook het CDA hoorde ik duidelijke steun voor de soberheid. Dat is ook goed meegenomen. En ik vind dus ook dat dat de positieve uitkomst is van dit debat. De heer Klaver gaf mij een compliment. Moet ik altijd oppassen. Maar inderdaad, wij vinden het gewoon goed dat mensen die hier zijn, al is het tijdelijk, dat die Nederlands spreken. Het is bijna vreemd dat ik het moet uitleggen, maar dat vind ik inderdaad vanzelfsprekend. Overigens ook het compliment terug aan de heer Klaver. Want in de discussie over tijdelijkheid was ook de heer Klaver volgens mij heel helder in zijn duiding van tijdelijk is tijdelijk. Hè? Dan moet je ook terug, dan ook geen excuses om kinderen of banen. Tijdelijk is tijdelijk, dan moet je terug. Voorzitter, tenslotte. Dit stond, dit debat, ook grotendeels een teken van een Europese Raad die morgen plaatsvindt. Daarom ook nog een boodschap die ik zou mee willen geven aan het kabinet. Dat is namelijk, laat ik twee boodschappen meegeven. Eerst de motie van de heer Roemer. Geef maar aan, dat heeft bij ons positieve gevoelens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij zorgen dat de mensen die daar zijn, dat is ook eigenlijk essentie ook nog van een plan Asmani, je moet wel goed voor zorgen voor goede opvang, maar dan moet je wel beginnen met goede opvang. Dus dat we de winter door moeten komen, goed voedsel en dat soort zaken, zeer eens. Dus die ondersteuning van harte. Voorzitter, een tweede is, als het gaat om de hotspots en het streven van het kabinet naar dat permanente systeem van verdeling. Daar kunnen wij ons aan vinden, maar dan moet het ook wel zo zijn dat dat op een goede manier wordt vormgegeven. Want laten we eerlijk zijn, we hebben nu een herverdelingsoperatie gedaan. Die was nodig om Europa, nou ja, in beweging te krijgen, laat ik het zo formuleren. Maar eigenlijk is het een gek noemer. Want de mensen die wij moeten herverdelen uit Zuid-Europa, laten we eerlijk zijn, die hoeft helemaal niet herverdeeld te worden, want die zijn hier al. Die zijn namelijk al lang doorgelopen. Dus als we naar zo'n systeem toe gaan, zeg ik tegen het kabinet, dan moet u er wel voor zorgen dat we dus dan geen situatie krijgen dat we aan één kant mensen hebben die in Zuid-Europa niet langs een hotspot zijn gegaan, maar gewoon meteen zijn doorgelopen. En dat we aan de andere kant dan via de hotspots alsnog mensen krijgen. Dat zou het slechtste van twee werelden zijn. Dus ik hoop dat het kabinet daarop wil letten. Sterker nog, dat ze dat gaat voorkomen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Zijlstra. Mevrouw Thieme heeft zich afgemeld voor de rest van het debat. Dus hiermee is een einde gekomen aan de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Het kabinet heeft aangegeven zich even 10 minuten te willen voorbereiden op de antwoorden. Ik schors de vergadering tot 6:10.
Ik heropen de vergadering.